Ik heb 100 dagen overleefd in Schaapstad. Vergeet niet te liken en te abonneren en dit is hoe ik die 100 dagen heb overleefd. Zoals jullie kunnen zien zit ik in de Minecraft server van Jesse en Mick. Alleen wil ik niet dat Jesse en Mick doorhebben dat ik ook op deze server zit. En daarom mensen heb ik het geweldige idee om een geheime bunker te gaan bouwen. En als we op deze video niet de 1000 likes halen, stop ik met deze survival serie. Oké, maar eerst even kijken. Ze zijn al een beetje bezig geweest. Ik zie dat ze gewoon hetzelfde huis gemaakt hebben. Waarom zou je hetzelfde huis bouwen? Maar oké, ik bel je eventjes aan en we gaan gewoon naar binnen. Weet je, waarom ook niet? Oké, leuk huisje in ieder geval. Ik zie hier een geel bed staan. Ik denk dat dat betekent dat dit het huis van Mick is. Want Mick's kanaalkleur is natuurlijk geel. En dan gaan we hier ook nog eventjes naar de overkant. En Jesse zijn huis. Ja, kijk, het staat er gewoon al. En dit is Jesse zijn huis. Want ja, er staat een rood bed. Mensen, het wordt tijd dat ik een paars bed ga maken. Hier hebben we ook nog Mick zijn wachttoren. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon even lekker verkennen. Vanaf hier kunnen we denk ik de hele map in één keer zien. Ja hoor, heel erg nice. Veel bloemen ook. Ik vind het een mooi mappie, mensen. Maar ik heb zoveel honger dat ik gewoon eventjes wil kijken in de chesten van Mick en Jesse of dat ze wat eten hebben. Hier, ik zie hier 6 appels. Ik moet niet te veel stelen van ze, want ja, ze mogen natuurlijk niet doorhebben dat ik in deze server zit. Eigenlijk is het best wel grappig, want als ik iets steel, dan gaat Jesse of Mick de schuld geven of Mick gaat Jesse de schuld geven. Ze weten namelijk niet dat ik in deze server ben. En mensen, mijn idee van deze video is dat ik een bunker ga maken, zoals ik toen net al zei. Een ondergrondse bunker. Maar niet zomaar een bunker. Ik ga namelijk die bunker maken onder het huis van Jesse en onder het huis van Mick. Ik vind dat echt geniaal. Dan ben ik gewoon altijd in de buurt als ze aan het spelen zijn. Ik ben heel erg benieuwd of dat ze er ooit achter gaan komen. Ik hoop het niet. Maar goed mensen, het wordt alweer donker en ik moet echt eventjes wat dingetjes gaan doen. Ik heb nog helemaal geen hout gehakt, nog helemaal niks. Dus ik moet gewoon hier eventjes wat bomen gaan hakken. Gewoon even beginnen met de basics. Ik denk dat iedereen in survival wel begint met het hakken van een boom. En ik ga dadelijk dus een bunker bouwen. Maar als jullie mij ook willen helpen met het bouwen van een bunker of een huis of een farm of wat dan ook in deze Minecraft server, dan moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. Want ik ga vanaf volgende aflevering, elke aflevering een random abonnee laten bouwen in deze Minecraft server. En ja, wat je daarvoor moet doen is eigenlijk gewoon heel simpel. Je moet gewoon geabonneerd zijn. En ja, that's it. Dan kun je meedoen. Oh shit, mensen. Ik hoor al een hele hoop zombies en dat soort dingen. Ik ga gewoon even in dit huisje zitten en hopelijk komt hier geen zombie of creeper of wat dan ook. Ik ga van nu gewoon even kijken. Oh, hier zit glas. Oké, ik ga de oversteek maken. Er staat wel een zombie, maar ik moet super snel zijn. Ah, skeletons ook. Ik krijg gewoon gekke stress hiervan, man. Oh, yo. Oh shit. Kunnen zombies deuren openen? Kon dat? Ik heb er geen idee. Oké, ik ga nog één dingetje stelen en dat is... zal ik deze iron stelen? Het valt wel heel erg op als ik deze iron ga stelen. Dus dat ga ik gewoon even lekker niet doen. Wat ik wel ga doen is deze axe stelen. Want daarmee kan ik even sneller wat hout gaan hakken. En ik kan ook eventueel wat zombies killen, al mocht het nodig zijn. En waarom ga ik trouwens gewoon niet slapen? Ik ben zo dom. Oké, we gaan gewoon even lekker slapen in het bedje van Mick. Want ik bedoel, maar hij gaat het toch niet doorhebben. Kijk, al die zombies staan lekker in de fik. Hey, misschien kan ik even wat loot krijgen. Van. Holy shit. Zombies in 1.16 doen zoveel damage. Dat is echt niet normaal. En ik zag een Enderman. Die wil ik liever gewoon even niet tegenkomen. Straks gaan we natuurlijk de bunker bouwen. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik natuurlijk eerst even een hele hoop materialen hebben. En ik heb toen net ook wood gehakt. Weet je, laten we dat maar gewoon nog steeds doen. Niet dat we dadelijk 3 verschillende houtsoorten door elkaar hebben of zo. Dat zou een beetje verwarrend zijn. Oké, hier staat ook wood. We gaan gewoon even lekker wat boompjes hakken. Dat is niet heel interessant. Dus ik knip eventjes naar het stuk dat ik... wat zullen we doen? Een stack hout heb. Oké, dames en heren. We hebben een hele hoop boompjes gehakt. En ik heb precies een stack. Dus daar ben ik super blij mee. Nog steeds zijn er echt een heleboel zombies en skeletons die op mij aan het schieten zijn. Deze pumpkins die ga ik gewoon eventjes meenemen. Want ja, weet je, dat is gewoon super handig als ik ooit een pumpkin farm wil maken. En misschien kan ik dadelijk ook wat snowmans gaan plaatsen in mijn bunker. En ik ben even op zoek of dat ik ergens wat stone kan vinden in een berg. Oké, ik zie daar al een hele hoop stone staan. Sorry, Kip, ik had je vlees nodig. Ik moest je gewoon eventjes killen. Oké, hier hebben we ook nog een koe. Bam! Bam! Let's go! We hebben gewoon even wat eten nodig, oké? Het is niet dat ik die koeien iets aan wil doen of zo. Oké, we maken hier gewoon allemaal planks van. Kijk, hier kunnen we dadelijk echt een zieke bunker van maken. We pakken hier even een crafting table. En ik ga gewoon eventjes een wooden pickaxe craften. En ik zie daar ook al kool. Die gaan we dadelijk natuurlijk ook meenemen. Maar ik wil gewoon even een paar simpele tools maken. Ik heb nou een axe waarmee ik zombies aan het slaan ben. En ik denk niet dat dat heel handig is. Het is toch gewoon even makkelijker om een stone sword te hebben. Want ja, dat doet net ietsje meer damage. Oké, let's go. We hebben een heleboel
heleboel steen gehakt. En we maken gewoon even meteen een zwaardje. En een pickaxe. Hoppakee. Dan kunnen we meteen die kool hakken. Dat kon eigenlijk ook al met die wooden pickaxe. Maar ja, weet je. Boeien. Daar hebben we gewoon zware schijt aan. En we komen ook meteen lepers tegen. Dat is super handig als we kunnen gaan enchanten. En holy shit. Ik heb nog een veel beter idee met die lepers. Want iedereen heeft natuurlijk een bed met zijn eigen kleur. En dat wil ik natuurlijk ook. Dus wat ik ga doen is dadelijk paarse kleurstof maken. En volgens mij heb ik daar nog rode kleurstof voor nodig. Dus ik moet dadelijk eventjes een paar rode bloemetjes zoeken. En als ik dat dan samenvoeg met de lepjes, heb ik paarse kleurstof. En dan kan ik dus meteen even een paars bed maken. Want ja, ik ga niet in een geel bed slapen. Ik ga niet in een rood bed slapen. Nee mensen, alles moet paars zijn in deze survival. Wat ik ook even moet doen is de oven gaan gebruiken van Jesse of Mick. Ik weet niet of dat ze een oven überhaupt hebben. Maar dat is wel handig, want anders kan ik mijn gebraden kip niet klaarmaken. En waarom gebruik ik deze axe nog? Een axe? Nee, we gebruiken gewoon de stone sword, gozer. Oké, ik zie hier ook meteen al wat rode bloemetjes staan. Dus die ga ik even een paar hakken. Zo, hoppa. Dit is wel genoeg, denk ik. Ik moet natuurlijk ook niet te veel sporen achterlaten. Anders dan gaan ze doorhebben dat ik hier ben. En dat is niet de bedoeling. Oké, wacht. Ik snap even helemaal. Oké, ik moet deze dye hebben natuurlijk. Oké, en dan zo. Purple dye. Let's go! En wat nu de bedoeling is, is dat ik dit schaap gewoon eventjes lekker paars ga maken. Rood is geen mooie kleur. Jullie moeten allemaal paars blijven, oké? Ja. Top, doe je goed. En nog een paar schaap, let's go. Oké, nu moeten we nog eventjes een shear gaan maken. Oké, dan ga ik toch eventjes een klein beetje iron stelen. En dan hoop ik dat Jesse Mick de schuld gaat geven van het stelen van zijn iron. Ik denk in ieder geval dat ik nu bij Jesse ga stelen. Ja, dit is toch Jesse? Ja, oké. Twee iron, dat heeft... Oh, hij heeft gewoon een schaar. Oké, die kan ik dadelijk gewoon weer terugstoppen. Dan heeft hij 100% niks door. Oké, waar is mijn eerste paarse schaap? Ik ben gewoon mijn eerste paarse... Oh nee, hier is hij. Ik wil dan zeggen, ben ik hem nou kwijt? Oké, let's go. We hebben hier al twee wol. Dat betekent dat als we die andere nog eventjes gaan scheren. Dan ja, dan hebben we gewoon genoeg voor een bed. Zoals je ziet. Ja, 5. Oké, daar kunnen we een lekker bedje van maken. Helemaal top. En ik zit nou te denken. Ze mogen natuurlijk niet zien dat ik de paarse guy ben die dit heeft gedaan. Dus ik maak deze weer rood. Met pijn in mijn hart wel om mensen. Want ja. Rode schapen die horen eigenlijk gewoon finaal afgeslacht te worden. Zoals je natuurlijk wel begrijpt. Want ja, mijn kanaalkleur is paars. En dit schaap is nu ook rood. Helemaal top. Oké, wat ik nu ga doen is eventjes mijn eten in de oven doen. Dat had ik toen net ook al net zo goed kunnen doen. Sorry mensen als ik een beetje noob ben in sommige dingen. Ik heb al heel lang geen Minecraft meer gespeeld. Oké, we doen hier de kip in met wat kool natuurlijk. Oké, dan hebben we dadelijk 3 gebraden kippetjes. Helemaal top. En dan gaan we ondertussen dat de kip bezig is eventjes een bed craften. En volgens mij moet dat zo. Ja, let's go. Kijk dan. Gewoon een paars bed, jongen. Hot dit. Lekker man. En dit bed, daar hebben we nu nog echt helemaal niks aan. Want we moeten natuurlijk eerst onze bunker gaan bouwen waar we het bed in gaan zetten. Oké, ik heb in ieder geval ook heel erg veel hout gehakt. Waarmee ik dadelijk ook bijvoorbeeld lekkere chests kan maken. Of allemaal dat soort dingen. Ik moet ook nog een soort van een geheime ingang gaan maken van deze bunker. Want ja, weet je, ik moet wel een ingang hebben. Dus die moet ik gaan verstoppen met een ladder of zo. Ik heb nog geen idee hoe ik dat ga doen. Maar ja, dat gaan we dan wel zien. Ik ga ook meteen even wat toortjes maken. Want op deze manier... Oh shit, nee. Ik kan helemaal niks zien. En ik zit in een cave. Dit vind ik fucking eng. Nee, ik ben erin gevallen, gek. Holy shit. Nee. Nee. Ik ben echt zo noob. Ik wil helemaal niemand vechten op dit... Nee. Ik heb ook helemaal nul armor. Oké, dit gaan we niet nog een keer doen. We gaan gewoon lekker door met graven. En deze keer gaan we niet in een of ander groot zwart gapend gat vallen. Dat is gewoon niet heel chill, oké? Misschien kunnen we dadelijk nog wel eventjes heel erg voorzichtig gaan kijken van... Yo, hebben we hier misschien wat iron en... Oh shit, ik zie hier allemaal... Nee, er ontploft hier gewoon een creeper, gek. Echt, als ik daar net nog stond, was ik 100% dood geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder met ons pad. We moeten het pad zelfs een beetje bouwen. Ik had eigenlijk verwacht dat we alleen maar moesten gaan graven. Maar ja, soms moet je ook gewoon even lekker bouwen in Minecraft. Maar goed, deze cave is echt wel groter dan gedacht, gek. Ik moet hier echt een gekke gang gaan maken. Maar wat dadelijk dus super makkelijk is als ik deze gang heb gemaakt... is dat ik echt super snel naar Jesse en naar Mick kan. Als ik iets uit hun chest wil stelen bijvoorbeeld, weet je, just saying. Dat gaat vast nog wel een keertje gebeuren. Want het leuke is, zolang zij niet doorhebben dat ik in deze server... Nee! Oké, ik kreeg gelukkig niet veel damage, maar dit had zomaar heel verkeerd kunnen aflopen. Wat ik wilde vertellen, is dat op het moment dat Mick en Jesse niet doorhebben dat ik in deze server zit, en ik stil iets, ze geven gewoon elkaar de schuld, weet je. Ik heb gewoon altijd vrij spel, en dat is echt super handig. Ik merk wel dat ik echt nog een heleboel steen moet hebben, maar goed, daarvoor kan ik net zo goed even wat gaan uithollen. Ik zie hier ook al meteen iron, dat is super chill. Dan kunnen we dadelijk even een iron zwaard gaan maken, of weet ik veel wat. Maar goed, ik ga eventjes dit hele stuk uithollen, en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, dames en heren,
Het hele gat is uitgehold. En wat ik dus nu nog wil gaan doen is eigenlijk deze muur nog eentje breder maken. En dan dus vervolgens met hout hier een hele zieke bunker in gaan bouwen. En ik zat te denken, als vloer ga ik gewoon cobblestone? Nee, dat is ook best wel standaard, hè, eigenlijk. Wat ik als vloer ga doen is denk ik iets van stone. Ik ga hier even een oventje maken. Eigenlijk ga ik gewoon meerdere ovens maken, want dit gaat wel even heel erg lang duren. En we gaan gewoon eventjes al de stone van toen net even lekker versmelten. En dan kunnen we dadelijk dus een of andere gekke stone vloer maken of zo. Ik weet het niet. Ik probeer mijn best te doen. Ik heb nog niet veel spullen. Laat me gewoon mijn gang gaan, oké? Even kijken. We gaan nu de muren maken. En deze muur die kan al helemaal vol met hout. Maar waar ik dus rekening mee moet houden is dat dit dus de muur is. En dat er hier daar een vloer komt. Dus de onderste laag hoef ik eigenlijk niet in te vullen. Dat is eigenlijk best wel handig. Dat scheelt weer een heleboel blokken. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik de bunker echt nog een klein stukje groter gemaakt. Want ja, het was een klein beetje krap. En het steen is nu al een heel eind klaar. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En dan kan ik nu dus van deze bricks van maken. Hoppakee. 40 bricks. Ik hoop dat dat genoeg is. En dan gaan we dit gewoon eventjes helemaal invullen. Want kijk, deze vloer die ziet er natuurlijk niet uit. Het is gewoon een mix van stone, diorite, dirt, allemaal dat soort gekke shit. Daar heb ik helemaal niks aan. En wat doe ik nou? Ik vergeet gewoon de iron. Nee. Holy shit, mensen. We hebben echt net genoeg voor deze vloer. Let's go. Kijk, en nu hebben we dus al een mooi vloertje. Maar we moeten ook nog even wat toortjes gaan maken. Want ja, het is hier echt pikken donker. Ja, mensen. Dit ziet er enorm ziek uit. Ah, nee. Weer een cave. Rot op. Nee. Ik vind... Nee. En een skeleton. Nee, nee, nee. Mensen, doe eens eventjes lekker normaal. Hier heb ik toch helemaal geen zin in? Aan de kant. Aan de kant, zei ik. Oké, die botjes die kan ik op zich best wel goed gebruiken. Zit hier dan een of andere spawner in de buurt of zo? Ik ga het bijna denken. Oké, die iron die wil ik heel graag hebben, maar dat ga ik later een keertje doen. Want er zitten echt veel te veel zombies voor mijn gevoel. Oké, ik ga hier nog heel eventjes één keer een check doen of dat... Oké, wacht, deze zombie kan ik op deze manier op zich wel gewoon killen. Oké, ik moet echt eten, want ik ga zwaar dood op deze manier. Ik zat helemaal niet op mijn hartjes te letten. Oké, we hebben hier nog raw beef, die doen we erin. En dan hebben we eigenlijk al niks meer te eten. Weet je wat? Ik ga gewoon de gok wagen. Ik ga rotte flesh eten. Nee, ik word er ziek van. Bro, ik ben al bijna dood. Maar wat we wel alvast kunnen doen is dit bed plaatsen. En ik ga er gewoon even lekker... Oh, het is nog geen nacht. Tuurlijk is het nog geen nacht. Nou ja, we gaan in ieder geval dit ook even eten. En ik ben nog steeds ziek. Oké, dat is niet heel erg fijn. We gaan dit ook eventjes dichtmaken. Want ja, al de creepers, skeletons en zombies kunnen we nu gewoon natuurlijk nog zien. En dat is niet de bedoeling. Kijk, onze geheime gang die is al bijna af. En oh, nee, 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 nee. Ik zit niet op jou te wachten, meneer skeleton. Nee, nee! Ik stress altijd van die creepers, jongen. Ik zweer het je. Ik word er helemaal gek van. Hier, nee. Ik ga gewoon dood door die skeleton. Oké, maar waar ik dus nu al achter kom is dat ik echt super snel dood ga. En ik moet eten hebben. Dus wat ik nu ga doen is een trappetje maken. En dat gaan we doen met heel veel sticks op deze manier zo. Ik doe bij trappetjes altijd een ezelsbruggetje. Dat je een haar moet maken. Kijk, mensen. Weer wat bijgeleerd. Allemaal gratis en voor niks. En wil je nou meer van dat soort pro Minecraft tips? Abonneer dan gewoon. Waar wacht je op? Er kwamen nog een paar trappetjes tekort. Dus we maken er even nog een paar bij. Zo, hoppatee. En dan gaan we zo 1, 2, hopsa. Oké, top. En wat ik ga doen is... sorry meneer het schaap, maar ik ga jou gewoon even lekker killen. Want ik heb je vlees nodig. En sorry, deze ga ik ook killen. Waarschijnlijk zijn ze dadelijk gewoon één rood schaap kwijt. Maar ja, daar hebben we gewoon eventjes schijt aan. Want ja, we pakken gewoon even alle dieren die we tegenkomen. Want ik ga anders dood. En ik denk dat Jesse en Mikke niet erg zouden vinden... als ik al de dieren hier in de buurt zou killen... omdat ik anders dood ga. Dus weet je wat, dat doen we gewoon. Oké, we gaan hier weer terug in ons schat. En we gaan onszelf weer opsluiten. We kunnen dit gewoon denk ik afsluiten met een dirtblokje of zo. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Gewoon telkens slopen. Zo, hoppakee. En dan pakken we je dirt. En die plaatsen we dan hier. Kijk, zo. Nu kan niemand het meer vinden. Oké, we doen even al ons vlees in de oven. Ik heb nog geen kool, dus ik doe er gewoon even wat oak planks bij. Waarom ook niet? Maar kijk, het begint er al best wel ziek uit te zien, mensen. Ik zeg je heel eerlijk. Wat er nog wel vet is om erbij te doen, is om het plafond nog één blokje hoger te maken. Want op die manier kunnen we... Ja, anders is het zo krap, weet je wel. Dan krijg je zo'n benauwd gevoel van. En dat wil je gewoon niet. We hebben al zoveel gehakt dat ik nu al mijn derde pickaxe aan het maken ben. Dat is toch gewoon te ziek voor woorden eigenlijk. Oké, we hebben in ieder geval wel ons eten al, dus dat is super fijn. Dan gaan we dat in ieder geval even lekker chappen. En dan gaan we dit gewoon even lekker uitgraven, jongens. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik heb het allemaal eentje meer uitgehold. Dus we gaan het nu eventjes allemaal dichtmaken op deze manier. Kijk, en het hele plafond zit erop. En het enige wat ons nu nog te wachten staat, is het plaatsen van de muren. Oké, let's go. Dit begint er echt al ziek uit te zien. Ik ga wel eventjes al deze furnaces en zo lekker verplaatsen, weet je wel. Want dit zag er echt niet uit. Oké, deze crafting table gaan we ook even lekker verplaatsen. Even kijken. Die furnace, die zetten we mooi. Ik denk hier zo neer. Ja,
topplek. En dan zetten we er gewoon 3 boven elkaar. En dan pakken we hier de crafting table. Die zetten we hier. En dan kunnen we ook nog eventjes lekker 2 chesten maken. Hey, let's go! Kijk, en nu krijgen we dus gewoon een dubbel chest. En dan gaan we hem dus hier in plaatsen. Zo, hoppakee. We hebben dus al iron. Daar ben ik echt super blij mee. En ik moet daar ook even deze schaat terugbrengen naar Jesse. Zodat hij niet door heeft dat ik hier ben. Dat moet ik echt niet vergeten. Oké, let's go. Dan zetten we hier dat blokje nog neer. En nu gaan we eventjes kijken of dat ik al bij het huis van Mick of Jesse ben. Ik weet niet meer precies. Oh shit, ja, dit was een probleem. Ik weet het alweer, mensen. Dit moeten we eventjes helemaal dicht gaan bouwen. Want anders hebben we echt een nog groter probleem. Want als ik dood ben, dan kan ik natuurlijk helemaal geen bunkers meer bouwen. En dat willen we niet. Oké, let's go. We zijn een stukje omhoog gehakt. En nu gaan we kijken of dat ik goed zit. Want dit is echt een gepuzzel, mensen. Ik kan natuurlijk niet vliegen en kijken of dat ik goed zit. Dit is echt letterlijk een pure gok. Oh shit, ik zit in zijn huis. Hé, dat is op zich ook best wel leuk. Laten we dit gewoon doen. Kijk, we komen nu gewoon letterlijk midden in het huis van Jesse uit. Dus we hebben nu een tunnel na het huis van Jesse en een bunker onder het huis van Mick. Hier ga ik ook nog zo'nzelfde bunker maken. Dus ja, let's go. Dat gaan we nu doen. Oké, dames en heren. We hebben hier een hele ladder gemaakt. En als je hier naar beneden gaat, kom je dus in dit mooie bunkertje. Ik wil dit bunkertje in de volgende aflevering nog veel mooier gaan maken. Eigenlijk gewoon net zo mooi als deze. En hier gaan we natuurlijk ook nog gekke upgrades aan doen. Ik zit hier in de bunker onder het huis van Jesse en Mick. En ze hebben nog steeds niet door dat ik op deze server zit. Oké, let's go. We hakken dit blokje weg. En we gaan even kijken of dat ze mij al door hebben gehad. Oh nee. Een zombie. Wat is er gebeurd met het huis van Mick? Kijk dan. Mick had eerst precies hetzelfde huis als dat Jesse had. Maar nu is het gewoon een dirt huisje. Oké, hij heeft niet echt leuke spullen. Cool. Oké, dat kan ik altijd wel gebruiken. Neem ik lekker mee. Oh. Hallo meneer de skeleton. Niet op mij schieten alsjeblieft. Dankjewel. Maar ik snap een hele... helemaal niks van. Oké, even kijken of Jesse nog wat leuke dingetjes heeft. Hier liggen diamonds. Oké. Hey, daar kan ik misschien wel wat mee, oh mensen. We gaan voor nu gewoon weer eventjes terug in onze bunker. En ik kreeg een comment van een van jullie. En dat was best wel een goede comment. Want Feli Freek heeft gezegd, maak je grond van slabs. Want dan kan geen monster opspannen. En dat is zo slim. Want ik zit hier natuurlijk best wel in een donkere bunker. En als ik hier slabs neerleg, dan kunnen er gewoon geen zombies meer spannen. Dus dat gaan we sowieso vandaag ook nog heel eventjes doen. En omdat ik zoveel dingen ga bouwen in deze server, heb ik ook jullie hulp nodig. Ik laat namelijk elke aflevering van deze survival serie een random abonnee bouwen op mijn Minecraft server. Dus wil je nou meehelpen met bouwen, vergeet dan zeker niet te abonneren, want ik ga gewoon random iemand uitkiezen vandaag. En vergeet ook zeker niet te liken, want bij de 3000 likes komt er weer een nieuwe aflevering online. En anders ga ik er gewoon lekker mee stoppen. Oké, maar ik heb ontzettend veel honger, dus ik heb hier gelukkig nog 2 pork chop in mijn chest zitten. Dus die ga ik gewoon even lekker chappen zo. Maar goed, dames en heren, ik had nog een ontzettend goed idee wat ik in deze aflevering wil gaan doen. Want dit is natuurlijk het huisje van Mick. Mick is nog niet zo rijk zoals je ziet. Hij heeft een huisje van dirt. Haha, arme Mick. Hier heeft hij ook nog een soort van gebouwtje. Ik weet niet wat het... Heeft Mick nou een bunker gemaakt? Oh, dit is zo gevaarlijk. Oh, wat? Allemaal traps ook? Oké, hier ga ik maar eventjes niet doorheen lopen. Dit ziet er wel super ziek uit. Oh, als hij mijn bunker maar niet is tegengekomen. Want ik wil dus dat niemand door heeft dat ik in deze server zit. Maar dat gaat een beetje moeilijk als iedereen in één keer bunkers gaat lopen maken. Maar goed, ik ga jullie mijn idee vertellen. Want ik zag er net in deze chest dat Jesse diamonds heeft. Hier, hoor. Hoppatee, 3 diamonds heeft Jesse gewoon. Maar wat jullie misschien wel weten is dat ik daar onder het dirthuisje van Mick een bunker heb. Maar die bunker loopt dus helemaal door hier zo naar Jesse's huisje. En wat mij dus een grappig idee lijkt is gewoon om hier onder Jesse's chest een heel hoppersysteem naar beneden te bouwen. Dat als hij iets in de chest doet, dat het dus bij mij in de bunker terecht komt. Dus dat betekent als hij net heel veel schapen heeft gekild en hij heeft superveel vlees, komt het allemaal in mijn chest terecht. Dat lijkt me super handig. Hoef ik nooit meer naar buiten te komen. Kan ik alleen maar chillen in mijn bunker en Jesse doet al het werk voor me. Dat is toch een top idee. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we natuurlijk een heleboel spullen gaan verzamelen. En ik heb daar dus stone voor nodig, allemaal dat soort dingetjes. Want ik moet dus pickaxen gaan maken, want ik wil hoppers maken. En daar heb ik weer iron voor nodig. Dus we gaan op zoek naar iron vandaag. We gaan op zoek naar hout. Want er moeten natuurlijk ook chesten gemaakt worden. Want volgens mij heb je voor een hopper iron en chesten nodig. Dus dat gaan we doen. Verder wil ik vandaag ook nog even mijn bunker een heel stuk mooier gaan maken. En het lijkt me ook nog heel erg leuk om een huisdier te verwelkomen in mijn ondergrondse bunker. Want ja, ik ben daar zo alleen de hele tijd. Het enige wat ik daar heb is mijn paarse bed en mezelf, weet je. Dat is toch niet heel leuk? Nee, dat dacht ik al. We moeten echt even een huisdiertje gaan fixen. En ik weet nog niet wat voor een. Ik zat te denken aan een paar schapen, want Jesse die heeft huisdieren en dat zijn schapen. Dus ik dacht, dan steel ik er gewoon even lekker eentje van hem. Maar goed, dat weet ik nog niet. Dat gaan we zo even kijken. En ik heb echt een heleboel stone nodig, mensen. Want ik wil even een hele hoop pickaxen gaan maken. Ik wil echt superveel iron, diamonds, coal, noem maar op. Ik wil het allemaal gaan hakken in deze aflevering. Dus ja, ik heb er zin in. We gaan het gewoon doen. Oké, we hebben 44 stone. Dat is
voor nu al eventjes genoeg. Ik zie hier ook een village met allemaal villagers. Het lijkt me ook echt super leuk om op een dag nog een villager te gaan stelen hier zo. Die ga ik dan gewoon lekker in mijn huis zetten als mijn persoonlijke butler. Hey, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Oké, let's go. We hebben al een heleboel hout verzameld. Ik wil nog wel even een paar boompjes erbij gaan hakken, want ja, we hebben echt super veel nodig. We hebben namelijk hout nodig voor de hoppers. En we hebben hout nodig om ons huis nog een heel stuk mooier te gaan maken. En dat leek me leuk om het andere gedeelte onder het huis van Jesse van Sprucewood te gaan maken. Want het gedeelte onder het huis van Jesse is nog helemaal niet zo mooi. Oké, maar goed. We hebben nu 21 hout. We gaan straks nog even wat meer hakken. Maar ik heb er nu helemaal geen zin in. Ik moet ook nog even een nieuwe axe gaan maken. En dan laat ik jullie zo zien hoeveel hout ik gehakt heb. Oké, dames en heren. Ik heb een heleboel hout gehakt, zoals je kan zien. En wat we nu gaan doen, is gewoon weer even lekker terug naar de bunker. Want met dit hout kan ik echt een enorme upgrade gaan geven aan de bunker. Het begint ook al nacht te worden, dus ik ga snel weer naar beneden. Oké, kijk mensen. Zoals jullie kunnen zien, is dit gedeelte onder het huis van Mick al best wel mooi. Maar als we hier naartoe gaan... Oh, wat is hier te beleven? Heel erg veel donkerheid. Hier gaan we snel maar weer weg. Maar zoals je aan deze kant kan zien, ziet het er nog heel erg leeg en donker en lelijk uit. Dus we gaan hier sowieso even een dikke upgrade aan geven vandaag. Maar wat we daarvoor nodig hebben, is allereerst een pickaxe. Want ja, we moeten natuurlijk even veel pickaxen maken, want we gaan straks ook nog minen. En dan daarbij kan het stuk hier zo ook nog een heel stuk groter. Want ja, dit is natuurlijk een beetje klein. Ik denk dat we alles gewoon even 2 hoger gaan maken. Ik denk dat dat wel mooi is. En dan gaan we dadelijk, als dit allemaal uitgehakt is met sprucewood, de muren super mooi maken. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Het wordt heel erg ziek. Dus ja, ik zie jullie terug als dit allemaal uitgehold is. Oké, dames en heren. Ik heb echt een mega gat uitgegraven. En ja, hier moeten nog een paar dingetjes dichtgebouwd worden. Zo. Maar kijk dan hoe enorm groot dat het is. Ik heb zelfs de hele vloer eruit gegraven. Ik weet nog niet echt wat we gaan doen als vloer. Maar het moeten sowieso slabs worden. Want dat hebben jullie achtergelaten. Want dan kunnen er hier geen mobs spannen. En het is hier best wel donker. Dus het allereerste wat ik ga doen is eventjes wat toortjes halen. En ik heb honger. Dus ik moet ook even wat eten gaan fixen. Oké, ik heb hier in ieder geval al 3 toortjes. Dat is super fijn. En ja, gelukkig zit ik hier recht onder Jesse. Dus wat ik zat te denken is, misschien heeft Jesse nog wel wat lekkers te eten voor mij. Dus we gaan gewoon eventjes bij hem in zijn chest kijken. Weet je, als ik iets stil, hij geeft sowieso toch Mick de schuld. Want hij denkt dat Mick de enige is die in deze server zit. Maar dat heeft hij helemaal verkeerd. Kijk, ik ben er ook gewoon. We doen deze deuren even dicht in verband met zombies. En ja, hij heeft niet echt iets te eten. Ik zie hier alleen Rabbit. Nou, dat is lekker meegenomen. Heeft nog iets in zijn oven zitten? Nee, alleen kool. Die gaan we ook lekker meenemen. Nee, hij heeft echt helemaal niks, dames en heren. Dit is echt jammer. We gaan ook vooraan deze kant eventjes een crafting table neerzetten. En ik denk dat we die gewoon even hier zo neerzetten. Hieronder komt dadelijk nog een vloer. Dus no stress, jongens. Nu is er nog een zwevende crafting table. Maar dadelijk... dadelijk wordt het dik. En dan maken we meteen even een oven. Zo, hoppatee. Die oven zetten we hier zo neer. Dan doen we even 1 kool erin. En dan pakken we die rabbit shizzle. En die doen we hierin. Hoppa. En dan hebben we hier nog gekookt schaap. Dat gaan we ook lekker eten. Ik hoop dat het een van de paarse schapen van Jesse is. Of nee, ik bedoel rode schapen. Paars is niet Jesse's kleur. Het is mijn kleur. Oké, dit is ook lekker gekookt. We gaan dadelijk wel even lekker naar boven om te kijken of dat we nog wat eten kunnen fixen. Want dat is wel super belangrijk. Maar voor nu, dames en heren, gaan we eventjes hier wat muurtjes bouwen. En ik heb wel een leuk idee hoe dat we dat kunnen doen, denk ik. Kijk, we maken hier gewoon even allemaal hout van. En dan gaan we op deze manier even wat muren erin bouwen. Zo. Kijk, we zetten gewoon eerst overal eventjes alle hoeken erin. Want kijk, op deze manier... Oh, ik heb zo'n goed idee. Dit gaat er zo ontzettend ziek uitzien, mensen. Jullie zijn niet ready. Oké, en dan doen we hier mooie logs. Gewoon een rijtje, weet je wel. Gewoon voor de stevigheid, weet je. Dit zijn gewoon van die stevigheidspalen. Die heb je gewoon nodig in iedere bunker. Want ja, er kan ieder moment een heleboel steen van boven op je komen te vallen. En dat moeten we niet hebben. Het moet wel lekker stevig zijn. En hier natuurlijk de laatste paal. Zo, oké. Dit begint er al best wel ziek uit te zien. Met dat hoge plafond is het zo super nice of zo. Ik weet niet waarom. Maar goed, dames en heren. Wat we nu gaan doen is het maken van slabs. En dat doen we gewoon zo, op deze manier. En dan ga ik dus even de hele vloer invullen. Oké, en ik zie al dat we een heleboel tekort komen. Dus we moeten echt eventjes bij gaan hakken dadelijk. Dat is wel een klein tegenvaller. Ik heb al zoveel hout gehakt voor deze stomme bunker. Wat me nu heel erg vet lijkt om te doen, is om deze laatste stuk een muur in te vullen met stone bricks. Eigenlijk een beetje hetzelfde hoe dat we het aan deze kant hebben gedaan. Want ja, hier hebben we het dus op de vloer zitten. Maar ja, hier gaan we het gewoon op de muur doen. Dat het wel een beetje dezelfde stijl is, maar toch ook weer niet. Snap je? We gaan ook eventjes deze ladder weghalen voor nu. Want ja, dit ziet er natuurlijk ook echt niet uit met dat stone en die granite hier zo. Dat mag allemaal niet. Dit gaan we even een stuk zieker maken. Zo, met een lock in het midden. Ja, dit gaat er echt ziek uitzien. Ik vind deze kant van de bunker nu al veel vetter worden dan die kant van de bunker. Laat even weten in de
de reacties. Welke kant vinden jullie vetter? Deze kant of deze kant? Ik sowieso deze kant. Oké, we gaan dus dadelijk met deze blokken deze hele muren invullen. Maar dat gaat nog heel erg lang duren, zoals je kan zien. Dus ondertussen ga ik even mijn andere blokken hier in de ovens leggen. Want we hebben natuurlijk veel meer ovens. Alleen hebben we geen brandstof. Ai, 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 ai. Oké, weet je wat we dan doen? Dan gaan we even zo wat kool maken. Dan gaan we hier naar boven, want ik moet even wat vlees en eten halen. Oké, let's go. We hakken hier omhoog en dan hopen dat het geen nacht is. Oké, gelukkig maar. Het is dag. Ik zie hier ook een heel mooi farmpje, dus dat gaan we ook even allemaal meenemen. Ze mogen natuurlijk niet doorhebben dat ik hier ben geweest, dus ik ga het lekker even allemaal weer terugplanten zo. Hoppatee, dan kunnen we weer een stuk of 3 broodjes maken of zo. Oh, ik heb een supergoed idee. We gaan even naar de farm toe van de villagers, want misschien hebben zij nog een heleboel eten daar zo liggen. Dat zou in ieder geval wel fijn zijn. Hebben ze hier überhaupt farmpjes? Ik ben er nog geen tegengekomen. Ik ben heel benieuwd. Zover ik kan zien hebben ze helaas geen farmpjes hier. Ik ga nog een klein stukje verder kijken hier zo boven. Hier ben ik echt nog nooit geweest. Misschien kunnen deze gasten wel eten ruilen voor mij. Nee, nog niet. Maar ik zie hier wel een supergoed zwaard. Handig om te weten dat ze dat hier allemaal hebben. Oké, er zit hier niks meer in de chest. Ik denk dat iemand het al geloot heeft. Ik zie wel een heleboel koeien in hokken zitten hier zo. Misschien dat we vandaag nog een koe gaan stelen hier. Want ja, iedereen heeft natuurlijk schapen met zijn eigen kleur. Maar ja, een koe heeft ook wel iets, mensen. Kijk, deze koe. Deze koe is van mij. Blijf hier staan. Nou, trouwens, ik heb toch wel iets meer honger dan dat ik zin heb in een koe als een huisdier. Dus ik ga even al deze koeien killen, want ik heb zoveel trek. Oké, jij mag gewoon ook eventjes lekker dood. Dankjewel. En dan gaan we even hier lekker naar boven. Want ik zie hier nog een koe staan. Ze zitten ook echt in deze hokken gewoon. Waarom? Oké, ik zie hier ook nog een heleboel schapen. Ja, weet je, sorry schapen. Ik ga er daar gewoon eentje van Jessie stelen. Maar ik heb gewoon even jullie eten nodig. Hier, pam. En hier ook nog een mooie kip. Doei, doei. En ja, 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 ja. Ik ga natuurlijk dadelijk ook nog wat paarse dingen maken. Dus die bloemetjes komen altijd goed van pas. En deze inktvissen ook. Want die hebben natuurlijk blauw kleurstof. En dat kan ik ook heel erg goed gebruiken. Dus we gaan ook nog eventjes deze killen hier zo. Hoppatee. En we hebben een heleboel kleurstof. Deze ga ik ook even killen. Want ja, nou trouwens, laten we die nog maar even leven. Dan kunnen ze zich in de toekomst nog lekker voor gaan planten. Maar goed, we gaan weer naar de bunker. We sluiten hem af. Oh, dat moeten we wel even goed doen. Zo, hoppatee. Niemand mag zien dat ik hier zit natuurlijk. En als het goed is, inderdaad, is onze kool klaar. Daar ben ik super blij mee. Ik ga trouwens even al mijn eten in deze ovens doen. We hebben al wat meer stone ook al. Dat is super top. 7 beef, die doen we hier lekker in. En ja, dan hebben we denk ik wel even genoeg. Nee, trouwens, we doen ook nog even dat schapenvlees hier zo in. Zo, dan hebben we daar weer genoeg eten. Kunnen we weer een hele maand vooruit. Oké, het is hier zo donker dat er zelfs vleermuizen rondvliegen. Waar ben je nou? Hier, jij mag hier niet komen, maat. Je mag hier niet komen. Je moet weg. Maar we doen even de kool hier zo in. En dan gaan we even een heleboel stone maken. Want dat hebben we dus nodig om deze bunker Fabialo te maken. Dus dat gaan we even lekker doen. Kijk, we hebben al gewoon weer bijna één hele kant af. Zo, en dan kunnen we hier alweer beginnen aan deze kant. Maar dit gaat er echt enorm ziek uitzien, mensen. Dames en heren, we zijn weer een tijdje verder. Ik haal mijn kool eruit. Ik haal dit er allemaal uit. En we hebben 50 stone bricks. Dat is super nice. Want dat betekent dat we misschien dit wel helemaal af kunnen maken. Ik denk het nog niet. Ik denk niet dat we al helemaal genoeg hebben. Maar goed, we gaan het gewoon even lekker proberen. Zo. Hier zit natuurlijk ook een mooi deurtje zo. En dan moeten we deze muur nog even lekker invullen. En dit gaat toch de ziekste bunker ooit worden. Ik weet niet wat Mick voor trap bunker heeft gemaakt. Maar nee. Dit wordt de ziekste bunker. Oké, we hebben nog niet genoeg. We hebben hier ook nog het een of ander in de oven zitten. Dus dat komt helemaal top uit. Dan hebben we alweer 8 blokken. Dan plaatsen we er hier weer 4. En volgens mij was dat hem toch? Ja, oké. Ziek. Het enige wat we nu nog moeten doen is even aan deze paal wat toortjes gaan hangen. Want het is echt enorm donker hier zo. En ik heb natuurlijk eten. Dus ik ga gewoon even lekker jappen. Maar goed, dames en heren. Ik wil in deze video dus een soort van hoppersysteem gaan bouwen. En daarvoor moet ik even wat toortjes gaan maken. Want die ga ik echt wel nodig hebben tijdens het minen. Oké, dus we maken gewoon even lekker wat sticks. Die zetten we hier neer met kolder op. En dan hebben we 8 toortjes. Een beetje weinig, maar ik denk dat het wel genoeg moet zijn. En dames en heren, we hebben hier gewoon al ons eerste iron gevonden. Het is letterlijk gewoon de cave onder mijn huis. En het is nog veel ook. Wat? Oké, dit is echt een lekker begin. Want volgens mij kan ik hiervan gewoon al bijna 2 hoppers maken. En ik weet niet hoeveel dat ik er nodig ga hebben. Dan moeten we nog even uitzoeken zo. Maar oké. Oh, en hier is er nog meer. Ja. Dit is helemaal top. Kijk, 4, 5, 6. Dan hebben we hier nog 7 en 8. En wow, yo, we hebben echt ziek veel. En hier zit gewoon nog meer. Hé, dit is gewoon de goudmijn. Ik heb gewoon al 18 iron, dames en heren. Oké, ik zie hier ook al een spider. Die wil ik eigenlijk best wel graag killen. Oh, damn, er zat ook nog een zombie. En die spider die moet ook gewoon even dood. Want ik wil jouw touwtjes hebben. Oh, en we hebben hier ook nog een heleboel kool. Die kunnen we ook super goed gaan gebruiken voor de torches en al dat soort dingen natuurlijk. Nee, een creeper. Oh, nee. Oh, ik schrik me kapot, hè. Maar wat ik wilde zeggen, als ik daar dat hoppersysteem heb gebouwd, wordt het zo nice. Want
want ik hoef helemaal niks meer te doen. Oh nee, nog een creeper. Nee. Au, ik ben ook gewoon te noob om te vechten met die dingen. Maar goed, ik kan dadelijk gewoon lekker op mijn luie reet in de bunker blijven zitten. En niemand gaat mij wat doen. Het enige wie mij iets gaat doen is Jesse, want die gaat lekker allemaal dingen in mijn chesten gooien. Hij gaat gewoon al mijn chesten bijvullen. Dat is de planning. Oké, hier zit nog één core en daar verderop ook. Maar ik heb geen zin om helemaal omhoog te bouwen. We hebben wel een heleboel core nu al. Oké, hier zit ook nog een beetje. Laten we dat dan toch nog maar eventjes meenemen. En ik hoor een zombie. Waar ben je? Oké, geen zombie. Ik ben gek, oké? Ik hoor gewoon dingen die er niet zijn. Oké, we gaan gewoon weer even naar boven. We gaan dit ook eventjes afsluiten. Zodat niemand die per ongeluk in deze cave komt, erachter komt waar mijn geheime bunker zit. Want ja, dan is echt alles verraden. Dat zou een beetje zonde zijn. We doen even het coal hier zo in. We hebben nog meer stone. Dat hadden we eigenlijk niet meer nodig, maar toch fijn. En we doen even de iron hier zo in, zodat we dadelijk onze hoppers kunnen gaan bouwen. En wat eigenlijk het eerste is wat we moeten gaan doen, is hier zo onder de chest van Jesse een gat gaan maken. Dus dat gaan we gewoon even doen. Zo. Nu moet ik wel even precies het gaatje gaan zoeken van de chest. Dus het is zeg maar vanaf de trap 1, 2, 3. Oké. Dat is fijn om te weten. Dus dan hebben we 1, 2, 3. En hier zit dus de chest van Jesse. Hier moeten we een heel hoppersysteem gaan maken. Dit wordt zo grappig, dames en heren. Oké, we gaan hier nog een beetje doorhakken. En hoe ver zit het? Ja, oké. Nu hebben we de chest van Jesse. Kijk, ik kan dat ook gewoon vanaf zo leeg maken. Hier, ik heb je diamonds. Lekker voor je. Maar goed, in dit gat moeten we dus allemaal hoppers maken, zodat het hier zo in mijn chest terecht komt. Daarvoor hebben we eerst natuurlijk nog een heleboel hout en dat soort dingen nodig. Dus ik drop even alles in deze chest. Oh, trouwens, ik heb hier gewoon nog een stack. Hé, dat is echt top. Dan hoef ik niet meer helemaal moeite te gaan lopen doen. En daar hou ik van. Ik hou niet van moeite doen. We hebben denk ik toch wel een stuk of 6 chesten nodig, denk ik. Laten we dat gewoon doen om mee te beginnen. En dan maak je volgens mij op deze manier een hopper, toch? Ja, lekker. Zo, hoppatee. Nu hebben we gewoon al 2 hoppers gemaakt. En we gaan even kijken of dat we al een heel eind kunnen komen. Ik weet het nog niet. Ja, kijk, we bouwen hier al naar beneden. En alles komt er al in. Ja, het werkt gewoon. Let's go. Nu moeten we alleen nog een paar hoppers erbij gaan maken. Dus ik ga nog even wat minen en ik zie jullie zo terug. Oké, dames en heren. Het is weer eventjes later en ik heb weer enorm veel gehakt. Ik heb namelijk 27 iron. En daar ben ik super blij mee. Want ik denk dat ik daarmee wel gewoon een heel hoppersysteem naar beneden kan bouwen. Dus dat wordt heel erg ziek. Wat ik ook even zat te denken was van, hé, maar deze bunker is veel mooier. Dus ik ga eventjes mijn bed verplaatsen naar de andere kant. Mijn mooie paarse bed. En die gaan we gewoon eventjes lekker. Ja, we moeten nog wel even wat verhogen trouwens. Dus die gaan we gewoon hier zo neerzetten. Hoppatee. Ja, dit is toch vet. Kijk, een super mooi verhoogd bed. Ik vind het helemaal mooi. Maar goed, genoeg gepraat over bedden. We gaan eventjes wat hoppers erbij maken. We hebben er alweer 2. Let's go. Kijk, en hij komt alweer bijna tot beneden. Ik denk dat ik hem niet helemaal tot beneden ga maken, want dat kost wel heel erg veel iron. Oké, dames en heren. We zijn een stukje verder. En kijk, hij zit tot hier en ik vind het mooi zo. En als het goed is, ja, alles komt in de chest terecht. Let's go. Oké, nu is er nog even wachten op de diamonds. Maar dit gaat echt enorm ziek worden. Alles wat Jesse nu in zijn chest doet, komt gewoon uit bij onze bunker. Dit is echt ziek. Kijk dan mensen, zijn hele chest is gewoon leeggezogen door die hoppers. Geniaal. Ik ben echt super benieuwd hoe Jesse hierop gaat reageren. Ze hebben nog geen idee dat ik in deze server zit. En dat wil ik heel erg graag zo gaan houden. Huh? Oké, hier klopt al meteen iets niet. Want dit blokje was namelijk nog niet weggehakt. Oké, dat is een klein beetje vreemd. Maar oké, Mick heeft al een heel mooi huisje gebouwd. Zie ik hier zo. Met iron en een stone sword en zo. Oké, dat ziet er best wel nice uit. Zeker weten. Oh damn, hij heeft hier ook gewoon een hele mine gemaakt, joh. Oké, Mick is goed bezig. En even kijken of dat Jesse nog iets heeft veranderd aan zijn huis. Ik zie hier in één keer een standbeeld. Oké, Mr. Schapie. Hallo Mr. Schapie. We hebben hier ook nog een poort. Daar staat welkom in Schaapstad. Oké, vanaf nu woon ik dus gewoon lekker in Schaapstad. En hier hebben we het huis van Jesse. En daar zit hij een spin. Die moet eerst eventjes dood voordat we hier wat gaan doen. Oké, zo, heeft hij nog wat in zijn chest? Nee, tuurlijk niet. Want ik heb letterlijk een chest hieronder. En alles wat je in deze chest doet, verdwijnt zoals je ziet. Oké, hier staan bordjes. Jesse, ik heb jouw diamonds niet gestolen. Maar ik ontdekte dat Giel onder ons huis woont. En ik heb in zijn chest diamonds gezien. Ja, gezien. En ik ben lief, XX. Oké, Mick is dus blijkbaar lief, maar dit is helemaal niet chill. Nu weten Mick en Jesse dat ik in deze server zit en dat was nou precies niet de bedoeling. Maar goed, ik vind dit best wel een gezellig plekje, want kijk, eerst had Mick natuurlijk hier dat dirthuisje en daar wil je gewoon niet dood gevonden worden. Dus daar wilde ik eerst gewoon niet heen. Dankjewel voor je botje trouwens. Maar nu Mick een mooie huisje heeft gemaakt, vind ik het wel heel erg nice hoor. Ik denk dat ik vandaag lekker boven de grond ga verhuizen. Kijk, weet je, nou ze toch wel weten dat ik hier woon, kan ik beter gewoon boven de grond gaan. Want ja, dan kan ik dadelijk ook mooi een farmpje maken.
en allemaal dat soort dingen. Ik ben al eventjes wat seeds aan het verzamelen, zoals je ziet. Is wel handig om te doen. Hier staat ook ineens een lama. Super random. Maar goed, ik vind dit hier zo een mooie plek. Dus ik ga dit dadelijk lekker vlak maken. En ik ga gewoon mijn huis hier maken, weet je. Het is wel stom, omdat ik natuurlijk mijn bunker net hier zo mooi onder de grond afvat. Maar ja, nu weten ze toch al dat ik hier ben. En ik denk niet dat ze er blij van worden als ze erachter komen dat ik onder hun huis zit. Dus misschien is het maar een goed idee dat ik gewoon even al mijn spullen pak. En dat ik gewoon maar lekker boven de grond ga wonen in plaats van onder de grond. Ik vind het hier ook wel een beetje benauwd worden, hoor, mensen. Dat is ook wel echt een dingetje. Ik ga wel gewoon Jesse's en Diamonds natuurlijk meenemen uit deze chest. Want ja, die heb ik eerlijk van hem gestolen. Dus ik vind dat ik die wel mag houden. Maar goed, dames en heren. Vergeet sowieso niet te liken. Want als ik op deze video niet de 3000 likes haal, dan ga ik stoppen met deze survival serie. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Want iedereen die abonneert, komt met zijn naam hier in beeld te staan. Net zoals deze mensen. Dus super bedankt voor het abonneren allemaal. Maar goed, we hebben maar een beetje dirt. En dat is echt veel te weinig. Maar wat ik dus wil gaan doen, is dit allemaal opvullen. Want ja, dan heb ik gewoon een mooi vlak plekje om dadelijk mijn huis te laten bouwen. Want ja, ik ga toch niet zelf mijn huis bouwen? Ik ben geen pauper. Ik ga het gewoon lekker laten doen. We maken ook even een crafting table, want die hadden we nog niet. Of ja, onder de grond wel, boven de grond niet. En ik ga eventjes hier een chest neerzetten en dan ga ik even al mijn spullen in doen. Die diamonds zijn inderdaad ook van mij. Dat is gewoon de 2 dagen regel, oké? Als er 2 dagen niemand aan gestolen diamonds heeft gezeten, dan vind ik dat ze dan gewoon van mij zijn. We gaan gewoon eventjes een iron schep maken. Weet je waarom ook niet? We zijn toch lekker rijk. Oké, we hebben hier 2 stokjes. Hoppa. Dan doen we even die stokjes erin. Hop. Iron shovel. Hey, simple as that. Maar goed, ik denk dat ik hier eventjes wat dirt ga hakken gewoon. Ik ga gewoon even een heleboel dirt hakken, want dat gaan we nodig hebben. Ik ga gewoon zorgen dat het hier wat vlakker wordt en dat ik het daar dan weer kan opvullen. Hey, als dat geen slim idee is, dan weet ik het ook niet meer. Ik wil gewoon een ziek paars huis laten bouwen. Ik denk dat het heel erg ziek is. Want ja, dan ziet natuurlijk ook gelijk iedereen van, wow, wat Giel zit in deze server? De bordjes bij Jesse staan er nog wel, dus ik weet niet zeker of dat Jesse weet dat ik in deze server zit. Maar ik vind het wel heel erg flauw van Mick dat hij me gewoon zo heeft verraden. Ik voel me gewoon verraden door Mick. Dus vandaag ga ik ook gewoon Mick terugpakken. Hij komt hier niet mee weg. Je kan niet Giel verlinken en vervolgens gewoon ermee wegkomen. Dat kan gewoon niet. Dus ik ben van plan om straks nog een TNT trap te gaan maken onder het huis van Mick. Ik vind dat dat nodig is. Hij heeft zich flink misdragen. Weet je, als je mij gaat lopen klooien in Minecraft, dan krijg je dat gewoon 10 keer zo hard terug. En dat moet gewoon even duidelijk zijn. Oké, we gaan dit kleine stukje hier nog hakken. En dan denk ik wel dat we voor nu eventjes genoeg hebben. Zo, hoppatee. 3 stacks dirt, dames en heren. Het is niet normaal. Ik denk dat ik dit gat eventjes een stukje makkelijker ga opvullen. Want ja, ik kan wel deze hele cave gaan opvullen. Maar daar wordt natuurlijk helemaal niemand blij van. Dan moeten we nog meer dirt gaan hakken. Heb ik geen zin in. Het is gewoon de bedoeling dat we even een mooi platformpje gaan bouwen voor de builder. Zodat hij ook precies weet waar het huis moet komen. Want ja, anders wordt het ook een beetje lastig. En ik denk dat we dadelijk al een flink platformpje gemaakt hebben. Ik wil in deze aflevering ook nog een chic farm buiten gaan maken. Want dat kon ik natuurlijk niet onder de grond. En het lijkt me nog leuk om een schaap te gaan kidnappen van Jesse. Want ja, ik wil ook gewoon een schaap. Iedereen heeft hier een schaap. En sinds dit Schaapstad heet, vind ik ook dat gewoon iedereen een schaap moet hebben. En volgens mij staat Schaapstad erom bekend dat iedereen zijn schapen met elkaar deelt. Toch? Volgens mij niet, maar dan maak ik er gewoon even zelf van. Oké, ik vind het een heel mooi platformpje. We gaan hem nog een klein beetje uitbreiden hier zo aan de achterkant. En dames en heren, aanschouw mijn prachtige platform waar dadelijk mijn super mooie huis komt te staan. Ik ben echt super benieuwd wat de reactie van Mick en Jesse gaat zijn als ze zien dat ik onder hun huis ben geweest. En dat ze vervolgens ook nog eens zien dat ik hier gewoon een heel stuk land heb geclaimd. Zo van, hey, kijk, dit is van mij. Zo, dames en heren, kijk eens aan. Daar staat hier gewoon een villager. Oké, wat kan ik bij jou ruilen? Allemaal stomme spullen. Nee, daar heb ik helemaal niks aan. Maar waar ik wel wat aan heb, is jouw lead, zeg maar. Die wil ik heel erg graag hebben. Oh nee, de lama's gaan op me spugen. Dit is niet de bedoeling. Ik wil jullie leads hebben, want dan kan ik dadelijk dieren mee gaan lokken. Oh nee, ze gaan nog steeds op me spugen, mensen. Ze gaan nog steeds op me spugen. Maar dat maakt me niet uit. Dat doet toch bijna geen damage. Hier, dankjewel voor de leads. Meneer de villager, sorry van je lama's. Oké, het was een... niet vliegen. Het was gewoon even nodig. Ik had even deze dingetjes nodig. Oké, vind je dat erg? Volgens mij niet. Oké, top. Maar goed, dames en heren. Ik wil de builder natuurlijk een handje gaan helpen. En daarom ga ik gewoon alvast hout hakken totdat mijn ex op is. Want ja, we hebben natuurlijk gewoon een heleboel hout nodig om dat huis te gaan bouwen. Want ik wil geen lelijk huis. Nee. Ik wil een mooi huis. Ik ga dadelijk ook aan de builder vragen of dat hij misschien iets paars kan verwerken in het huis. Ik heb er super veel zin in. Wil je nou ook een keer meebouwen? Dat kan. Dan moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. Want ik laat iedere aflevering gewoon een abonnee bouwen. Dus heb je daar nou zin in? Vergeet dan zeker niet even te abonneren, mensen. Ik ben echt super benieuwd wat voor een huis we dadelijk gaan krijgen. Ik zorg in ieder geval ervoor dat hij het zo makkelijk mogelijk heeft. Ik heb ook nog een heleboel stone liggen in de chest daar zo.
En ik denk dat hij er wel iets vets van kan maken, hoor. Ik bedoel, Jesse en Mick hebben allebei een super lelijk huis. Dus ik denk dat we dat wel kunnen overtreffen. En mijn ex is al bijna op. Oh, oh. En een skeleton hier zo. Ga jij eventjes dood, alsjeblieft. Oh, nee. Ik heb helemaal geen schep meer. Ah! Dan ga ik je killen met een shovel. Kom! Ah! Ja, goed zo. Hij ging in het licht staan. Helemaal top. Nou, mijn ex is in ieder geval op. Ik heb 55 hout. Ik denk dat hij daar best wel een mooi beginnetje van kan maken. Ik heb ook een heleboel steen hier zo liggen, zoals je ziet. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de builder gaat maken. En we gaan het zien in 3, 2, 1. En dames en heren, de builder is klaar met bouwen. En ik ga omdraaien in 3, 2, 1. Wow! Dit is echt ziek. Hoe komt hij aan die paarse blokken? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar oh, oké. The master bedroom, boys. Ja. Dit is oprecht superleuk gedaan. Gewoon zo'n soort van verhoogde slaapkamer. Hier hebben we nog chesten. Daar zit niet echt wat in. Want ja, hier staan natuurlijk al mijn spullen. Die ga ik in ieder geval alvast even allemaal meenemen. Hoe kom ik trouwens aan 2 armor stands? Ik heb echt geen idee. Maar ik ga ze wel even lekker plaatsen. Want ik denk dat dat echt een superleuke toevoeging is. Hier zo. Bam. Kijk dan, joh. Dit gaat er echt ziek uitzien, mensen. We stoppen gewoon even alles hier zo in. En ik ga daar nog even een chest begraven voor de diamonds. Ik denk dat ik dat gewoon even nu ga doen. Kijk, dan maak ik gewoon even zo een chest. Hopsa. Oké, we hebben natuurlijk al een shovel, maar ik denk dat ik mijn chest hier zo. Zo, hoppa. Oh, dit was niet heel erg slim. Kijk, we doen gewoon zo. Plaatsen we de chest hier. Dan doen we de diamonds erin. Hop. En dan doen we hem dicht op deze manier. Ik denk dat niemand dit door gaat hebben. Ik moet wel goed onthouden dat ze hier zitten. Anders heb ik een klein probleempje. Oké, wat we ook nog even gaan doen, is even nog een slab maken. Want het lijkt me leuk om hier zo boven nog een andere armor stand te bouwen. En gelukkig hebben we die mensen, dus dat komt helemaal goed. Kijk dan, ja, dit gaat al ontzettend ziek uit. Uitzien. Ik ben er echt super blij mee. Wat ik nu nog heel eventjes ga doen, is mijn andere spullen pakken uit de bunker en verhuizen naar mijn nieuwe huis. En mensen, hij ziet er zo ziek uit. Kijk dan. Oh, er zit ook een schoorsteen op. Dat zie ik letterlijk nu pas. En ik heb hier al een chest leeggehaald en gelukkig heb ik nog lekker wat vlees. Ik ga ook even kijken of dat er nog wat hier zo aan de andere kant te vinden is, want dat zou ook super chill zijn, want dat kan ik dan natuurlijk ook gewoon lekker meenemen. Hier zitten nog allemaal dingen van Jesse. Ja, ik ga gewoon zijn rode kleurstof meenemen en verbranden, want ja, weet je, anders dan gaat hij, als ik ooit schapen heb, mijn schapen de hele tijd rood lopen maken en daar heb ik geen zin in. Dus we nemen dit gewoon nog eventjes mee en dan denk ik wel dat we genoeg hebben om onze nieuwe start te realiseren, gozers. Ik denk dat het helemaal goed moet komen. Zo, kijk eens aan hoe ziek dit huis eruit ziet. Het matcht gewoon ook helemaal met mijn skin. Ik ben hier zo blij mee. Ik weet niet hoe die builder dat paarse stone heeft gekregen, maar het ziet er echt fenomenaal uit, hoor. We gaan ook nog eventjes al deze dingen hier zo in de chest stoppen. Zo lekker, hoor. Maar goed, mensen. Ik heb natuurlijk in het begin van de aflevering gezegd dat ik Mick wil terugpakken, omdat hij mij heeft verraden bij Jesse. En het begint al best wel een beetje donker te worden, dus ik ga op creeperjacht. Ik heb namelijk TNT nodig en zand. Zand heb ik al, dat is helemaal top. Wat mijn idee dus is, Mick die heeft er allemaal pressure plates staan. En als ik nou onder die pressure plates, ja, een soort van TNT doe, dan ontploft zeg maar zijn huis. Ik moet wel heel erg goed uitkijken dat ik niet, over die pressure plates heen ga lopen. Dat zou een beetje jammer zijn. Dat betekent dat Mick zijn TNT trap gewoon meteen al af zou gaan. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Maar er spannen nog niet echt iets van creepers of zo. Dus wat ik eerst even wil gaan doen. Oh, jawel. Laat maar. Ik ga dadelijk mijn farmpje maken. Ik ga eerst eventjes wat zombies killen. Want ja, you know the drill. We moeten buskruid hebben. Oh, dames en heren. Eerste slachtoffer is gevonden. Oh nee, we hebben hier ook een pijl en boog. Nee. Oké, bijna. Oh, ah! Zoveel! Nee! Oké, we hebben in ieder geval... Nee! Ik ga gewoon hartstikke dood hier zo. Oké, wat ik ga doen, ik ga erheen rennen, ik ga mijn spullen pakken en ik ben gelijk weer Engelusoe. Ik kom jullie geen pijn meer doen, oké? Ik ben gewoon weg. Oké. Ik heb mijn zwaard. Ik had die andere creeper echt niet aanzien komen. We hebben nu in ieder geval 2 buskruid. Die gaan we meteen eventjes saven hier zo in deze chest. Ik ga gewoon hier alle spullen die ik nodig heb voor een TNT indoen. Ik heb hier ook nog een iron helm, dus die ga ik aandoen. Ik heb hier ook nog ander iron. Daar ga ik gewoon even een chestplate mee maken. Weet je, waarom ook niet? Waarschijnlijk is het niet mijn iron, maar ja, weet je. Boeien. We gaan hier ook nog eventjes wat schoenen maken. Pam, pam. Ik voel me al gelijk een heel stuk sterker. Dat is helemaal mooi. En nu is het tijd dat we gewoon weer eventjes wat creepers gaan zoeken. En ik heb hier al een eerste slachtoffer gevonden, hoor. Oh. Niet ontploffen. Wees eens even lief. Wees eens even lief, creeper. Alsjeblieft. Oh, nog één slag. En dan pam. Ja!
Buskruid, let's go. Het is alweer dag en ik zie hier een zombie voor mijn neus verbranden. En ik heb alweer 12 buskruid. Dat is hartstikke lekker. En nu, dames en heren, is het tijd dat we onze TNT gaan maken. En ik mag dit echt niet verkeerd plaatsen dadelijk. Dan heb ik echt een groot probleem. Oké, ik kan 2 TNT maken. Dat is wel gewoon even genoeg. Hoppa, dat is 1. En dat is 2, dames en heren. Ik moet nu even een pickaxe meenemen. Zo, op deze manier. En wat we nu gaan doen is gewoon eventjes naar het huisje van Mick. En ik denk dat Mick als allereerst hier zo dus door zijn deur zou gaan. Het lijkt me logisch dat Mick in zijn huisje gaat spannen. Dan loopt hij zeg maar naar buiten, loopt hij over de pressure plates en ontploft gewoon zijn hele huis. Dat is eigenlijk het hele idee. Dus dit is echt de meest simpele trap ooit. Hier, hoppa. En als het goed is, moet het nu werken. Ik kan het helaas niet uitproberen, want dan, ja, dan blaas ik gewoon mezelf op. Jullie hebben het in de vorige aflevering allemaal massaal achtergelaten. Ik was vergeten de farm te bouwen. Dus wat heb ik laten doen? Ik heb door een random abonnee een farmpje laten bouwen hier, hoor. Maar kijk dan, joh. Als we hier niet genoeg eten van krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb in ieder geval enorm veel honger. En, hè? Huh? Kijk dan, joh. Ik zie hier allemaal bijen in één keer in het huis van Jesse staan. Oké. Okay. Super random. Oeps, creeper. Haha. Oké, Jesse zijn huis is ook nog eens opgeblazen. Oké, Jesse gaat echt niet blij zijn als hij weer online komt. Mick die heeft ook een mooie vlag gemaakt daar zo. Of, nou ja, mooi, die vlag die is natuurlijk gewoon geel, dus fucking lelijk. Mick heeft ook wel leuk, lekker iron hier zo, dat ga ik lekker van hem stelen, want dat kan ik wel gebruiken, want ik moet nog een broek hebben. En ja, daar heb je gewoon iron voor nodig, en volgens mij kan ik van die 8 iron echt precies net een broekie maken, dus dat gaan we even lekker doen. Ik zie hier ook een sign staan, die gaan we zo eventjes lezen, maar eerst de broek, rapapa, bam, let's go, full iron. Ik denk dat ik oprecht de eerste ben die full iron heeft in deze serie. Ik weet het niet zeker, maar het zou zomaar eens kunnen. Dus Mick, dankjewel voor je bijdrage. Jongens, natuurlijk niet tegen Mick zeggen dat ik het heb gestolen. Hou het alsjeblieft geheim, oké? Maar oké, we hebben hier dus een sign. Geef mijn diamonds terug, anders ga je spijt krijgen. Oh, dit bordje kan maar van één iemand zijn en dat is natuurlijk Jesse. Ik heb op zich wel een leuk idee. Die diamonds die gaan we natuurlijk niet teruggeven. Die diamonds die heb ik namelijk verstopt. Hier zo onder mijn huisje liggen ze er nog. Ja, 3 diamonds. Let's go! Maar Jesse, ik kan je 1 geheimpje verklappen. Die ga je niet terugkrijgen, Pik. Die zijn van mij nu. Ik heb ze lang genoeg gehad. Maar wat ik wil gaan doen, is ik wil een speurtel gaan maken voor Jesse. En ik wil hem eigenlijk dan uiteindelijk naar een schat leiden. Dat hij zeg maar onder zich een blokje weghakt. En dat hij zo vol in de lava valt. Dat is eigenlijk het hele plan. Dus dat gaan we vandaag doen, mensen. Heb je daar nou een beetje zin in? Vergeet dan zeker niet te liken. Want bij de 3000 likes komt er weer een volgende video online. En als we geen 3000 likes halen op deze video, dan stop ik met deze serie. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Net als al deze mensen die hier in beeld ziet. Wil je nou ook met je naam in beeld komen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Want ja, dan krijg je gewoon een dikke vette SO. Oké, we gaan nog een klein beetje hout hakken. Want ik denk niet dat we enorm veel hout nodig hebben. Nou, trouwens, ik wil hem wel echt een heel stuk wegleiden. Oké, dames en heren. We gaan nog 1 boom hakken. Want ik wil wel even genoeg signs hebben. Want dan ga Jesse echt super ver wegleiden. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ik wil zeg maar een super lange speurtocht voor Jesse maken. Misschien nog met een leuk parcoursje ertussendoor. Of weet ik veel wat. We gaan het allemaal zien. En aan het einde denkt hij dan dat er diamonds liggen. Maar er gaan helemaal geen diamonds liggen. Daar ga ik gewoon een trap maken zodat hij doodvalt. Dat is gewoon eigenlijk het hele plan. Oké, nog 1 boom dan. Dit is dan wel echt de laatste. En let's go. Oh, nog 1 blokkie. Nog 1 blokkie. Ik heb het weer verkeerd hoor. Hier, hoppatee. Oké, let's go. Nu gaan we lekker bordjes maken. Die bijen in dit huis blijven er zo eng uitzien. Ik wil gewoon heel eventjes kijken of dat... Nou ja, trouwens, ik ga gewoon niet naar binnen. Ik ga het niet doen. Het is niet verstandig, Giel. Doe het nou niet. Ja, ik doe lekker mijn deur dicht. En we gaan even deze crafting table. Want dan ga je eventjes allemaal ook planks van maken. En dan maken we even wat sticks zo, op deze manier. En dan ga ik hiervan allemaal bordjes maken. Ik denk wel dat het genoeg bordjes zijn. Wat me dus allereerst leuk lijkt, is om gewoon even Jesse super ver weg te leiden van dit allemaal. Ik denk daar zijn we op die berg. We gaan hem gewoon eerst naar die berg toe leiden. En we gaan gewoon zeggen van, yo Jesse, je diamonds liggen hier. Maar ze liggen helemaal niet daar. Oké, dames en heren, we gaan natuurlijk ook een lange tocht tegemoet. Dus ik moet eventjes wat broodjes ook maken zo. Hoppatee. En nu gaan we gewoon ten strijde. Wow, het hele farmpje van Jesse is ook gewoon gegroeid, joh. Laten we dat ook gewoon even lekker meenemen en niet terugplanten, want ja, dat is ook weer allemaal zo'n gezeik. Moet ik dat hele farmpje weer gaan terugplanten? Nou, denk ik niet. Het valt me wel echt op dat er heel weinig schapen hier te vinden zijn in Schaapstad. Maar brood is er in ieder geval genoeg, dus dat is ook belangrijk. Ik wil trouwens voor op mijn huis ook nog een prachtige vlag gaan maken vandaag, want ja, iedereen heeft hier een vlag en ik niet. Dus ik ga die vlag laten bouwen door een random abonnee. Dus wil je nou meehelpen met bouwen, zoals ik toen straks ook al zei, vergeet dan zeker
niet te abonneren, want ik laat elke aflevering meerdere mensen bouwen. Eerst was het telkens één iemand per aflevering, maar ik vond het zo weinig. Ik dacht, jullie mogen meer gaan bouwen van mij. Ik laat voortaan 2 tot 3 mensen bouwen in mijn survival. Oké, let's go. We gaan eerst eventjes deze lava pakken. Want ja, die hebben we straks nodig voor het eind van deze speurtocht. Ik zie wel dat ik echt helemaal geen blokken heb. Lekker bezig, Giel. Gelukkig heb ik wel een schepje bij, dus ik ga eventjes een paar blokjes hier zo hakken. Zodat ik gewoon even genoeg heb om daar naar boven te bouwen. Dat is wel heel erg belangrijk. Oké, ik moet eens even gaan kijken waar dit uitkomt in lava. Want ik zie het op dit moment nog niet echt. Oké, dat was heel erg risky wat ik daar deed. Volgens mij staat het gewoon letterlijk hier. Klopt dat? Ja, oké. Let's go. Nou, dames en heren. Het eerste gedeelte van onze prank hebben we nu voorbereid. Kan ik hier inspringen? Ik ga het gewoon doen. Ah! Ja, oké, net. Maar het tweede gedeelte van de prank is ook heel erg belangrijk. Want wat we dus moeten gaan doen is een speurtocht uitzetten voor Jesse. En wel op deze berg. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik heb hier voor het huis van Jesse de allereerste bordjes geplaatst. Ik heb gezegd, hey Jesse, Giel hier. Ik wil geen ruzie, ik ga je diamonds teruggeven. Volg de bordjes richting de berg. En het grappige nou is trouwens ook dat ik gewoon deze speurtocht aan het uitzetten ben. Zonder dat ik diamonds in mijn inventory heb. Want ja, die diamonds die gaat Jesse toch niet krijgen. Hier gaan we het volgende bordje neerzetten. En dan zet ik bij, inderdaad, die berg ja, met een pijltje erheen. Dus dan weet je in ieder geval zeker dat dat de berg is waar ik het over heb. En nu gaan we Jesse daar gewoon eventjes lekker trollen. Dat is gewoon de hele bedoeling van deze video. Hier staat ook heel erg random een crafting table. Oké, dankjewel. Die kan ik op zich wel gebruiken dadelijk nog, denk ik. Dus we hebben Jesse nu naar deze berg toegeleid. Ik heb hier nog een bordje geplaatst met klim naar boven. Daar liggen je diamonds te wachten. Dus dan denkt Jesse, oh ja, oké, let's go. We gaan naar boven, we gaan naar boven. En dan is hij dadelijk boven en dan ja, gaan we wel zien wat er gebeurt. Wauw mensen, wat ziet het stadje er toch prachtig uit vanaf deze kant. Voornamelijk dat paarse huis daar in de verte. Maar goed, dames en heren, we zijn ook alweer bijna boven op deze berg. En dan moeten we zijn, want hier gaan we namelijk een trap bouwen. En we gaan het niet hier doen, maar we gaan het daar doen. Dus ik zet nog even neer, nog een klein stukje hoger. En dan loopt hij deze kant dus op. En dan, dames en heren, gaan we gewoon zeggen... Ik weet nog niet wat we gaan zeggen. Wat zullen we doen? Ik ga in ieder geval eerst heel eventjes hier een gat uithakken. Ik denk hier zo. Want wij moeten namelijk een soort van lava trap gaan maken. Daar heb ik super veel zin in. Oh nee, trouwens, ik moet een ander soort gat bouwen. Dit was helemaal niet de bedoeling, Giel. Wat doe je nou? Kijk, wat we dus moeten doen is we moeten hier een gat maken dat het lava alle kanten ingaat. Want ik ga dadelijk namelijk op dit gat een sign zetten met Jesse. Je schat ligt hieronder. En dan is hij hopelijk zo dom genoeg dat hij recht naar beneden hakt en dat hij gewoon doodgaat door de lava. Dat zou in ieder geval echt top zijn. Oké, maar dan moeten we eerst heel eventjes dit zo doen. Kijk, en dan hakken we dit blokje weer weg en dan plaatsen we de lava hier zo. Oké. En wat we dan nu gaan doen, nu pakken we een dirt blokje hier zo. En dan gaan we eerst hiervoor een sign plaatsen met, hopelijk is onze ruzie nu voorbij. En dan ga ik hier nog een sign plaatsen met, hieronder liggen al je diamonds. En als hij dan dadelijk dit weghakt, dan valt hij in de lava. Ik ben super benieuwd hoe Jesse hierop gaat reageren. Ik hoop echt dat hij super hard er doorheen valt. En dat hij doodgaat en al zijn spullen kwijt is. Want ik heb dus nog steeds een diamonds. Maar goed, dames en heren, we gaan weer even lekker naar huis lopen. Want ik wil nog een mooie vlag gaan maken. We hebben nog veel te veel signs over. We hadden er eigenlijk helemaal niet zoveel nog nodig. En wat ik nu ga doen is eventjes zo, hoppa, een schaar maken. En wat ik nu ga doen, dat wordt ook echt enorm leuk. Ik ga eventjes... Oh nee, trouwens, ik heb nog wat paarse kleurstof volgens mij in mijn chest liggen. Is dat waar? Waar is mijn paarse kleurstof nou? Nee! Oh, volgens mij kan ik hier paarse kleurstof van maken. Ja. Black dye. Nee, dat klopt niet helemaal. Oh ja, van lapis. En rode bloemetjes heb ik dan nodig. Ik weet niet waar ik rode bloemetjes kan vinden. Die moeten hier wel ergens staan. Volgens mij zie ik er daar al eentje. Ja hoor, let's go. Ik zie dat daar zo verderop nog meer. Maar ik wil dus de schapen van Mick, omdat Mick eigenlijk nog de enige schaap heeft in deze server, allemaal paars gaan maken. Om vervolgens een vlag ervan te kunnen bouwen. Of nou ja, een builder gaat daar een vlag van bouwen. Maar ik wil hem gewoon even een handje helpen. Hij moet er niet alleen voor staan. Even kijken, we maken even hier red dye van. En dan maken we hier purple dye. Hoe werkt dit? Oh ja, zo, op deze manier. Ja, dan moet ik dit nog doen. En dan pak ik dit zo. Oké, let's go. Nu ga ik al die dye gewoon eventjes lekker hier zo naar die schapen doen. Dit ding ga ik eventjes weghakken. Sorry, als jullie weglopen is toch niet mijn probleem. Hier, hoppa. Paars. Schaar. Hoppa. Ja, kijk eens aan. We hebben alweer 6 wol. Oh, 7 wol, sorry. Ze eten echt super snel, gek. Wojo.
Oh, schaap, niet ontsnappen. Trouwens, kom maar. Nee, blijf maar staan. Ik ga in ieder geval even nog wat wol sparen. En dan zie ik jullie dadelijk terug wanneer ik een vlag op mijn huis heb. Dames en heren, zoals jullie zien heeft een abonnee van mij een super mooie vlag gemaakt. Ik vind hem wel vet. Hij is een beetje anders dan de andere. Dus dat maakt het wel een klein stukje originele. Dus daar ben ik super blij mee. Maar goed mensen, dit was ook meteen het einde van deze video. Ik ben echt super benieuwd hoe Jesse in zijn video dood gaat vallen in de lava trap. Maar zoals je ziet heeft die abonnee echt een ziek mooi hok gemaakt. Moet je dan kijken joh. Hij heeft zelfs al 4 paarse schapen erin gedaan. Ik vind het echt super ziek. En als jullie nou denken, Giel, wat bedoel je met een random abonnee? Nou, ik laat namelijk in elke aflevering een paar random abonnees bouwen in deze Minecraft server. Zo heeft er een abonnee al dit huis voor mij gemaakt. Heeft een abonnee al die mooie vlag voor mij gemaakt. En zo heeft nu een andere abonnee dit mooie schapenhok voor mij gemaakt. Ik ben er echt super blij mee. Kijk dan ook hoe groot het is. Dit is letterlijk groter dan alle hokken in deze server bij elkaar. Ik vind het echt super ziek. Maar wat ik nu eventjes ga doen. Die schapen, dat zijn er maar 4 natuurlijk. En ja, er kunnen nogal ooit eens wat schapen gestolen worden in deze server. Dus wat ik nu ga doen is gewoon eventjes dit hele farmpje slopen. En dan ga ik al dat wiet eventjes in een kist doen daar zo bij die schapen. En dan kan ik ze gewoon altijd laten paren. Dat is toch een top idee. Ik wil gewoon de meeste schapen van de hele server hebben. Dat lijkt me echt ziek. En zoals jullie kunnen zien heb ik het hele farm weer eventjes netjes bijgeplant. Want ja, dan groeien er natuurlijk gelijk weer dingen. Terwijl ik dadelijk lekker bezig ga met de rest van de dingen die ik wil gaan doen. Maar daar vertel ik zo meer over. Maar voor nu wil ik eventjes al deze schapen lekker laten paren. Dat betekent dat we dadelijk in plaats van 4 schapen lekker 6 schapen hebben. Dus jij krijgt. Hoppa, ga maar lekker kindjes maken. Ja, helemaal top. Hoppa, kijk eens wat schattig. Gewoon kleine paarse schapen, dames en heren. Oké, maar ik zie dat ik ook best wel wat honger heb. En met dit grote farm kan ik natuurlijk enorm veel brood maken. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon eventjes lekker hier zo naar de crafting table. Ik hak hier eventjes dit weg. Oh, waar zijn mijn ladders? Nee, iemand heeft hier in mijn huis gezeten. Waarom zou je dit doen? Dat bordje wat hier stond heb ik lekker weggehaald. Want ja, dat hebben we niet meer nodig. Dat heb ik de vorige aflevering al behandeld. We zijn hier bij het hok van Jesse. En ja, zoals je ziet, Jesse heeft meer schapen. Ik vind het ook echt niet eerlijk. Maar hier staan een paar bordjes. En die zijn niet voor mij bedoeld. Want Mick heeft ze geschreven zoals je hier ziet. Maar we gaan ze toch even lezen. Hey Jesse, mooie schapen. Waar is je hond? Waar is zijn hond? Heeft Mick letterlijk de hond van Jesse gepakt? Oké, dit is echt... Ja, dit is zo geniaal. Geef mij mijn schapen terug, dan krijg jij je hond terug. XX Mick. Ja, kijk. Want Jesse heeft volgens mij al de schapen van Mick gestolen dus. Ja, inderdaad. Ik heb toen net geen brood gemaakt. Dus ik wil eventjes kijken. Heeft Mick nog ergens wat brood of zo? Wow, Mick heeft ook gewoon een geheime bunker. Wat? Troep, steen. Niet interessant. Oh, dit is zeer zeker wel interessant, Mick. Ik ga eventjes de helft van je iron meenemen. Waarom ook niet? Armor, wapens en spullen. Overigens, wow. Yo, Mick heeft echt ziek gemind. Nee, trouwens, ik ga niet al zijn iron meenemen. Ik neem er 16 mee, oké? Dit vind ik mooi. Dit vind ik een mooie 4. Want ja, ik heb Mick natuurlijk wel super erg geholpen in deze server. Dus ik vind dat ik het wel verdien op zich, hè? Ik zou niet weten waar ik Mick mee geholpen heb met het opblazen van zijn huis laatst. Maar goed, dames en heren. We waren hier net natuurlijk om brood lekker te maken. En dat ga ik nou lekker eten. En ik heb geen honger meer. Hey, dat is helemaal top. Ik stop eventjes al mijn spulletjes hier zo in die chest. En dan gaan we gewoon eventjes lekker naar buiten. Wat? Nee! 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 Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Wie heeft dit gedaan? Dit heeft sowieso Jesse gedaan. Want ik heb in de vorige aflevering gezegd dat ik de diamonds van Jesse ging teruggeven. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar waarom doe je dit nou? Hij heeft zelfs nog lava onder de TNT geplaatst waar ik dan in zou vallen. Nou, dat heb ik gelukkig niet gedaan. Maar ik heb ook helemaal niks behalve mijn armor in mijn inventory zitten. Ah, dit kun je toch niet maken, Jesse? Waarom zou je dit doen? Ik ben gewoon een goede jongen. Maar goed, oké, Jesse, als je het zo wil spelen, dan heb ik wel een heel erg leuk idee. Ik ga een gevangenis bouwen en ik stop al de dieren van Jesse en Mick erin. Nou ja, eigenlijk heeft alleen Jesse dieren. Maar misschien heeft Mick meneer Doggo ergens verstopt. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat ik die ergens kan vinden. Misschien in zijn toren of zo. Ik heb geen idee. We gaan gewoon eventjes kijken. Nee, hier staat alleen een lege chest. Weet je wat? Die chest ga ik wel eventjes gewoon lekker meehakken. Want ja, chesten zijn gewoon altijd makkelijk om te hebben. Huh, en Mick heeft hier ook een farmpje. Dat had ik volgens mij nog niet eens gezien. Nou, weet je wat? Die gaan we ook gewoon even weg... Nou, trouwens, je bent te lui om over dat dekje heen te springen. Maar nee, hij heeft dus mijn hele huis opgeblazen. Nou, weet je wat ik ga doen? Oké, weet je wat? Ik ga gewoon een random abonnee vragen of dat hij mijn huis kan fixen. En niet alleen kan fixen, maar ook mooier en groter kan maken. Dan komt Jesse dadelijk online en dan denkt hij... Nee, dan heb ik Giel zijn huis opgeblazen en heeft hij gewoon een veel mooier en groter huis terug. Ja, Jesse, dat is zeker waar. Zo, dames en heren, kijk eens aan. Mijn hele huisje is weer helemaal afgebouwd. Maar ik vroeg eigenlijk om een aanbouw en hij heeft dus een toren gebouwd. Hé, ik vind dat oprecht ook wel heel erg ziek. Wil je nou ook een keer meebouwen? Abonneer dan sowieso op mijn kanaal. Want ja, als je geen random abonnee bent en dus niet geabonneerd bent, kan je ook niet meebouwen. Maar
Holy damn. Dit is wel echt super chill. Nu kan ik gewoon altijd Mick en Jessie in de gaten houden vanaf hierboven. Dit is echt een hele zieke toren. Maar goed, dames en heren. Ik krijg veel te veel damage. Maar goed, waar ik het toen net over had, was ik wil een gevangenis gaan bouwen voor al de dieren van Mick en Jessie. En wat ik daar eerst even voor moet doen, is een pickaxe maken. Want ik wil natuurlijk een heleboel steen hebben. En heb ik nog wat kool hierin zitten? Nee, dan denk ik dat ik eventjes wat kool ga minen. Ha, natuurlijk niet. Kijk eens. We hebben hier onze hele grote vriend Mick. En daar gaan we gewoon eventjes lekker inbreken. Want Mick die heeft echt een heleboel leuke spulletjes die ik heb gevonden hier. Niet interessant. Nou Mick, ik vind het wel interessant. Oh, hier staat kool. Oké, top. Nou, dan nemen we even het kool mee. Want dat hebben we nodig voor in de oven. Dan gaan we weer eventjes lekker naar boven. En hier wil ik niet zijn. En we doen gewoon heel eventjes dit in de oven met dit stone. Want dat heb ik nodig. Ik heb hier ook even wat iron. Daar ga ik even pickaxe van maken. En ik moet daar van dit iron even wat iron bars gaan maken. Want iron bars zijn super belangrijk wanneer je een dierengevangenis gaat maken. Wat me ook handig lijkt is dat we de gevangenis ergens in de buurt van deze wachttoren maken. Want op die manier kunnen we dus altijd de dieren in de gaten houden. Dat lijkt me wel echt een top idee. Maar voordat we gaan hakken wil ik nog even één dingetje doen. Want ik vind het een beetje saai worden, oké? Er is weinig ruzie in deze server op dit moment. En ik ga gewoon een beetje stoken. Want jullie weten dat ik laatst een TNT prank bij Mick heb gedaan. Want hij ging namelijk over deze pressure plates. Blies een half huis op. Ik vond het heel erg grappig. En ik heb dat gedaan. Maar ik ga nou dus een bordje achterlaten met dat Jessie dat was. Yo Mick, Giel hier. Die TNT prank voor je huis was Jessie, niet ik. Oké, dus dan gaan zij nou weer gekke ruzie krijgen. Terwijl ik hier lekker in mijn mooie villa lekker zit te flaneren. Hé, ik vind dat echt een top idee. Maar goed, even kijken. Waar gaan we de gevangenis maken? Ik denk dat het leuk is als we het gewoon... Ja, ik denk hier zo een beetje. Dit lijkt me gewoon een mooi plekje. Dan zetten we gewoon hier zo die gevangenis neer. Het hoeft niet een hele grote gevangenis te zijn. Zolang al de schapen er maar gewoon inpassen. En even kijken. Ik moet hier eventjes nog een paar blokjes weghakken, denk ik. Dat is wel heel erg handig. Want ja, de gevangenis moet wel groot genoeg zijn dat, zoals ik toen net al zei, alle schapen erin passen. En ik wil daar nog even kijken of dat ik de honden van Jessie nog kan vinden. Want ik weet niet waar dat die zijn. Maar het kan goed zijn dat ze bij Mick ergens verstopt zitten. Omdat Mick namelijk die honden heeft gestolen. En het lijkt me heel erg sterk als Mick die honden kilt. Want als je de... Wat? Er zit hier een varken en... Oké, er zit hier alleen een varken. Oké, nou, dan weet ik dat ook. Ik dacht, ik zie hier een gat met een varken. Misschien zitten de honden van Jessie er ook bij. En ik zie daar in één keer een skeletonpaard. Oké, heel erg bijzonder. Die heb ik nog niet eerder gezien. Maar goed, we hebben toen net natuurlijk deze iron gemined. Echt niet gestolen of zo. Daar maken we even wat iron bars van. En laten we er nog maar een paar maken. Weet je, waarom ook niet? We hebben hier ook nog 24 smooths. Oh, waarom heb ik dit stone erin gedaan? Dit is zo ontzettend dom. Ik wilde stone bricks maken. Maar oké, smoothstone is ook leuk, toch? Ja, zeker weten. Oké, maar goed. Wat ik dus van plan ben, is om hier een gevangenis te gaan bouwen. En hoe gaan we dat doen, zou je denken? Nou, dat ga ik jullie eventjes haarfijn uitleggen. Kijk, we gaan gewoon hier een hele muur maken. We hebben hier al een stukje gebouwd. En hier maken we dan de tralies ervoor. Dit gaat er zo ziek uitzien. En al de schapen van Jessie en Mick komen hier dadelijk in te staan. Dit wordt echt geniaal. Oké, we hebben nog meer smoothstone nodig. Gelukkig is er alweer 10 klaar. We gaan gewoon eventjes hier zo lekker over dit hekje heen springen. Zo, bam. Nee, niet in het water. Giel, wat doe je nu? Maar goed, dames en heren. We gaan hier zo eventjes het hokje mooi afsluiten. Ik kan echt niet bouwen zoals je ziet. Giel, wat doe je allemaal? Dit is niet normaal. Zo, op deze manier. En dan gaan we hier nog even wat hekjes plaatsen. Zo, hop, hop. En dan vul ik dit nog eventjes op met dirt. Want ja, die schapen mogen er natuurlijk op geen enkele mogelijkheid uitvallen. Daar moeten we echt heel erg goed op letten. Eventjes kijken. We hebben nog een paar stone nodig. Maar wat we ook nog nodig hebben is een soort van trapje. Want we moeten natuurlijk deze schapen dadelijk allemaal in de gevangenis gaan lokken. En ja, daar hebben we gewoon een trapje van nodig of iets dergelijks. Even kijken. Dit hebben we nodig. Dan hebben we denk ik al wel weer genoeg voor de gevangenis. Dan is de gevangenis in ieder geval bijna af. We gaan daar ook nog een dak op maken. Even kijken. Zo, op deze manier. Ja, dit ziet er ziek uit. En dan ga ik hier allemaal slabs bovenop bouwen. Dat lijkt me ook heel erg ziek. En dat ga ik met hout doen. Dus ik maak eventjes een X. En we gaan voor de verandering gewoon eventjes een keertje zo'n witte boom gebruiken. Weet je waarom ook niet? Dames en heren, even serieus. Ik ben wel echt super blij dat ik die geheime kist van Mick heb gevonden. Of nou ja, zo geheim was hij niet. Er stond gewoon boven geen interessante spullen. Nou Mick, ik kan je vertellen, ik vond het wel hele interessante spullen. Want ik heb daarmee namelijk een dierengevangenis gemaakt. Waarmee ik gewoon jouw dieren ga opsluiten nu. Of ja, Mick heeft niet echt met dieren. Jessie is eigenlijk de enige die op dit moment nog een paar dieren heeft. Maar ik wil gewoon alle dieren hebben. Degene met de meeste dieren is de burgemeester van Schaapstad. Dat vind ik in ieder geval. Ik denk dat we nu wel even genoeg hout hebben. We hebben namelijk 19 hout gehakt en dat is sowieso wel genoeg. Ja toch? Ja.
En wat we er nu van moeten maken is van een gedeelte gaan we allemaal slabs maken, zo. En van een gedeelte gaan we eventjes wat stairs maken. Stairs hebben we niet heel veel nodig, want die gaan we natuurlijk ook weer weghakken. Want die stairs zijn er natuurlijk voor om op deze manier een trappetje te maken, zodat de schapen er allemaal super makkelijk in kunnen lopen. Kijk, dan lok ik ze dadelijk hier zo heen. En dan kunnen ze op deze manier erin. En dan moet ik er zo op deze manier weer eventjes uitbouwen dadelijk. Maar goed, dames en heren, we hebben natuurlijk ook deze prachtige slabs gemaakt. En die gaan we eventjes hier zo plaatsen. Want ja, dan moet dadelijk ook gewoon een dak op komen. Die schapen die mogen op geen enkele mogelijkheid ontsnappen. Oh, ik ben zo benieuwd naar de reactie van Jesse als hij ziet dat al zijn dieren in een gevangenis van mij zitten. Ik ben echt zo benieuwd. Eén ding weet ik zeker, hij gaat 100% niet blij zijn. Oké, dit stukje dak gaan we dadelijk nog invullen, want we moeten natuurlijk eerst even al die schapen van Jesse hierin krijgen. Ik vind het wel een leuke troll. Jesse heeft net mijn hele huis opgeblazen en ja, hij kan natuurlijk altijd die schapen terugpakken. Ik hoop alleen dat hij dat niet gaat doen, maar ik hoop gewoon dat hij dadelijk in het begin echt een ziek paniekmomentje krijgt van, nee, waar zijn al mijn schapen? Heeft Mick ze gestolen? Dat gaat hij natuurlijk als eerst denken. Oh, ik had eigenlijk gewoon veel beter die gevangenis achter het huis van Mick kunnen maken. Dan had Mick ook nog eens de schuld gekregen. Maar goed, daar zijn we nu al een klein beetje te laat voor. Heel erg jammer. Oké, maar het moment is daar. We gaan al de schapen van Jesse bevrijden. Hier, hoppa. Kom met me mee. Kijk eens, dames en heren. Al de... dat schaap op zijn kop ziet er zo geniaal uit. Moet ik nou mijn schapen ook namen gaan geven? Laat even leuke namen weten in de comments. Want wie weet ga ik mijn schapen dan wel de naam geven die jullie hebben achtergelaten. Kijk, Jesse's hok is nu helemaal leeg. En al de schapen zijn gewoon hier. Zelfs Mr. Schaapje is van de partij. Ik vind het helemaal mooi. Oh, deze schapen moeten ook meekomen. Hallo. Hallo. Hé, hey, koekoek. Ja, goed zo. Meekomen. Helemaal top. Kom maar. Volg de leider. We zijn er bijna. We zijn er bijna, jongens. De avond vierdaagse is bijna voorbij. Kom. We gaan hier even lekker dit trappetje op. Kom eens even. Hey, dames, komen jullie. Weet je wat? Ik breng eerst even jullie naar binnen. Weet je, waarom ook niet? Hier, kom maar. Ja, helemaal top, jongens. Echt, jullie zijn toppers, weten jullie dat? Kom maar, schaapje. Schaapje, 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 schaapje. Kom maar. Ja, helemaal top. Helemaal top, dames en heren. Jullie zijn echt toppers. Even kijken. Zo, doen we zo. En heb ik dan al de schapen erin zitten? Nee. Dit schaap, dat is nog een beetje aan het... ik weet niet wat dit schaap aan het doen is. Maar hallo, kom je mee? Ja? Kom je? Hé, koekoek. Kom jij ook even lekker naar binnen? Kom maar. Ja, kijk dan. Al die schapen zitten gewoon in de gevangenis. Ik vind dit echt geniaal. Oké, kom maar schaapje, schaapje. Kom maar schaapje, schaapje, schaapje. Kom maar. Ja, helemaal top. Hoppa. Al de schapen zitten gewoon hier zo in dit hok. En er is niet eens genoeg gras waar ze van kunnen eten. Dus op de een of andere dag gaan ze hier natuurlijk gewoon overlijden, weet je. Is het risico van het zijn van een schaap. Even kijken. We gaan dit even weghakken. Dan plaatsen we dit hele ding nog eventjes mooi dicht. En dan zitten gewoon al de schapen in deze kooi. Kijk dan. Dit ziet er toch geniaal uit. We moeten ook eventjes dit trappetje nog weghakken. Zodat er natuurlijk niemand op het hok kan klimmen. Zoals bijvoorbeeld Jesse. We moeten echt gewoon uitkijken voor Jesse. Want Jesse, die vertrouw ik niet helemaal. Zo, dames en heren, moet je kijken. Dit ziet er zo geniaal uit. Ik blijf het gewoon zeggen. Ik ga hier nu ook nog een bordje plaatsen met daarop: Jesse, deze schapen zijn nu van mij. Ik schiel. En dan zetten we hier nog een bordje neer. Had je mijn huis maar niet op moeten blazen. Zo, dames en heren, moet je eens kijken. Vanaf mijn wachttoren kan ik de schapen gewoon altijd in de gaten houden. Vandaag ben ik weer terug in de server van Jesse. En we gaan gewoon meteen eventjes kijken. Want alles staat er nog volgens mij. Ja, farmpje staat. Ja, het huis staat nog helemaal. Ik ben er super blij mee. We gaan ook heel eventjes kijken in onze wachttoren. Want we hebben natuurlijk in de video van gisteren een schapengevangenis gemaakt. En ik zie geen schapen meer. Waarom zijn al mijn schapen rood? Wat is dit? Oké, wacht. Ik ga heel eventjes springen. Is niet slim om te doen. Ik weet het. En er staat hier zelfs een schapenhok van Jesse. Nee. Kom dan op zijn minst even om toestemming vragen, weet je wel. Maar nee, Jesse die denkt, Giel heeft hier zo'n mooi schapenhok en ik zet hem gewoon even lekker hier neer. Hij heeft volgens mij zelfs mijn hooi gestolen. Als dat waar is, ja, hij heeft zelfs mijn hooi gestolen, mensen. Hier word ik echt helemaal gek van. Omdat Mick en Jesse dus al de dieren terug hebben gestolen uit mijn gevangenis, ben ik vandaag van plan om dit lelijke schapenstandbeeld kapot te maken. En dit was Mr. Schapie, maar we maken er nu gewoon van Giels Schaapstad. Want ja, dames en heren, Schaapstad is vanaf nu van mij. Ik ben de eigenaar, ik ben de burgemeester. Hashtag Team Paars in de kop. Nee, dames en heren, ik ben natuurlijk niet de burgemeester. Was ik maar de burgemeester, maar dat is Jesse, omdat het zijn server is. Maar nee, dames en heren, spam natuurlijk hashtag Team Paars in al de video's die je kijkt bij Jesse en bij Mick. Want ja, ze moeten gewoon weten welk team het winning team is. En abonneer ik, Team Paars. Maar goed, dames en heren, wat ik vandaag wil gaan doen is met een TNT cannon dit hele schaap opblazen. Want ik vind hem zo lelijk. En ik ga dan dus dit standbeeld opblazen en ik ga een nieuwe bouwen hier zo bij mijn huis. Dus ja, laten we eventjes gaan kijken wat we daar allemaal voor nodig hebben. Ik heb geen zin om te minen, dus oké, ik heb hier wel wat dingen. Kan ik hier slabs van maken? Volgens mij niet, want ik heb wel echt slabs nodig. Oh, jawel, ik kan goed... What? Oké.
Oké, super chill dat ik slaps kan maken. Eventjes kijken, dan moeten we ook nog wat water hebben. We gaan gewoon meteen dat schaap opblazen, weet je wel. Wat maakt het mij ook uit? Oké, ik ben in de geheime bunker van Mick. Daar zitten allemaal traps, dus dan gaan we maar snel weer uit. We gaan eventjes in deze bunker van Mick. Want hier heb ik de vorige keer een hele hoop leuke spullen gevonden. Maar er zit nou niks in de chest. Dat is een beetje jammer. Maar oké, we hebben hier ook nog steen. Dat gaan we lekker meenemen. Een stekkie dat missie toch niet. Wacht, dan doe ik dit wel eventjes zo, anders valt te veel op. Hier hebben we nog wat dingetjes. Oké, maar ik wil eigenlijk wat iron hebben. Want ik wil namelijk een bucket gaan maken. Even kijken. Oké, ik heb geen iron meer. Dat ding laten we ook gewoon lekker staan. Ik heb geen zin om dat weg te hakken. Maar wat we dus nog meer nodig hebben is natuurlijk iron. En Jesse, heb jij iron? We gaan eventjes kijken. Hij heeft hier een chest. Daar zit helemaal niks in. Dat ga je niet meden. We moeten gewoon eventjes wat iron hebben. En heeft hij misschien ergens een bunker of zo van mij? Nee, dat lijkt er ook op dat hij dat niet heeft. Ah, wat vervelend. Oké, nou weet je, dan gaan we lekker eventjes dit zo dichtbouwen. Hoppa. Maar ik heb helemaal geen zin om zelf dat TNT kanon te bouwen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga een random abonnee vragen of die voor mij dat TNT kanon kan bouwen. Want ik heb helemaal geen zin om te minen vandaag. Want voor de mensen die het nog niet wisten, ik laat dus in elke video een random abonnee mij helpen met bouwen in Minecraft. En ja, dat gaat vandaag ook weer een random abonnee doen. Dus wil je dat nou zijn, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want als je niet geabonneerd bent, dan mag je ook niet bouwen. En dan gaan we nu kijken wat de abonnee voor mij gemaakt heeft. Oké, mensen, we zijn een stukje verder. Maar ik had wel een iets spectaculairder TNT kanon verwacht, hoor. Dit is maar een beetje een skeer ding. Nou, weet je, natuurlijk niet elke random abonnee kan even mooi bouwen. Dus ik snap het wel. En hij heeft hier ook nog een kist achtergelaten. En daar staat op hier wat mooie spulletjes. Nou, ik ben benieuwd tot wat het daadwerkelijk wat mooie spulletjes zijn. Maar oké, we gaan kijken. En het is... Oh, oké, we hebben 12 TNT in totaal. Ik denk dat dat net genoeg is om het hele standbeeld naar de getver te helpen. Dus weet je wat, mensen? We gaan niet langer wachten. We gaan gewoon dit doen. Zo. En dan dit. Ah! Oké. Daar gaat hij. Bam! Nee! Nee, mijn TNT kanon blaast op. Nee, dit ga je niet menen, mensen. Oké, en ik heb hem weer een beetje aangepast. En we gaan kijken of dat hij het nu wel doet. Ik hoop het wel. We gaan deze aansteken. En we gaan eventjes heel erg lang wachten. En bam! Oké, kom op. Oh, nee! Waarom werkt het niet? Nee! Weet je wat? Ik ben er helemaal klaar mee. Weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan hier een TNT blokje neerzetten. Doen we zo. Even kijken. Bam, bam, ga, ja, wat? Huh? Er zit hier gewoon een chest in dit stam. Wow, diamonds, wat? Die ga ik sowieso meenemen, wow. Er zitten gewoon diamonds in dit schaap verstopt. Ik heb dit letterlijk nooit gezien. En wat ook nog niemand ooit gezien heeft, is mijn geheime gat hier zo onder dit ding. En dat gaan we ook... Nee! Nee, mensen, dit ga je niet menen. Iemand heeft gewoon mijn diamonds gevonden hier zo. Of ik heb het per ongeluk opgeblazen met de trap die ik toen een keer heb gemaakt. Maar dit ga je niet menen, mensen. Nee. Oké, weet je wat? We doen ze gewoon eventjes hier. Nee, trouwens, ik ga ze wel weer eventjes verstoppen. We hebben hier gewoon wel nog een kist. Dus wat ik ga doen is eventjes... weet je wat? Die zitten allemaal skeletons. Maar ik ga scheid hebben. Oké, kom op. Nee, wow, er zitten er superveel. Nee, en ik heb helemaal geen health. Ik heb helemaal... Oh, kom, snel. Ze mogen me niet raken. Oké, omhoog. Wow, ik stresste hem hier echt ziek hard. Weet je wat we doen? We gaan dit eventjes dichtmaken. En we maken hier zo aan de rand van onze toren eventjes een gat. Zetten we hier een chest neer. Hoppa, pakken we dit blokje. En dan hebben we hier de diamonds ingedaan. En dan ga ik hem gewoon weer even lekker dichtmaken. Zo, hoppa. Maar dames en heren, ondanks dat ik heel erg blij ben met mijn vondst in dit schaap, ga ik hem natuurlijk nog wel eventjes helemaal opblazen. Dus dat ga ik gewoon nu even doen. Oké, we zetten hier een TNT blokje neer. En hier, weet je wat, we doen dan gewoon hier ook nog eentje. Oké, let's go. Bam, 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 bam. Ah, oké, wegwezen. Ah, kom op. Ja. Ja, bijna, mensen. Hij is echt bijna kapot. Oké, dames en heren, nog 3 TNT. Snel wegwezen. Ah, ik vind het zo eng, hè. Ik vind het echt zo eng. Oké, kom op. Ja, oké, ik vind hem wel goed genoeg kapot. Kijk, Jesse, dit is het bewijs dat je gewoon niet met mij moet kloten in Minecraft, oké? Ik heb door een random abonnee een hele obsidian muur laten bouwen om mijn base heen. En zoals jullie kunnen zien, dames en heren, ziet het er echt ongelooflijk vet uit. Alleen er is één dingetje en dat heb ik expres gedaan voor mijn eigen veiligheid. Omdat er natuurlijk een oorlog aankomt. Ik heb geen ingang gemaakt. Dus de manier hoe dat we naar binnen moeten is letterlijk met een ladder zo over de muur. Weet je, het is gewoon het veiligste, oké? Maar goed, dames en heren, ik ga in deze aflevering een hele hoop dingen doen die super essentieel zijn voor deze mega oorlog die er aan zit te komen. Zo wil ik
ik namelijk een mega schapen army maken. Ja mensen, dat ga ik echt doen. Ik heb hier zoals jullie zien ook echt genoeg weed staan om deze schapen allemaal lekker te kunnen laten paren, zoals je hier ziet. Dit ga ik gewoon een beetje de hele aflevering doordoen. Ik wil gewoon dit hele fort vol hebben staan met paarse schapen, oké? Dat wordt echt ziek. Dit is letterlijk nog niks, mensen. Ik heb ook nog niet in mijn huis gekeken. En waarom is mijn deur weg? Wat is dit? Wat? Er is hier ook een heleboel weggemind. Ik denk dat iemand heeft gedacht dat hier wat te vinden was. Maar Mick en Jesse, helaas, ik heb geen geheime bunker. Ik heb het gewoon niet, oké? Ik vind het wel leuk dat ze hebben gezocht en niks hebben gevonden. Maar mijn hele huis is wel helemaal naar de kloten nu. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar oké, wat we natuurlijk ook nodig hebben voor de oorlog is armor. Want zoals je kan zien heb ik helemaal geen armor. Dus ik heb hier mijn oude mine weer opengemaakt. En we gaan gewoon eventjes kijken. Want hier hebben we dus al een hele hoop iron die ik mee kan nemen. Dat kunnen we sowieso super goed gebruiken. Ik hoop ook heel erg dat we in deze aflevering wat diamonds kunnen gaan vinden. Oh, hier hebben we ook meteen kool gevonden. Let's go. Super chill. Maar wil je nou net zoals degene die die muur heeft gebouwd een keertje bouwen in mijn survival server? Dat kan. Het enige wat je moet doen is abonneren op het kanaal. Net als al deze mensen die je nu in beeld ziet. Super bedankt voor het abonneren allemaal. En ik wil die 100.000 abonnees halen. En we gaan super hard op YouTube, dames en heren. Daar wil ik jullie super erg voor bedanken. En ik ga ook bijna die 100.000 abonnees halen. Dus wil je daar nog bij horen, vergeet dan zeker niet even snel te abonneren. Oké, ik heb letterlijk geen blokken. Ik heb alleen 31 iron. En daarmee ga ik nu omhoog bouwen. Dat is toch wel een kleine flex, mensen. Al mag ik het zelf zeggen. Ik pak hier ook eventjes dit kool mee. Want ja, we hebben natuurlijk niks aan iron ores als we ze niet kunnen smelten. We nemen ook deze geplaatste iron weer mee. En hier staat ook meteen weer iron. Hey, super chill natuurlijk. Wow, dit is echt ziek veel iron, dames en heren. Dit is echt niet normaal. Oké, let's go. Die hebben we. We hebben hier ook nog een heleboel kool. Die gaan we ook eventjes lekker meehakken. Weet je waarom ook niet? Het staat er toch maar gewoon. Kool is gewoon altijd handig om te hebben. Oké, maar dames en heren, we hebben wel weer genoeg kool gehakt. Er zit hier nog een beetje op het plafond, dat nemen we nog mee. Maar ik ben in deze mine voor de diamonds natuurlijk. Oké, even een lampje plaatsen, zo, hoppa. Oké, weet je, we nemen dit beetje kool ook nog even mee. Het is toch zonde om te laten staan. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Hier hebben we ook nog een hele vette cave. En hier ook meteen weer kool. Oké. Nice. Maar het kool laten we even staan, want we hebben natuurlijk haast. De oorlog kan letterlijk elk moment beginnen. Gelukkig zijn Mick en Jesse niet online. En wat? Oké. Dit is echt ziek. Ik loop gewoon letterlijk deze mine in en hier zitten gewoon 4 diamonds verstopt. Hé, daar ben ik ontzettend blij mee. We gaan hier ook eventjes deze muur inbouwen, want ja, je weet maar nooit. Misschien zitten hier dan ook wel diamonds. En ik ben al een tijdje aan het hakken en het lijkt er niet op dat er hier diamonds te vinden zijn. Weet je, ik ga gewoon de andere kant in hakken. Waarom ook niet? Let's go. Oh, wat? Ja, let's go, mensen. We hebben gewoon nog meer diamonds gevonden. Dit is echt super chill. Het zijn er ook echt ziek veel bij elkaar. Let's go. We hebben gewoon al, even kijken, 14 diamonds. Oké, daar kunnen we gewoon al een chestplate en leggings van maken. Dat is echt super fijn. Oh nee, trouwens, er komen net 1 diamond tekort. Oké, weet je, we doen het er maar gewoon mee. Laten we hier in ieder geval weer eventjes omhoog bouwen. Ik heb hier dirt, dus dat is fijn. Dan hoef ik niet weer met iron te bouwen. We gaan hier omhoog klimmen en we gaan even onze schapen laten breeden. En wat we ook nog gaan doen, is we gaan ons eventjes maximaal voorbereiden op deze oorlog. En daarmee bedoel ik natuurlijk ons schapenleger mega groot maken, dames en heren. Ik heb er zin in. Oké, let's go. Kunnen jullie alweer het kindje maken? Alsjeblieft. Ja? Ja, let's go. 4 schapen, dames en heren. Woehoe! Dit is oprecht super chill. Oké, we gaan dadelijk eventjes dit hele wheat farm leeghalen. Maar eerst ga ik eventjes een uitrusting maken voor de oorlog. Want we hebben hier natuurlijk 14 diamonds die ik toen net super chill gemined heb. Oké, let's go. We hebben een diamond chestplate aan. En we gaan nog een diamond sword maken. Maar wat ik natuurlijk nog wel nodig heb voor dat diamond sword is een heleboel hout. Want ja, we hebben helemaal geen hout meer. Dus ik ga even lekker slapen. Een hele goede morgen, dames en heren. We zijn er weer en we gaan eventjes lekker over deze muur heen klimmen natuurlijk. Want het is tijd om wat fantastische bomen te hakken. En ik ren hier gewoon even lekker over de muur van Mick. En weet je waarom ook niet? Dat is ook super chill. Ik kan vanaf mijn muur op de muur van Mick springen. Maar Mick vanaf zijn muur niet op mijn muur. Dat is ook super chill. Oké, let's go. We gaan hier naar beneden. Ik denk sowieso wel dat ik het beste fort heb. Ik bedoel, ik heb een ziek hoge toren die geblokkeerd wordt door die mob grinder daar zo. Maar hey, daar kijken we gewoon even doorheen. Ik heb sowieso de hoogste muur. Dus daar ben ik echt super blij mee. Oké, maar let's go. We gaan eventjes wat hout hakken met de pickaxe. Weet je, dat kan gewoon allemaal in Minecraft. Je hoeft niet altijd een axe bij de hand te hebben. Nee. Soms is een pickaxe gewoon al meer dan genoeg. Oké, let's go. 1 boompje is meer dan genoeg. We hebben eigenlijk alleen maar 2 sticks nodig. Misschien zat dat ook gewoon al in mijn chest. Lekker Giel. Lekker bezig. Ja, weet je mensen, soms is het gewoon een beetje hectisch in de oorlog. Ik ben oprecht super zenuwachtig. Ik wil deze oorlog gewoon winnen, oké? Als ik deze oorlog niet ga winnen, dan schaam ik me gewoon dood.
Oké, let's go. We hebben wat hout. We gaan even wat mooie sticks maken. Hoppa, hout hierin. En we doen even wat sticks. Zo, hoppa. En we maken gewoon even een diamond sword. Hop, hoppa. Oké, mensen, kijk dan. Niemand gaat van mij winnen in deze oorlog. Giel, dat is niet helemaal waar. Je hebt ook nog iron armor nodig. Al wil je deze oorlog gaan winnen. Dus dat doe ik even lekker in de oven. En dan is het nu tijd om verder te gaan met mijn project. Project schaap. Daarmee bedoel ik eigenlijk project heel veel schapen. Want ik heb heel veel schapen nodig. En om heel veel schapen te krijgen hebben we ook heel erg veel wiet nodig. Dus dat ben ik nu eventjes allemaal lekker aan het weghakken. En dames en heren, jullie weten natuurlijk dat ik in de vorige aflevering de mob grinder bij Mick heb gebouwd. Ik zag ook al dat hij er even naartoe had gebouwd om te kijken. Maar de mob grinder werkt nog steeds. Ik moet alleen even goed kijken of dat hij het gangetje niet geblokkeerd heeft. Maar weet je wat ik doe? Ik laat het gangetje gewoon lekker geblokkeerd. Want anders gaat hij natuurlijk weer dichtbouwen. Daar heb ik geen zin in. Want uiteindelijk is het gewoon makkelijker als ik tijdens de oorlog een muurtje weer openbreek. Zodat al de zombies tijdens de oorlog in het fort van Mick komen. Dat lijkt me echt een veel slimmer plan. Want nu denkt u waarschijnlijk van, ah, weet je, ik heb een muurtje dichtgeplaatst. Het maakt niet uit. Ik blijf lekker hier zitten. Maar Mick, eigenlijk zou je gewoon die hele zombie grinder moeten afbreken. Want ik ga echt een zieke shitload aan zombies jouw base insturen. Moehahaha. Oké, we hebben het farmpje alweer bijna teruggeplant. Daar ben ik super blij mee. Want dan kunnen we dadelijk weer super veel wiet gaan oogsten hier zo. En even kijken, we hebben alweer een heleboel wiet hier. En we hebben ook al 4 schapen. En daar ben ik ook ontzettend blij mee. Oh, ik kan ze nog niet allemaal laten paren. Wat is dit? Oké, nu hebben we er in plaats van 4, 5. Dat is ook helemaal top. En dames en heren, ik hoor jullie het al zeggen. Giel, schapen gaan toch helemaal niks doen? Nee, klopt. Maar ik ga zoveel schapen maken dat ik dadelijk met de oorlog letterlijk met mijn wiet naar buiten loop. En dat er honderden paarse schapen achter me aanlopen. Want het is tenslotte nog steeds Schaapstad waar we in wonen. En in Schaapstad kun je het beste laten zien hoe machtig dat je bent met het aantal schapen wat je hebt. Dus daarom wil ik zo ontzettend veel schapen hebben. En dames en heren, zoals jullie kunnen zien ben ik een tijdje verder en heb ik alweer een heleboel schapen erbij. Ik ben hier super blij mee, maar er moeten er natuurlijk super veel meer worden. Maar goed, ik kan ze nu volgens mij niet meer laten breeden. Oh jawel, ik kan ze wel laten breeden. Oké, dat is super chill, dames en heren. Dan doe ik eventjes dit zo. Hoppa, even kijken. Heb ik ze allemaal gehad nu? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk even hoeveel schapen dat dit zijn, mensen. Dit wordt echt ziek. Ik heb er zin in. Wat ik ook nog wil gaan doen is even wat shares maken, want ik ben natuurlijk team paars. En wat ik wil gaan doen is op mijn muur paarse banners gaan zetten. Zodat iedereen weet, met paars moet je niet kloten. Als je met mij gaat kloten, dan heb je een probleem. Want het wordt dadelijk oorlog en ik ben de baas, oké? We gaan hier eventjes het iron eruit pakken. We maken even een mooie schaar. Het iron doen we even in deze chat. Nee, trouwens, we gaan gewoon meteen eventjes al het armor maken wat ik nog nodig heb. Dat lijkt me ook best wel slim om te doen. Let's go, een helmpie en nog wat schoentjes. Hoppa, 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 hoppa. Let's go. Kijk eens, we zijn gewoon fully stacked, mensen. Niemand kan tegen ons op. Kijk hoe sterk dat ik ben. We gaan eventjes deze schapen scheren. Hoppa, let's go. Hoppa, geef me al jullie wol. Dank je, dank je, dank je. Helemaal top zijn jullie, zeg. We hebben echt ziek veel wol. Ik heb hier nog een beetje laten liggen. Zo, hoppa, 29. Oké. Laten we even wat bannertjes gaan maken. En daarvoor hebben we nodig sticks en... hoe moet dit ook alweer? Hoe maak... Zo, ja, oké. Ik heb het goed. Helemaal nice. Oké, let's go. We hebben 4 banners gemaakt. En we gaan hier eventjes mijn prachtige muur op. En we gaan ze gewoon eventjes op alle hoeken zetten. Hier, hoppa, banner, hoppa. Dit is paars, hè. Niet klooien met paars, mensen. Even dat je het weet. Oh, en hier staat in één keer een villager met 2 lama's. Hartstikke leuk. Oké, we zetten er hier ook nog eentje op de hoek. Volgens mij ziet dit er echt super ziek uit vanaf de buitenkant. Even kijken, hoppa. En dan moeten we er nog eentje plaatsen. En dat is daar op de hoek. En hoppa, oké. Nou, weet je wat we nu gaan doen? Nu gaan we weer lekker wat schapen laten breeden. Kan dat alweer? Oh nee, het kan nog niet. Oh jawel, bij sommigen al wel. Helemaal fijn. Hallo, kan ik jullie eventjes laten... ik mag dat woord niet uitspreken, maar doe maar even gewoon lekker jullie ding. Maar kijk dan even hoe ziek dat die banners eruit zien vanaf de buitenkant. Ik vind het echt leuk. Het is niet heel speciaal of zo, maar het is een leuke toevoeging. En ik ben gevallen in het Obsidian Paleis van Jesse. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ik ga nog even wat schapen breeden en ik zie jullie zo terug. Dames en heren, mijn schapenleger is af zoals je kan zien. Er zitten nog een hele hoop kleine schapen tussen, dus die worden dadelijk ook nog allemaal groot. Maar holy damn, dit is een legertje waar je u tegen zegt. Echt hoor. Oké, weet je wat? We gaan nog even wat leuke nachtlampjes hier zo neerzetten voor de schapen. Weet je, dat is wel zo aardig. Ze moeten natuurlijk ook een beetje licht hebben als het donker is. Hoppakee. Nou, ik vind het helemaal mooi. Dames en heren, ik ga deze oorlog 100% winnen met schapen in Schaapstad, oké? Dit wordt mijn gevecht.
Vandaag is het oorlog in Schaapstad. En dames en heren, zoals jullie al kunnen zien, heb ik echt enorm veel schapen verzameld. En het leger gaat vandaag nog groter en groter en groter worden. Ik ben echt super benieuwd wat voor chaos het gaat worden als ik al deze schapen dadelijk naar buiten laat. Ik bedacht me net trouwens ook nog dat ik een diamond pickaxe nog moet gaan maken om hier een gat te maken waar straks de schapen dus erin kunnen. Dat is ook wel handig. Maar vandaag gaat echt de ziekste aflevering ooit worden, dames en heren. We gaan oorlog voeren en ik heb een sterk gevoel dat ik die oorlog ga winnen. Dus wil je nou dat ik ga winnen? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan gaan we nu beginnen. Giel, Mick, waarom zien jullie ook in de server op dit moment? Jesse, ik moet toch gewoon hier kunnen survivalen? Oh, Giel, en jij dan? Wat ben jij aan het doen? Ik ben me aan het voorbereiden voor een oorlog, jongens. Jullie zijn wat van plan, hè? Jullie zijn echt wat van plan. Ja, daar heb je het zelf nagemaakt. Of nou ja, jullie hebben het daarna gemaakt. Oké, jongens, ik weet het goed gemaakt, ja? Het is nu nacht en zodra de zon komt, gaan we beginnen. Met de oorlog. En daartussen mag je voorbereiden. Oké. Ja, ik heb al wat voorbereiden getroffen. Dus ik sta al 1-0 voor. Nou ja, ik heb ook al wat voorbereiding. Ik heb er obsidian muren. En Giel, waarom heb jij mij nageaapt? Ja, ik dacht, jouw muur is hartstikke klein. Dus die van mij maak ik gewoon even 2 keer zo hoog. Weet je wat, jongens? Succes. Ik ga me voorbereiden. En straks gaan jullie er helemaal aan, oké? Nee, en de winnaar, die krijgt Schaapstad. Oké, dan ga ik snel aan de slag. Oké, is succes, jongens! Joejoe! Oké, dames en heren, jullie hebben het gehoord. Als het dadelijk dag wordt, wordt het dus oorlog hier zo in Schaapstad. We moeten ons gaan voorbereiden. En hoe kunnen we dat nou beter gaan doen? Nou, zoals je ziet, ik heb een hele hoop schapen hier zo. En ik ga ze allemaal laten paren, dames en heren. Je hebt nooit genoeg schapen. We moeten gewoon nog meer schapen hebben. Het moet dadelijk zo'n grote chaos worden dat ze mij gewoon niet meer kunnen zien. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. En dames en heren, omdat ik zo ontzettend veel schapen heb, kan ik natuurlijk er niet zo bijlopen. Ik moet gewoon één worden met de schapen, dames en heren. Want dit kan zo echt niet. Ik bedoel, ik heb een witte muts, een blauw shirt. Nee. Ik bedoel, misschien is het wel sterker, maar ik moet gewoon inblenderen. Dus wat ik ga doen, is ik heb een heleboel leer verzameld. En ik ga dus een leren pakje maken. Kijk, ik heb hier 57 leer. En daarmee ga ik eerst even lekker wat armor maken. Ik heb al schoenen in mijn inventory. Oké, dat is best wel chill. Waarom staat hier trouwens een schaap? Hallo meneer schaap, hoe gaat het met jou? Ja, goed, oké, top. Dan maken we natuurlijk nog even een mooie chestplate en nog wat mooie schoenen. Oh, nu heb ik 2 paar schoenen. Dat is niet heel slim, maar we hebben ook een helmpje gemaakt. En dames en heren, wat we dan natuurlijk ook nog moeten doen is onze armor mooi paars gaan maken. Want zo val ik dadelijk echt niet meer op tussen al die schapen. Ik weet niet waarom mensen, maar ik werd vanochtend wakker in deze prachtige Minecraft wereld. En ik had gewoon al het idee van Giel, jij gaat deze oorlog winnen. En dat idee heb ik nog steeds. Dus we doen even deze armor af, weet je. Het maakt helemaal niet uit. Ik ga sowieso niet dood. Hier, hoppa. Oh, dan moeten we wel mijn schoenen ook even uitdoen. Zo, hoppakee. En je kunt me nou letterlijk bijna niet zien. Kijk jongens, als ik buk, dan ben ik gewoon echt onzichtbaar. Je kan alleen mijn hoofd zien. Dit wordt echt super vet. En wat ik dan dadelijk ga doen, ik doe lekker mijn zwaard in mijn hand. En ik doe de weed in deze hand. En dan ga ik op deze manier ga ik dadelijk lopen. Dit wordt echt super ziek. Kijk hoeveel schapen mij achtervolgen. Dit is echt niet normaal. Oké, maar goed mensen. Terwijl al de schapen mij aan het achtervolgen zijn. Trouwens, ze beschermen mij gewoon. Ik kan gewoon geen kant op. En deze schapen die zijn mij gewoon de hele tijd aan het beschermen. Ik vind het echt geniaal. Maar goed dames en heren. Ik zei toen net al in de intro dat ik een gat moet maken hier zo in de obsidian muur. En daarvoor hebben we een diamond pickaxe nodig. En ik las ook al een aantal reacties dat jullie zeiden van Giel, je hebt nog diamonds. En inderdaad, hier liggen nog... Huh? Waar zijn mijn diamonds? Wat? Oké, iemand heeft mijn diamonds dus gestolen. Maar daar is nu geen tijd voor, want we moeten echt opschieten. Want het is namelijk alweer bijna dag. En het is gewoon tijd om onze diamond pickaxe te gaan maken. Wacht, ik haal eventjes hier zo dit blokje weg. En nu moet ik echt super snel zijn. Ik ga natuurlijk nog niet het gat in de muur maken als de oorlog net begint. Want dan kan ik ze ook niet raken. Ik heb verder ook geen pijl en boog of zo. Maar ja, weet je, dat hebben we helemaal niet nodig. Want ik heb zo ontzettend veel schapen. Dat moet wel goed komen. Ik hou natuurlijk wel even mijn iron armor en zo bij de hand. Weet je, misschien escaleert het en dan heb ik het alsnog bij de hand. Oké, even kijken. We pakken even wat sticks. Zo, hoppakee. En we pakken even wat andere sticks. En we doen dit. Zo, hoppa. Oké, top. We gaan nog heel even snel dit wheat farm hier zo kapot hakken, zoals je kan zien. En we gaan even al deze wheat gebruiken om nog een paar extra schapen te maken. Want zoals jullie kunnen zien, dames en heren, we hebben nog geen schapen genoeg. Nee. Dit wordt echt één grote schapeninvasie, dames en heren. Ik heb hier zoveel zin in om dadelijk met al deze schapen naar buiten te lopen. Ik ben ook gewoon zo benieuwd hoe Mick en Jesse hierop gaan reageren. Oké, ik heb hier een stack met wheat. Even kijken. Die pakken we hier zo. Hoppa. Jongens, kom maar allemaal bij papa. Hier, lekker eten. Hoppa. Kijk.
kijken hoeveel schapen. Het blijft gewoon echt belachelijk hoeveel schapen dat er zijn. Ik vind het helemaal top. Ga maar lekker allemaal kindjes maken. Ja, helemaal top, jongens. Ik ben hartstikke trots op jullie, hè. Ik ben natuurlijk jullie vader. Ik heb jullie geschepen. Jullie gaan voor mij vechten. Mijn beste bewoners van Team Paars in Schaapstad. Vandaag trekken wij met z'n allen ten strijde om Mick en Jesse te verslaan in deze verschrikkelijke server. Als jullie meedoen met vechten, kijk me dan nu aan. Oh, ja. Iedereen kijkt me aan. Oh nee, ik heb weed, jongens. Kijk, ik heb weed. Kijk me aan. Ja, goed zo. Oké, ze kijken allemaal helemaal top. Jullie zijn toppers. We gaan dit nailen, oké? Laat de oorlog maar beginnen. Oké, jongens, de zon komt op en het is tijd voor oorlog. Oh. Hey, Giel. Ja. Nee, Mick. Jullie gaan keihard dood, nee, jongens. Ik heb zoveel spullen. Okay. Nee. Jullie nee. gaan hartstikke dood. Nee. Giel, maar niet naast mij moeten bouwen, hoor. Nee, Giel, je had ook maar niet naast mij moeten bouwen, Giel. Wat gaan jullie doen? Ik ga het ook in de fik steken, hoor. Kijk, ik ben het in de fik aan het zetten. Zie je? Ik die van jou ook, zie je? Ja, we zijn het in de fik aan het steken van elkaar. Oh, Giel, mijn hele huis brandt af. Mijn hele huis is... Wat? Giel, jij bent zo slecht, hè? Giel. Is hier een bom ontploft of zo? Waar is er een bom ontploft, Giel? Mijn hele huis... Slecht jij bezig bent? Het is zeg maar net omdat ik een nieuwe kelder heb gekocht. Ik dacht dat je een heel leger had. Alleen wat is jouw leger allemaal aan doen? Mijn leger die is aan het voorbereiden. Mijn leger is helemaal niks aan het doen. Giel, waar ben jij? Hey, meneer Doggovan, aan. Ik ga hem killen. Leuke schapen, hoor. Blijf van meneer Doggovan. Allemaal leuke schapen, Giel. Dan kill jouw schapen, Giel. Nee, kom schapen, Mick, kom schapen. Alles schapen zijn ontploft. Mijn beschermengels, kom hier, ik wil jou slaan. Kom hier, man, halen. Je kunt me niet zien, ik ben gekamoufleerd. Mick is mij in slaap. Niemand kan mij zien nu, mensen, ik ben gewoon echt helemaal ingeblend. Giel, waar ben jij, Giel? Ik ben verstopt, je gaat me niet kunnen vinden. Ik ben Mick aan het slaan. Giel, kom hier. Auw, Mick, laat mij slaan, wat doe je nou? Giel, ga dood. Ik ben bijna dood. Alle schapen moeten dood. Nee, ik wil nog niet dood. Ik ben te jong om te sterven. Mick! Hoe kom je aan zoveel TNT? Mick, nee, plaats je bij op, Mick. Stomme sneeuwman ook allemaal. Zo druk. Hier, al die TNT weg. Dat mag niet in mijn huis. Ik zou slim zijn als je niet meer in het huis van Giel gaat zijn. Want ik denk dat alles weggaat in 3, 2, 1. Nee, al die TNT weg. Al die TNT weg. Nee. Kijk hoeveel TNT dit is. Oh nee, mijn mooie huis. Jongens, waarom doen jullie dit nou? En al mijn schapen ook. Mick en Giel, ik weet niet of jullie het doorhebben, hoor. Alleen, mijn huis is nog helemaal heel, hè? Ik heb heel veel TNT weggehakt, dus ik ga er zeker nu wat aan doen. Jesse, Giel, wil je dat niet doen? Jesse, dat wil ik wel doen. Mick, laat me rustig. Jesse, wat is er? Mick, niet bij slaan. Nee, meneer Doggo! Meneer Doggo, kom op! Pak hem! Nee, meneer Doggo! Ik heb nog maar één hartje. Dit ga je niet benen. Jongens, zullen we het de volgende keer bij jullie doen? Want mijn hele huis is nu kapot. Ik vind het niet zo fijn. Jongens, het is helemaal kapot. Er is gewoon niks meer van over. Jullie denken dat ik het daarbij laat. Nee, de oorlog is pas net begonnen, Jesse. De oorlog is pas net begonnen. Niet mijn huis opblazen, Giel. Niet doen. Meneer Doggo is al dood. Oepsie. Daar gaat mijn hele huis. Nee, Giel, wat doe je nou? En dat, je dacht dat het alles was, Jesse. Maar kijk, mijn hele huis
huis is gewoon al kapot. Ja, maar luister. Doe normaal. Jesse, we gaan erachter komen of dat je kelder hebt. Giel, ja, je hebt de kelder. Nee, schaap, ga jij eens even weg. Nee. Giel, blijf van mijn huis af. Doe eens even niet. Plaats elke keer als je mij slaat, plaats ik TNT. Giel, ga lekker Mix zijn huis kapot maken of zo. Waarom moet je mijn huis hebben? Ja, gewoon. Ja, Mix zijn huis gaat er ook zeker nog wel aan vandaag. Nee, hij komt nooit bij mijn huis. Ondertussen ga ik gewoon. Ik kom nooit bij jouw huis, zeg jij. Nee, weet je wat ik doe, Mick? Ik breek gewoon een gat in je muur. Met TNT. Je bent te lui om te hakken. Giel. Wat doe je nou? Niet doen. Nee. Oh, Giel. Jij moet dood. Hey. Giel, jij moet dood. Ik moet helemaal Giel niet moet dood. Dood. Ik moet niet dood. Jij moet wel dood. Nee. Hij loopt in het vuur. Vlucht maar hoor. Ik ga niet vluchten. Ik ben gewoon de slimme route aan het lopen. Ja. Nee, jij bent niet slim. Ondertussen ben ik pijlen op Giel schieten. Lekker voor Nee. Jullie werken sowieso samen. Ik krijg hier de hele tijd van jullie allebei. Hoe kom je daar nou weer bij? Jullie zijn echt erg. Jullie hebben een complot gedaan zonder mij. Buitengesloten. Zoek het uit. Ik ga weg. Ik ga ergens anders wonen. Ik ga echt ergens anders heen. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar wij werken helemaal niet samen. Weet je Jesse en Mick. Giel, klaar. Je hebt verloren. Ga maar weg jij. Ja, wegwezen uit de schaapstad. Ik ga ook weg. Ik neem wel andere schapen mee. Kom jongens. Kom maar. We gaan ergens anders wonen jongens. Kom maar allemaal mee. Weet je wat mensen, ik ben ook gewoon helemaal klaar met deze stomme stad. Ik ga gewoon weg, ik ga ergens anders een huisje bouwen. Ik vind het wel mooi geweest. Mick en Jesse die doen maar lekker hun ding hier. Ze mogen mijn huis hebben, ze mogen alles hebben. Maakt me helemaal niks uit. Ik ga lekker met deze schapen een nieuw leven beginnen. Kom op schapen, we moeten doorlopen. We hebben een lange tocht voor de boeg. Besef hoeveel schapen ik net had. Zoveel schapen zijn overleden. Het is echt ontzettend treurig. Laten we met onze schapengang, met onze schapenbende. Oké, er zijn er een paar afgehaakt. Weet je, zolang ik één schaap meeneem, vind ik het helemaal prima. We gaan gewoon met z'n allen lekker even zwemmen, oké? Weet je, even tot rust komen na deze hectische oorlog. Ik vind dat een goed idee. Kom, let's go. Oké, dames en heren, dit ga je letterlijk niet geloven. Ik heb een heel stuk gelopen, mijn schapen zijn allemaal gesneuveld. Maar ik kom een hele stad tegen hier zo. Wat? Dit is echt niet normaal. Een hele klokkentoren, een heel centrum, een molen, weet ik veel wat het allemaal is. Laten we hierheen gaan. Echt, ik hoop dat hier mensen wonen, want ik kan echt wel wat hulp gaan gebruiken. Ik ben namelijk alles kwijt. Ik ben mijn huis kwijt. Ik heb geen plek meer om te wonen. Ik ben al mijn schapen kwijt. Ik voel me gewoon heel erg alleen. Santino, je moet me helpen. Ik zit echt diep in de problemen. Giel, wat is er allemaal aan de hand? Giel, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er allemaal gebeurd? Ik had een oorlog met Mick en Jesse en ik ben gevlucht. Oh mijn god, zijn ze achter je aangekomen? Nee man, ik denk het niet. Ik ben volgens mij helemaal alleen hier. Maar Santino, wat doe jij hier op deze server? Hoe kom je aan deze stad? Ja, ik heb eigenlijk al vanaf het begin ingebroken om lekker te survivalen. En Coburg heb ik ook niet in mijn eentje gebouwd, maar met de Builder. De Builder? Maar zal ik je anders eerst even een rondleiding geven door Coburg? Ja, laten we dat doen. Ik ben best wel benieuwd. Oké, laten we gaan. Kom. Oké, Giel, zoals ik al zei, welkom dus in Coburg. Wow. Oh, dankjewel. Wat een grote stad heb jij gemaakt, zeg. Ja, we hebben best wel wat gedaan. We hebben best wel wat uit de grond gestapt, al moet ik zeggen. Wow, ja, het is echt niet normaal. Dit is echt niks in vergelijking met Schaapstad. Nou, daar ben ik blij om te horen. Ik ben nog nooit in Schaapstad geweest, maar dat is goed om te horen. Wow, in ieder geval... en ook allemaal mensen. Wat? Er zijn zoveel mensen in deze stad, Santino. Ja, klopt. We hebben al best wel wat inwoners. En ik ben echt oprecht gewoon heel erg blij met het resultaat wat we op dit moment hebben geboekt. Ja, dat snap ik. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier ook inderdaad onze brandweermannen. Wow. Die gewoon lekker aan het werk zijn. Want voor zo'n grote stad heb je natuurlijk heel veel brandweermannen nodig. Ja, dat geloof ik. Als er ergens een brandje uitbreekt, dan moet je er natuurlijk snel kunnen blussen, Santino. Ja, klopt inderdaad, ja. En hier werk ik, Giel. Hier werk ik. Ik ben namelijk de burgemeester van Coburg. Ben jij de burgemeester? Ja, zeker. Kom maar binnen, jongen. Dan kun je een klein beetje zien. Dit is het gemeentehuis dan? Ja, zeker. Prachtig mooi groentepijntje. Dit ziet er zo ziek uit, Santino. Wat? En bij een burgemeester hoort natuurlijk ook een mooi kantoortje, toch? Mag je naar binnen komen of is het privéterrein? Ja, tuurlijk hoor. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Dit ziet er zo netjes uit, Santino. Gewoon je eigen plek hier zo. Ziet er nice uit. Ja, ik mag niet klagen, Giel. Ik mag niet klagen. We hebben het goed voor elkaar gekregen. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier nog veel meer gebouwtjes. We hebben natuurlijk ook een politiebureau. Ja, ik zie het. Wauw. Ja, toch. Het is toch helemaal prachtig. Maar hier wil je niet terechtkomen, Giel. Zijn er op dit moment boeven binnen of niet? Ja, er zit één gevaarlijke boef binnen, maar ik zal jou nu wel even toegang geven. Oké. Scherm me wel goed, ja, want ik wil niet doodgaan, oké? Nee, joh. Dat komt helemaal goed. We hebben hier genoeg politieagenten die
die ons ook... Zo, ja, dat zeker. Dan zijn er in ieder geval genoeg. Er kan hier niks fout gaan, zou je denken. Nee, precies. Kijk, dit is de boef. Hij heeft rode ogen, zoals je kunt zien. Hij is een gevaarlijke man. Laten we snel weggaan. Wat heeft hij allemaal gedaan dan, die gast? Hij heeft onder andere geprobeerd onze heilige schat te stelen. Onze heilige schat. Oké. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ik weet niet of dat je daar heel veel over kan vertellen nog. Op dit moment niet, want op dit moment ben je nog geen bewoner. Maar misschien in de toekomst dat ik er wel wat over kan vertellen. Ik ben in ieder geval super enthousiast over deze stad nu al. Maar hebben we nu ongeveer de helft al gezien of is het echt super groot? Giel, dit is inderdaad super groot. We hebben denk ik pas een kwart gezien van deze een hele kwart? Stad. Wat? Zeker. Dat is echt niet normaal, Santino. En zijn dit allemaal winkeltjes of zo? Ik zou zeggen, stap er naar binnen. Dan kun je het zelf zien. Ja, zeker. Okay. We zijn hier bij de Bloemist. Hier hebben we Bloem de Bloemist. Oké. En hier kan ik allemaal dingen kopen. Wat? Dit is gewoon echt ziek, Santino. Ja, als je iets goed moet maken, kun je hier gewoon lekker een bosje bloemen kopen, Giel. Wow, dit is echt niet normaal. En hier mooie armor. Kijk, hier staat ook gewoon mijn kleur al. Joe! Ja, we moeten natuurlijk wel een beetje een vrolijke stijl hebben qua armor. Want we zijn namelijk een vredig startje. Dus ja, we vechten niet heel erg veel, Giel. Maar we moeten het zeker voor het onzekere nemen. Maar dat is echt precies wat ik wil, Santino. Want ik heb net een oorlog achter de rug. En dat wil ik echt niet nog een keer meemaken. Ja, ik ben heel erg bang dat ze misschien wel achterkomen dat ze hier komen. Maar ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee. Ik ben weggegaan en ze zijn me niet achtervolgd, zover ik weet. Ja, daar ben ik heel erg blij om. Want als ik het zo hoor, wil ik dit echt niet in Coburg hebben, eigenlijk. Nee, echt hoor. Ik ben zo blij dat ik even hier kan chillen, Santino. Ik vind het zo mooi ook. En wat is dit, een hotel? Ja, zeker. Hier komen allemaal bezoekers. Kijk, jij bent in principe ook een bezoeker. Als je wil, kun je hier een kamer reserveren. Oh, wat? Dat is echt ziek. Ja, toch? Kijk dan, hier gewoon 10 gold voor een ticket. Vind ik wel een beetje duur, maar oké. Ja, dat is inderdaad een beetje duur. Misschien moeten we even onze prijzen gaan veranderen. Maar dat komt wel goed voor in de toekomst. Dat denk ik ook. Oh, en wat is dit dan? Zit een bank? Ja, dit is onze prachtige bank. Hier hebben we eigenlijk in principe al onze kostbaarheden en ons fortuin ligt hier allemaal achter een grote stalen deur. Oh, wat ziek zeg. Mag ik naar binnen? Ja, natuurlijk. Ga jij maar naar binnen. Je mag het alleen eventjes van voren zien, want ik ben eigenlijk nog een beetje sceptisch over dat je hier bent, Giel. Ja, dat snap ik wel, maar ik echt waar, Santino, ik heb helemaal niks op dit moment. Ik ben al super blij dat ik hier mag zijn. Ik ga gewoon weer even naar buiten, weet je, dat respecteer ik dan ook wel weer. Ik wou zeggen, laten we anders beginnen met jouw zwaard even weg te leggen. Ja, ik doe hem eventjes hier zo heen. Ik ga gewoon niks in mijn hand, inderdaad. Dat is helemaal waar. Maar in Schaapstad is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld om een zwaard in je hand te hebben. Ik snap dat het hier niet zo is. Nee, ik begrijp het. Het klinkt heel erg barbaars, Schaapstad, Giel. Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, in ieder geval, hier is niks barbaars, want je kunt hier ook gewoon een leuk diertje kopen als je wilt. Oh, wat een dierenwinkel. Papegaaien, konijntjes. Kijk hoe schattig de papegaaitjes zijn, jongen. Oh, en nog in een groene kleur ook. Ja, ik weet niet of dat de paarse papegaaien bestaan, maar die zou ik graag eentje willen adopteren, hoor. Ik snap het. Hierboven hebben we volgens mij ook nog een paar dingetjes. Oh ja, we kunnen hier vissen kopen. Dat was ik helemaal vergeten. Maar er zitten helemaal geen vissen in. Nee, inderdaad. We moeten nog een keertje even voor vissen gaan vissen. Oké. Als je zin hebt, kun je een keertje mee misschien. Dat is wel lachen. Oh, dat is echt ziek. Dat gaan we zeker een keer doen, Santino. In principe is er niet heel erg veel aan, behalve dan nog een standaard winkeltje. Eigenlijk nog een supermarkt erbij. Oké. En hier komt ook nog een bedrijf. Dat is namelijk een makelaarsbedrijf. Want we hebben ook nog een huisje te koop staan toevallig. Een huisje te koop? Oh, dat wil ik zo ook wel zien als Santino. Misschien wil ik hier wel gaan wonen. Ik weet het niet zeker, maar tot nu toe, echt, ik vind het zo nice te uitzien allemaal. Nou, zullen we anders even richting de huis gaan? Kijken of je hier misschien wel kan wonen. Ja, dat zou ziek zijn. Oké, laten we dat doen. Oké, Giel, kijk eens hier naast ons. Ik heb hier intussen al een paar gebouwen staan, waaronder één van mijn huizen. Ja, dat zie ik. Die natuurlijk met die groene kleur, denk ik, of niet? Ja, mooi toch? Ja, zeker. Dit is zeker, echt een super moderne villa, Santino. Ik vind het echt ziek. Ik ben er ontzettend blij mee. En hier staat er eentje in aanbouw. Oh, te koop? Ja, zeker. Alleen, ik vind één ding een beetje vreemd. Nou, vertel. Een tijdje geleden was de beelder hiermee bezig dus, maar hij is er op dit moment gewoon niet. Is hij er niet? Hè? Nee, ik vind dit eigenlijk best wel heel erg vreemd, Giel. Oké, maar de builder is wel bijna klaar met dit huis dus. Hij hoeft nog een paar dingetjes te veranderen en nog een paar dingen die jij zelf wilt. We kunnen in principe ook nog de kleur gaan veranderen. Oh, dat is super vet. Dan kan ik gewoon een paars huisje maken hier. Ja, dat is toch wel gaaf. Alleen, ik vind het gewoon een beetje raar dat mijn builder opeens weg is. Oké, weet je, die komen we vast nog wel tegen, Santino. Oké, Santino, ik vind deze stad echt super mooi. Hoe heette de stad ook alweer? Coburg, Giel. Coburg. Oké. Dat klinkt dan veel beter dan Schaapstad. Ja, in ieder geval, ik zou hier echt super graag willen wonen, Santino. Kan ik hier wonen? Ben ik betrouwbaar genoeg? Nou ja, in principe, de kans is groot dat je hier mag wonen, Giel. Ik ken je. Je bent een hele aardige persoon. Het mag. Alleen, er is wel één dingetje. Oh. Ik wil jou namelijk heel graag een speciale missie geven. Speciale missie? Jazeker. Ik wil namelijk dat jij 3 diamonds gaat verzamelen in 3
dagen. Ja, maar Santino, hoe kan ik dat nou in 3 dagen doen? Ja, dat is aan jou de taak, Giel. Oké, nou weet je, ik denk wel dat ik een manier weet. Oké, ik zeg heel veel geluk, jongen. Ja, heel veel geluk. Santino, ik kom zeker terug naar deze stad, want ik vind het echt geweldig. Nou, Santino, ik zou hier heel erg graag willen wonen. Dus ik ga even op zoek naar die diamonds waar je om vroeg. En dan dat zie ik jou later. Ja, heel veel succes, Giel. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, doei doei. Nou, dames en heren, ik ben echt helemaal op mijn gemak in deze stad. Ik vind het gewoon echt een mooie stad. Het is veel mooier, groter, beter, alles dan Schaapstad. Dus ik vind het helemaal geweldig. Maar dames en heren, ik heb een sluw plan bedacht om die 3 diamonds te gaan bemachtigen. Want ik ga natuurlijk niet zelf die diamonds allemaal verzamelen. Nee. Mijn idee is om de diamonds te gaan stelen uit Schaapstad. En dan denk je, Giel, er is een oorlog geweest, alles is opgeblazen. Ja, dat klopt. Maar ik wil gewoon super graag dat huis hebben. En het liefste met zo min mogelijk moeite. Oké, dames en heren, het begint ook al nacht te worden. En kijk dan, dit schaap komt gewoon naar mij toegelopen zonder dat ik wiet in mijn handen heb. Hij is een echte OG. Jij bent mijn vriend, oké? Ik neem je dadelijk mee naar Koestad. Dan heet het misschien wel Koestad, maar dan ben jij nog steeds even hard welkom als in Schaapstad, hoor. Oké, maar ik wil heel erg graag voor de nacht daar zo zijn. En wat? Wat gebeurt hier allemaal, joh? Ik zie een supergrote hijskraan. Ze zullen toch niet Schaapstad weer opnieuw aan het opbouwen zijn? Wat? Mensen, er staan gewoon 2 hijskranen. Ik heb het idee dat zij ook een stad aan het bouwen zijn. Zouden ze dan toch Coburg ontdekt hebben? Ik heb geen idee. Wat? Ze zijn echt flink bezig hier. 1 hijskraan, 2 hijskraan. Hier nog een hele bouwplaats. Huh, hoe kan dit allemaal, joh? Maar dames en heren, dit is gewoon niet normaal. Kijk, ook gewoon een hele rivier. Waarom hebben wij dit niet in Coburg? Daar verderop is gewoon nog een bouwplaats. Dit was niet eens de enige. Wat? Oké, mensen, ik ga heel eventjes vanuit de hijskraan kijken wat ze nou precies allemaal aan het doen zijn. Want ik heb echt werkelijk waar geen idee wat dit allemaal moet voorstellen. Oké, dames en heren, we hebben hier de hijskraan en we kunnen hier gewoon naar buiten kijken. En ik zie daar ook een geel en een rood huisje. Dat betekent dat Jesse en Mick nog steeds aan het samenwerken zijn. Ik zie daar nog steeds een mooie village staan, maar holy damn, dames en heren. Ze zijn echt alles aan het omgooien en ze willen gewoon hun eigen stad hier bouwen. Ik ruik het gewoon. Ah, dit zaakje stinkt. Oké, ik ga heel even kijken of dat ik nog iemand kan tegenkomen. Want Mick en Jesse zijn natuurlijk ook gewoon in deze server. Heel even kijken hoor. Is er iemand hier zo... Oké. Ik zie Jesse. We moeten heel erg rustig zijn, oké? Ik zie Jesse daar zo bij zijn raam. Volgens mij is hij een huisje aan het maken. Wat? Oh, dit kan echt niet, dames en heren. Jesse en Mick zijn een hele stad aan het maken. Ze zijn ons gewoon aan het naapen. En wat? Oh, daar staat Jesse. Daar staat Jesse. Oh, ik moet dit echt aan Santino vertellen dadelijk. Oh, ik zie hem daar gewoon lopen. Oké, ik ga snel weg hier en ik ga meteen tegen Santino vertellen. Want ik bedoel, dit kan toch niet? Kijk hier, 2 grote hijskranen, allemaal kleine bouwplaatjes en zo. Dit is echt erg. Ik dacht dat Coburg gewoon de grootste en vetste stad ooit was, maar ik bedoel, dat is het ook nog steeds, maar ze beginnen hier ook gewoon superveel te bouwen. Ik ben zo benieuwd wat Santino hier op gaat zeggen. Dat betekent gewoon ook dat Mick en Jesse de stad ontdekt hebben, als ze nu zelf een stad gaan bouwen. Oh mensen, ik ben benieuwd, waar is Santino? Zou die bij dit huisje zijn? Santino! Giel! Hallo? Ben je! Hey, Santino, ik heb echt iets super ergs ontdekt. Ja, ik wou net zeggen, wat doe je hier zo vroeg, Giel? Nee, ik ging dus naar Schaapstad om daar mijn diamonds te halen. Ja. Maar ik kwam tot de ontdekking dat Schaapstad helemaal in de stijgen staan. Er staan grote hijskranen, allemaal bouwplaatsen. Ze zijn hun eigen stad aan het maken, denk ik. Dit meen je niet. Is het groot? Ja, het is echt super groot, Santino. En weet je wat ook nog erg is? Nee. Ik denk dus dat Jesse en Mick deze stad gezien hebben en dat we ze op een idee gebracht hebben. Wat bedoel je hiermee, Giel? Ja, dat ze hier zijn geweest en deze stad hebben gezien en nu zelf ook een stad willen. Oh nee, ik had nog gevraagd aan je of ze je gevolgd waren, ja, Giel. Ja, ik dacht van niet, maar ik weet het niet, Santino. Laten we even gaan kijken, ja? Ja, is goed. Kom, laten we gaan. Santino, kijk daar in de verte. Daar staat nu al een supergrote hijskraan. Kun je hem ook zien? Oh mijn god, ik zie hem. Deze is gigantisch, man. Kijk dan hoe reusachtig dat het allemaal is, Santino. Oh mijn god, dit ziet er echt 10 keer groter uit dan dat we hier in Coburg hebben gedaan. Ja, dit is echt niet normaal. Kijk dan, ze zijn echt wat van plan, hoor. Oh, Santino, weet je wat ik toen net had gedaan? Ik ging toen net helemaal naar boven bij een hijskraan en toen heb ik even het uitzicht gecheckt. Oh mijn god. Ja, dat snap ik best. Je kunt overal naartoe kijken, Giel. Ja, dat sowieso. Maar kijk dan, hier een bouwplaats, daar een hijskraan en een stukje verderop is gewoon nog een bouwplaats. Ze hebben zelfs een heel kanaal aangelegd hier zo. Oh nee, ik ben echt oprecht benieuwd wat ze van plan zijn. Oké, Santino, ik heb nog niet in de huisjes van Mick en Jesse gekeken. Zullen we dat gewoon anders even gaan doen? Ja, ik denk dat dat het beste is, Giel. Ja, even kijken wat ze allemaal hebben, maar wat zijn ze toch van plan?
Zo, ze zijn echt onwijs veel van plan, man. Ja, het is echt niet normaal. Kijk dan hoe groot de... Ah, wat? Ik kan het gewoon niet geloven. Maar Santino, weet je wat ik nou zo raar vind? Het was hier één grote oorlog. Hoe kunnen ze zo snel dit allemaal gerepareerd hebben? Oh, Giel, ik heb helaas één vermoeden. Oh, wat dan? Ik denk dat zij de beelden hebben ontvoerd. Santino, dan moeten we die beelden gewoon terug ontvoeren. Die beelden, die moet ons helpen. Ja, ik weet het, man. Ik weet het. Ik heb Jesse en Mick geen één keer gesproken. En dan gaan ze in één keer mijn beelden afpakken. Ja, maar echt, dit kan gewoon niet. Ik denk dat we terug moeten naar Coburg en een plan moeten gaan voorbereiden om hem terug te pakken. Ja, laten we dat doen. Let's go. In de vorige aflevering heb ik een prachtige rondleiding gekregen door deze prachtige stad van Santino. En ook kwamen Santino en ik erachter dat Jesse en Mick Schaapstad tot een stad aan het ombouwen zijn. Als jij binnen 3 seconden op het blauwe duimpje omhoog drukt, verandert hij in een schaap. Probeer het maar. 3, 2, 1... Wow, een schelp! En vergeet ook zeker niet te abonneren voor die 100.000 abonnees. Vandaag staan er een hele hoop vette dingen op de planning. Waaronder het bouwen van een geheime tunnel naar Schaapstad. Alleen weet Santino nog niet dat ik dat van plan ben. Maar het is gewoon zo lang lopen. En het zou gewoon zo'n stuk sneller zijn als zou er een tunnel zijn vanaf Coburg naar Schaapstad. Alleen wordt het dus wel een geheime tunnel. En ja, dan mogen Mick en Jesse natuurlijk niet van afweten. En je denkt waarschijnlijk, Giel, hoe ga je die geheime tunnel nou geheim maken? Nou, dames en heren, daar heb ik een hele mooie oplossing voor. Wij hebben hier natuurlijk een riool. Dat hebben jullie waarschijnlijk nog nooit gezien. Primeurtje. Kijk eens aan, dames en heren. Dit is een prachtig riool. En als we die kant in hakken, komen we bij Schaapstad uit. En het gaat echt een hele klus worden om dit helemaal uit te kunnen hakken. En zoals jullie misschien ook wel kunnen zien, heb ik geen pickaxe. En dat is ook wel handig als je een tunnel gaat uitgraven. Dus die gaan we eerst even regelen. Giel! Ja. Hallo, Santino. Hey, hoe is het, man? Hey, goed, man. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat rustig. Gaan we weten natuurlijk wat er is gebeurd de vorige keer, maar ik ben wel wat rustiger geworden in ieder geval. Ja, ik ben ook een stuk rustiger geworden, Santino. Maar ik wil je eigenlijk wat vertellen. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou, Santino, ik heb een supergoed idee. Omdat Mick en Jesse natuurlijk ook een stad aan het bouwen zijn, moeten wij gewoon snel naar Schaapstad kunnen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus mijn idee was misschien om in het riool van Coburg een geheime tunnel naar Schaapstad te bouwen. En ik was heel benieuwd wat jij daarover denkt. Het klinkt heel erg aantrekkelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh. Ja, laten we dat doen. Ik denk dat het heel erg verstandig is om te doen. Ja, ik ben wel blij dat je nu nog even komt, want ik had al bijna een pickaxe gemaakt en dan was ik al begonnen. Maar gelukkig vind je het allemaal goed. Ja, zeker. Dus dat komt helemaal goed. Nee, laat me weten hoe het zit met de tunnel en dan... Ja, maar zal ik anders eventjes de plek laten zien waar ik hem wil bouwen? Ja, doe maar. Die herken je dadelijk niet meer terug, Santino. Oh god. Ik hoop dat Coburg nog wel een beetje normaal blijft, Giel. Nou ja, kijk, Santino. Zoals je weet is daar aan die kant is Schaapstad. En ja, hier is een riool. Ik heb al een mooie lever gemaakt en dan neergezet. Dit ziet er goed uit. Oeh. Nou, dus mijn idee is om hier gewoon, ja, eigenlijk dit riool gewoon verder te trekken. Dit gaat een hele grote klus worden, want dit riool is op dit moment helemaal nog niet zo groot. Ja. Ja, het maar, is natuurlijk zonde dat we de beelden natuurlijk niet hebben. Anders hadden we je kunnen helpen. Ja, maar weet je, ik moet ook gewoon een beetje actiever worden. Ik heb wel zin om deze klus aan te pakken, Santino. Dat is waar. Nee, dan heb je mijn volle acceptatie, Giel. Ik zou zeggen, bouw die tunnel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Dank u wel, meneer de burgemeester. Dat gaat helemaal voor elkaar komen, oké? En als er wat is en als je iets nodig hebt, moet je het zeggen, hè? Want dan ga ik het gewoon regelen. Ja, dat is goed, Dankjewel. Oké, ik spreek je. Ja, doei. Nou, dames en heren, waar dat ik dus net gebleven was, was dat ik heel erg graag een pickaxe wil maken, want dat is gewoon handig. En hey, hallo, paars schaap, wat doe jij nou weer hier? Ja, jij mag hier natuurlijk gewoon zijn. Jij bent mijn paarse schaap natuurlijk. Eventjes kijken. Een pickaxe, die maak je natuurlijk ook met hout, dus we hebben ook even een heleboel hout nodig, want ik denk dat ik aan één pickaxe niet genoeg ga hebben, dames en heren. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik denk dat ik 100% echt wel iets van 5 pickaxe moet gaan gebruiken of zo. Dit gaat echt ziek worden. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik wil ook nog eventjes een shout-out doen naar deze mensen in beeld die allemaal geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dikke shout-out naar jullie. Wil je nou ook een shout-out krijgen in een van de volgende video's? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik zie hier een megaberg voor mijn neus en ik ben eigenlijk van plan om hier mijn iron te gaan vinden. Zie ik al wat in de muur zitten? Nee, nog niet echt. Maar goed, in zo'n grote berg moet natuurlijk wel ergens iron te vinden zijn. Oh, dames en heren, ik ben al bijna op de berg en dit wordt het moment. Is hier iron te vinden? Jazeker is hier iron te vinden. En daar nog meer. Holy damn, dames en heren. Maar wat ik me nu bedenk, wat niet heel erg slim is, is dat ik zelfs nog geen steende pickaxe heb. Dus die moet ik ook nog eventjes van tevoren gaan craften. Nou ja, gelukkig heb ik toen net hout gehakt, dus dat komt in ieder geval wel goed. Even kijken, dan maken we eventjes dit. En ik moet zelfs een houten pickaxe maken, dames en heren. Ik heb laatst ook al mijn spullen in een chest gedropt en ik weet niet meer in welke, dus ik ben al mijn spullen kwijt. Lekker, Giel. Nou, waar we mee beginnen is eerst eventjes 3 steenblokjes hakken, zo, en dan kunnen we deze houten pickaxe al gewoon
gewoon weer hier zo naar beneden gieten. Zo, hoppakee. En eens eventjes kijken. We maken hier ook gelijk even een stenen pickaxe. Zo, hoppa. Dan gaan we hier gewoon gelijk eventjes deze mooie iron blokjes hakken. En ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel iron wij gaan krijgen. Want we hebben echt mega veel iron nodig, dames en heren. Dat is echt niet normaal. Hier hebben we natuurlijk ook nog. En okay, hier zit zelfs nog iron onder de andere iron. Hé, dat is helemaal top. Even kijken. We hebben op dit moment alweer 15 iron. En dit maakt 16. Maar ik heb nog niet eens overal gekeken. Is hier nog iron? Het ziet eruit van niet. Misschien hier zo bij het donkere stuk nog ergens. Nee. Oh, kijk dames en heren. Ik heb nog meer. Wow, dit is ziek veel iron. En dit is de allerlaatste. En dat betekent dat ik 29 iron heb. Nou, om naar deze berg te gaan was echt het beste idee ooit. Okay, maar we hebben natuurlijk ook nog een heleboel stone nodig. Want iron, dat smelt zich niet vanzelf. Je hebt namelijk een furnace nodig om iron te smelten. En voor een furnace heb je natuurlijk stone nodig. Dus dat gaan we eerst even hakken. Hoppakee. En wat we dan nog nodig hebben is natuurlijk kool. En die heb ik hier al zien zitten. Dus daar ben ik ook super blij mee. Ik heb in ieder geval genoeg stone om 2 ovens te kunnen maken al. Dat is ook helemaal top. Okay, is er misschien nog wat kool te vinden? Want 3 kool vind ik wel een beetje aan de weinige kant. Kijk eens aan. Hier zit ook weer een hele hoop in de muur. Of ja, het is nu 2 kool. Misschien zit er meer achter. Hopelijk wel. Ja, let's go. Hoppa. Holy damn. En er zit ook gewoon superveel achter. Wat? Okay, ik ben nu letterlijk al 2 minuten aan het hakken. En het blijft maar doorgaan, dames en heren. Dit is insane. Okay, ik heb 20 kool, 29 iron. Ik denk dat dit helemaal goed moet komen. Kijk, en op de weg naar beneden vinden we gewoon nog meer kool, dames en heren. Dat had ik waarschijnlijk op de heenweg ook al gezien. Maar ik dacht van, yo, ik heb nu geen zin om dit te hakken. Dus ik doe het dadelijk wel. En dat heb ik nu gedaan. Let's go. 26 kool, 29 iron. Dit moet helemaal goed komen. Als we hier geen grote tunnel mee kunnen graven, dan weet ik het ook niet meer. Okay, ik ben weer terug in Coburg. En ik heb eigenlijk wel heel veel honger. Maar ik heb geen geld. En even kijken. Dit is allemaal veel te duur. Okay, weet je wat? Ik pak gewoon even een winkelwagentje. En dan, okay, daar kan ik niet in rijden. Heel erg jammer. Maar goed, we zijn hier niet voor het eten en de winkelwagentjes. We zijn hier om te hakken natuurlijk. En ik ga hier gewoon even een mooi plekje maken. Om dat allemaal mogelijk te maken natuurlijk. Even kijken. We hebben daar nog meer hout nodig, zie ik al. We maken in ieder geval alvast 2 ovens. Zo, hoppakee. Die zetten we hier mooi neer. Doen we hier de helft van het kool in. Hier de helft van het kool in. En dan doen we hier de helft van het iron in. En hier de andere helft van het iron. Helemaal top. Dan moet ik ondertussen eventjes wat hout gaan hakken. Want ik dacht dat ik genoeg was. Maar dat was niet helemaal waar. Want ik heb heel erg veel hout nodig om al die pickaxe te kunnen maken natuurlijk. Ik weet alleen niet of dat het de bedoeling is om in Coburg bomen te hakken die naast de weg staan. Maar ik denk dat Santino het vast niet erg vindt. Hoppakee, we hebben al het hout gehakt. En dames en heren, dan is het natuurlijk nu tijd om wat mooie sticks te gaan maken. Ik ga gewoon van de helft sticks maken. Okay, dat waren er misschien ietsje te veel. En ik heb hier al genoeg iron voor 1 pickaxe. Dus weet je wat, dan ga ik gewoon maar lekker mee beginnen. Hoppakee, 1 iron pickaxe. Let's go, we gaan dit open hakken. En de gang is dus 5 breed. Oh, dit gaat echt een werkje worden, dames en heren. Okay, ik moet hier dadelijk ook naar beneden. Want hier zeg maar verderop zit heel erg veel water. En daar wil je natuurlijk niet in komen. Dus we moeten even heel erg ver naar beneden gaan hakken. Dit wordt dadelijk een soort van glijbaan. Besef trouwens dadelijk ook dat we gewoon met bootjes door het riool naar Schaapstad kunnen. Dat is toch super vet. Ik zie meteen ook al 1 ding wat ik vergeten ben te maken. En dat zijn torches. Die heb ik ook nodig. Dus ik steel eventjes de helft van het kool uit deze oven. En we gaan eens eventjes wat mooie torches maken. Zo, hoppakee. 24 torches. Dat moet wel even genoeg zijn voor nu. We willen natuurlijk niet dat we aangevallen worden door zombies dadelijk. En kijk eens aan. Kijk hoe snel dat mijn pickaxe nu al kapot gaat. Ik weet niet eens of dat ik hier wel genoeg iron voor heb gehakt al. Oh, was die builder er nog maar. Dan hadden we echt veel minder werk gehad op dit moment. Kijk eens aan, dames en heren. En natuurlijk, tijdens het hakken van een tunnel kun je ook gewoon iron tegenkomen. Dus dat is ook helemaal top. Want dat iron, dat kan ik goed gebruiken hoor. Potverdorie. Kijk, dames en heren. En we moeten ook allemaal dit stone gaan smelten. Want uiteindelijk wil ik dus ook gewoon dit soort muur hebben in het riool. Dat zou wel het mooiste zijn in ieder geval. Okay, maar al de iron is op dit moment klaar. Ik doe gewoon eventjes zoveel stone erin als ik kan. En ik ga gewoon even kijken hoeveel pickaxe ik kan gaan maken. Hoppakee, ik denk dat dit er wel genoeg zijn. En dan ga ik nu even een heel stuk van deze tunnel uithakken. Okay, dames en heren. Ik ben alweer een tijdje bezig geweest. Ik denk een kwartier of zo. En kijk hoeveel pickaxe dit al gekost heeft om te maken. Maar gelukkig zie ik hier alweer een hele hoop potentiële pickaxe in de muur zitten. Dus dat is wel top. Maar goed, mensen. Dit gaat heel erg veel tijd kosten. Okay, dames en heren. Ik ben een hele tijd verder. En een hele hoop pickaxe verder. Want ik heb letterlijk nog maar 1 pickaxe. En ik heb een heleboel chesten vol met stone. Daar gaan we allemaal bricks van maken. En ik ben ook al een beetje begonnen. Kijk, hier gaat zo de water van naar beneden. En inderdaad, dames en heren. Ik heb dit hele gat uitgehold. Dit was heel erg veel werk, kan ik je vertellen.
vertellen. Maar ja, nu is het eigenlijk tijd om dit ding helemaal af te gaan maken. En ik ga jullie dat besparen, want dit duurt echt super lang. Dames en heren, het is een hele tijd later, maar ik kan eindelijk zeggen dat de tunnel af is. En zoals jullie kunnen zien, dat is een behoorlijk tunneltje geworden hoor, ja. Maar wat me een leuk idee lijkt, is om met jullie eventjes een bootje te maken. En dan ga ik hier eventjes lekker doorheen varen om te kijken wat we nou eigenlijk gemaakt hebben. Oké, let's go. Ik heb een bootje hier zo in mijn inventory en ik ga gewoon, hoppakee. Ik ga proberen om van de waterval af te gaan. Joepie! Oké, dat ging niet heel erg soepel, maar wel heel erg leuk. Oké, let's go. Wow, yo, dit gaat echt ziek snel op deze manier. Zie me gaan dan. Woe! Dit is ontzettend vet, dames en heren. Maar ik moet nog één dingetje regelen. En dat heeft alles te maken met deze trap. Want Mick en Jesse mogen er natuurlijk niet achter komen dat ik hier een tunnel heb gemaakt. Dus, dames en heren, wat ik ga doen is een paar trapdoors maken. En dan gaat hij hier helemaal mooi camoufleren. Ben je het daarmee eens, meneer de kip? Ja? Oh, nee, hij loopt weg. Oké, ook prima. Ja, ik ga nog maar eens eventjes wat spulletjes halen in Coburg. Dames en heren, kijk eens aan. Ik heb even wat mooie trapdoors gemaakt. En ik heb hier nog een aantal bomen. En die ga ik gewoon hier zo een beetje omheen plaatsen. Hier één. En wat zullen we nog meer doen? Laten we er hier nog eentje doen. Zo, hoppa. En ik maak hier ook nog eventjes een soort van plekje vrij. En dan zet ik er hier ook nog één neer. Hoppa. En dan heb ik ook nog bone meal. En ik glitch in de grond. Wat gebeurt hier? Waarom ben ik aan het kruipen ineens? Oké, maar goed. Even kijken. We hebben hier nog een boom. Als ik er even bij kan. Hoppakee. We hebben hier natuurlijk nog een boom. En hier hebben we er nog eentje. Hoppa. En dan hebben we er hier nog één. Nou mensen, op deze manier ga je gewoon niet verwachten dat er hier een geheime tunnel zit. En vanaf hier is het letterlijk nog maar een minuutje lopen en dan ben je er. Het mag natuurlijk ook niet te veel opvallen. Ik denk dat het tijd is om deze prachtige tunnel aan Santino te gaan laten zien. Oké, ik ben benieuwd waar Santino is. Santino! Hey, Santino! Hey, Santino, ik ben gewoon klaar met mijn tunnel. Wil je hem zien? Ik ben best wel benieuwd, ja. Ik wil net naar je toe komen. Oké. Oh, dat is pas timing. Nou, loop lekker mee, zou ik zeggen. Ja. Santino. Ik heb echt een zieke tunnel gemaakt, Santino. Maar eerst even een vraag. Heb jij toevallig een bootje? Nou, ik heb wel wat hout bij me. Oké. Dat is helemaal goed. Dan gaan we dat even lekker meenemen. Kijk, dit is een van de ingangen natuurlijk van het riool. Maar daar ben je natuurlijk wel bekend mee. Ik zei toen net ook al van, dit riool is wel een beetje vies. Die moeten we een keer schoonmaken. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Zo, kijk, Santino. Als je hier naar beneden gaat, dan kom je bij de tunnel. Maar laten we eerst even een bootje maken. En dan varen we gewoon meteen naar beneden. Ja, dat zal ik doen. Oké, lekker. Ik heb al een bootje gemaakt. Ik heb er ook een bij, Giel. Oké, zullen we hem gewoon maar neerzetten? Ja, ik ga jou volgen, jongen. Jij weet de weg hier. Oké. Ja, helemaal prima. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon letterlijk alsmaar rechtdoor. Oké. Lekker. Ja, dat gaat makkelijk. Hier, let's go. En ja, dit kan soms een beetje een stroeve val zijn. Kijk dan hoe lang deze tunnel is. Wacht, even kijken. Zit jij nou achter mij? Wow, joh. Ik zit achter je. Kijk dan, dit is toch geniaal. Dit bespaart zoveel tijd. We kunnen gewoon overal varen naartoe. Dit is wel echt top hoor, Giel. Ik ben er nu al trots op, jongen. Ja, ik ook. Oh, hier staat mijn vorige bootje. Nou, wat je dan nu doet, dat is ook heel erg handig. Dan sloop je hier je bootje. Want we zijn nu nog niet echt in schaapstad. Want we willen natuurlijk niet dat deze tunnel ontdekt wordt. Nee, inderdaad. Dus wacht, even kijken. Ik hak eventjes ook deze weg. Oh, je helpt mijn bootje. Oké, top. Ja. Nou, dan gaan we hier naar boven. En hier heb ik een aantal trapdoors gemaakt. Ja. En hier kunnen we dan... hier is het helemaal verstopt tussen de bomen. Dus ik denk dat niemand dit gaat zien. Oh mijn god, maar Giel, dit is echt super... Oh, je kunt vanaf hier kun je schaapstad zien. Ja, kijk, maar weet je wat nog mooier is? Vanaf hier kun je er gewoon heen varen. Als je hier je bootje neerzet... Oh mijn god. Ja, dan kunnen we gewoon naar het kanaal. Laten we gewoon voorzichtig erheen gaan, dat niemand ons ziet. Want misschien denken ze dan dat wij wat van plan zijn. Giel, je bent echt geniaal met dit, man. Ja, echt vet toch? Dit. Kijk, ik weet alleen nog niet of dat we via deze waterval omhoog kunnen. Maar ja, dan moeten we anders nog maar even een keertje regelen. Maar dit ziet er tot nu toe wel al heel vet uit. Ja, het ziet er goed uit, Giel. Ik ben echt heel erg blij hiermee. Dit is echt super top. Ben jij eigenlijk vandaag nog in Schaapstad geweest, Santino? Ja, dat is eigenlijk een klein beetje ook een verrassing voor jou. Maar ja, ik ben inderdaad in Schaapstad geweest. Een verrassing voor mij? Ja, ik laat zo de verrassing zien. Maar weet je wie er was nu? Wie was er? Ik was er namelijk, ja, ik kan het wel zeggen, bij een bepaalde zaak. En daar zat Mick gewoon achter de baan. Mick heeft een eigen winkel. Ja, kun je dat geloven? Nee, dat kan ik echt niet geloven. Ik moet ook een eigen winkel hebben, Santino. Ja, ik denk het ook. Dat is wel een goeie trouwens. Dat is wel een goeie. Maar Giel, ik vind het echt super top. En ik ben heel erg blij dat je deze tunnel hebt gemaakt. En daarom heb ik een kleine... Nou, misschien wel klein. Nou,
is niet heel klein, een grote verrassing. Een grote verrassing? Een hele grote verrassing. Okay. Laten we maar snel teruggaan naar Coburg en dan zal ik het je laten zien. Oké, ik ben heel benieuwd. Oké, Giel, we zijn weer terug in Coburg, maar ik zei het net ook al. Ik zei het net al tegen je, ik heb dus een grote verrassing voor jou. Nou, ik ben echt super benieuwd, Santino. Laat me lekker zien, ik kan niet wachten. Dat zal ik doen. Ik ben jou namelijk ontzettend dankbaar voor deze geheime tunnel. Ook al, ja, ik had wel een beetje een goede connectie met Mick op dit moment, maar die tunnel komt altijd goed van pas. Wat? En ik denk dat je dit al een beetje kan zien. Wat? Ik zie een gek paars huis in één keer, joh. Ja, wij hadden hier namelijk een huis te koop staan. En ik dacht, weet je wat, ik kan jou wel vertrouwen. Ik heb heel erg veel vertrouwen ook in jou en wat je hebt gedaan voor Coburg op dit moment. Dit is echt dus ik geef normaal. Jou je hele eigen huis, jongen. Dit is echt ziek, Santino. Dankjewel. Wat? Ik weet niet hoe dat ik je moet bedanken, man. Nou, dat heb je al in principe gedaan met de geheime tunnel. Wow, dit is niet normaal. Mag ik binnenkijken? Ja, natuurlijk. Bro, het is jouw huis. Oké. Wow, dit is zo ziek. Gewoon ineens. Oké, dit heeft echt nog nooit iemand van mij gedaan. Oké, laten we naar binnen gaan. Wow, wat een supermooie paarse keuken met de paarse bank. En hier allemaal lamellen. Ja, ik moet wel zeggen, dit is wel mede mogelijk gemaakt door Schaapstad dus. Oké. Nou, Schaapstad, klein beetje bedankt, maar niet te veel natuurlijk. Ik haat jullie nog steeds. Ja, snap ik. Oh, dit is wel echt ziek. En dit is een... Wow, wat een kelder met een tweepersoonsbed hier zo. En wow, stoeltje, mooi tapijt. Santino, ik vind het echt super ziek. Ik ben super blij dat je er blij mee bent, Giel. Dat doet me heel erg goed. Wow, dit is echt niet normaal, Santino. Echt super bedankt. Wat? Alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft. Heb je helemaal verdiend. Gisteren heb ik hier een opening gehad met zelfs Jesse en Mick erbij. En zoals jullie kunnen zien, ik verkoop koelkasten, mooie dierenhoofden, wel een beetje zielig. Ik verkoop tafeltjes, stoeltjes, ik verkoop hier bedden, banken, stoelen, keukens, ik verkoop alles. Maar ik vind mijn winkel nog een beetje klein, dus ik wil hem gaan uitbreiden. Oh nee, er staat een creeper voor mijn winkel. Als je nu niet liked, dan ontploft mijn hele winkel. Oké, 3, 2, 1... Oeh, dat scheelde niks. Oh ja, en zie je die lege plek daar achter mij op de muur? Daar moet nog een 100.000 abonnees playbutton komen te hangen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Oké, maar naast mijn winkel heb ik natuurlijk ook mijn huis. En die staat hier zo verderop naast het huis van Santino. Ik heb daar gisteren een klein farmpje gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd of dat het allemaal al gegroeid is. En kijk, dames en heren, dit is mijn prachtig huis met een mooie brievenbus. Ik heb geen post gekregen helaas. Maar goed, kijk, dit is mijn farm. En deze wil ik vandaag dus een stuk mooier gaan maken. Als ik even deze jump kan halen, zo op. En ik wil ook even deze kooi van de koeien en de schapen even een stuk mooier gaan maken. Oké, laat ik hier eerst even dit hele mooie farmpje even allemaal weghakken. Zo, hoppakee. En ik ga het ook meteen weer eventjes bijplanten. Ik heb ook echt ontzettend veel honger. Vandaar dat ik het eventjes wilde oogsten, zeg maar. Kijk eens aan, dames en heren. Dit ziet er al prachtig uit. Dit farmpje moet eigenlijk niet heel veel meer aan gebeuren, denk ik. Misschien dat ik hem nog een stukje groter wil maken. Ik wil dadelijk ook even aan Santino gaan vertellen dat Santino natuurlijk ook gebruik mag maken van dit farmpje. Want ik heb namelijk een huis van Santino gekregen. Oké, maar om dit hok een stuk mooier te maken, heb ik hout nodig en wel veel ook. En kijk eens aan, dames en heren. We hebben geluk dat we heel veel mooie bomen hebben bij Schaapstad. En het lijkt mij leuk om eventjes wat van deze witte bomen te gaan hakken, want daar heb ik eigenlijk nog nooit iets mee gedaan in deze wereld. En hier zitten ook allemaal prachtige vlinders. Hallo, vlinders! Ik vind het helemaal geweldig. Even kijken. We hebben hier natuurlijk nog meer rode bomen, of rode bomen. Witte bomen, Giel. En deze bomen, die gaan we een hele hoop nodig hebben, want ik wil een soort van hok gaan maken voor de dieren. Want als het nou regent of onweert, dan worden ze gewoon helemaal nat. En ik vind dat zielig, oké? We moeten even mijn paarse schapen die supergoed voor mij gestreden hebben in de oorlog als goden gaan behandelen. Dat is mijn doel in principe. Zo, hier hebben we nog een paar bomen. Ik zie trouwens dat ik ook nog van het geoogste retoe net geen brood heb gemaakt. Dus dat moet ik dadelijk ook nog even doen, want ik heb zo'n honger. Oké, hier hebben we nog wat blokjes. Helemaal top. Hier staat nog een boom. En dan denk ik dat we voor nu wel even genoeg hebben. Ja. Dat moet helemaal goed komen. Oké, wat ik eerst al eventjes wil gaan doen is overal planks van maken. En ik wil ook even een crafting tabletje maken. Zo, hoppakee. Die zetten we hier zo neer. Bam. Dan maak ik even wat... Nee, geen pressure plates. Ik wil slabs hebben. Zo, heel erg veel slabs. En op deze manier ga ik hier zo een paal bouwen. Dat is ook heel erg nodig. Zo, hoppakee. Van 4 hoog. Dat ga ik ook meteen eventjes doen aan deze kant. Als deze koe niet weg wil lopen, alsjeblieft. Dankjewel. 2, 4. Hoppa. 2, 4. Hoppakee. Deze is ook net zo hoog als de andere paal. En dan ga ik hier een soort van klein dakje maken. Dat is eigenlijk het hele idee. Want we willen natuurlijk een dak boven het hoofd van mijn prachtige schapen maken. Want dat hebben ze verdiend. Hoppakee. En dan maken we hier nog een soort van dakje. Zo, hoppa. Oké, dan merk ik al meteen weer dat ik even wat meer slabs erbij moet gaan maken. Want ik heb er nu echt veel te weinig gemaakt. Oké, let's go. We maken hier nog even dit zo. Hoppakee. En kijk eens hoeveel koeien er daar op die bed
berg staan. Die ga ik dadelijk zo... Nee, weet je wat? Dat ga ik gewoon nu doen. Ik wil die koeien gewoon even allemaal in mijn hok lokken. Zo, kom. Ik ga gewoon midden tussen de koeien hier zo staan. En even kijken. Wacht, ik neem ook even dit in mijn hand. Ik doe het gewoon allebei. Dan lok ik ze gewoon allemaal mee. Hier, kom maar. Ik zie kippen, koeien. Ik zie alle dieren die ik nog niet heb. Dus let's go. Hoe staan hier zoveel koeien? Dit is echt absurd, mensen. Wat? Oké, jongens. Nog een klein stukje en dan zijn jullie in jullie nieuwe huis. Ik denk dat ik het hok dadelijk ook moet gaan uitbreiden op deze manier. Als er zoveel nieuwe bewoners komen in één keer. Oké. Kom maar, jongens. Loop maar lekker door. Kom. Ja, helemaal top. Dit is jullie hok. Als jullie nu hierheen komen, dan kunnen jullie er allemaal instappen. En het regent nu. Ik weet het. Maar daarvoor ben ik nu een dak aan het maken. Oké? Jullie krijgen nooit meer last van de regen. Oké, bedankt voor het meelopen. Ik ga weer weg. En de ballen. Jullie zitten lekker opgesloten koeien. Haha. Oké, maar het dak begint er ook al nice uit te zien. Ik moet wel eventjes deze slabs goed plaatsen. Anders ziet het er natuurlijk niet uit. Even kijken. We moeten hier ook nog omhoog. Zo, bam. Ik kan deze weg. En dan bouwen we gewoon nog eentje hoger. En dan bouw ik hem nog eentje hoger. Maar dit wordt wel echt de laatste. Maar dit wordt wel echt het laatste stuk van het dak. Want ja, dadelijk is het dak al wel groot genoeg. Hoppakee. En dan doe ik eventjes wat palen hier zo onder. Dat lijkt me ook wel een goed idee. Zo, dan doe ik dit weg. En dan plaats ik hier een slab. Hoppakee. En dan moet ik nog één paal neerzetten. Daarvoor moet deze weg. Dan plaats ik hier zo. Oh, geen zaadjes. Hoppa. Gewoon lekker hout. En dan hak ik deze weg. En dan zet ik hier ook een blokje neer. Nou, dames en heren. Als dit geen prachtige overkapping is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Ik wil alleen nog één kleine finishing touch doen. Ik wil namelijk nog één klein rijtje zo hier zo hebben. Zo, bam. Ik denk dat dit het helemaal af gaat maken, dames en heren. Ja, hoor. Dit wordt ontzettend ziek. Oh, ik kan amper de blokjes plaatsen. Er zijn allemaal schapen die tegen me aanlopen. Nee. En hoppa. Nu is hij eindelijk af. Oké, jongens. Blijven jullie allemaal lekker staan. Ik ga weg. De ballen. Doei. Doei. Ik heb wel echt een prachtig dakje voor jullie gemaakt, zeg. Potverdorie. Wat ben ik hier trots op, zeg. Er staat mij nu nog maar één ding te doen. Ik ga jullie allemaal belonen voor jullie fantastische werk om hier in te komen. Dus super bedankt allemaal. Ga lekker kinderen maken. Hoppakee. Helemaal top. Oké, dames en heren. Ik ging ook nog eventjes van het wheat wat ik overal broodjes maak. Zo, hoppakee. Ik maak hier ook even een mooie chest. Want dan kunnen we namelijk alle spulletjes van het farm in gaan doen. En die chest die zet ik voor nu even hier zo neer. Misschien ga ik hier ook nog een mooi stukje ooit van maken. Laat het in ieder geval even weten in de reacties. Als jij leuke ideeën hebt wat ik hier nog bij kan maken. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien wel een of ander zwembad voor de koeien en de schapen. Hé, zeg het maar. Ik ga het gewoon doen. Oké, we doen hier even alle zaadjes in zo. En de eitjes. Dat eitje ga ik trouwens even gooien. Misschien komt er wel een kip uit, dames en heren. Bam. Oh, helaas. Ik doe ook eventjes al dit hout erin. Want ja, weet je, dat kan ik dan weer gebruiken als ik het een keertje ga uitbreiden natuurlijk. Maar ja, ik ben er ontzettend blij mee. Oh, en nadat ik mijn hok prachtig heb gemaakt, is er natuurlijk ook weer tijd om te werken. Het is weer een nieuwe werkdag. En ik ben heel erg benieuwd of dat er vandaag nog wat klanten gaan komen. Hallo, dit is een overval. Wat doen jullie hier? Dit is een overval. Geef nu al je geld. Ik heb helemaal geen geld. Oké. Je hebt wel geld. Nee, je ik heb geen geld. Mijn winkel is pas eens gisteren open. We kunnen schieten, hè? Kijk maar. Nee. Ik heb geen geld. Ik heb oprecht geen geld. Ja, dan gaan we je nu schieten. Nee, jullie hadden gisteren maar wat moeten kopen bij mij. Dan had ik nu geld gehad. 3, 2. Ja, oké. Ik heb 1 diamond. Ik heb 1 diamond. We hebben 1 diamond? Ja, Santino heeft vandaag wat gekocht bij mij. Maar voor de rest, ik heb verder helemaal niks. Ik heb niks. We willen meer geld. Ik heb oprecht helemaal niks. Ik schiet al je ramen kapot, nee, hè? Nee, laat het nou heel. Nee. Laat alsjeblieft de winkel heel. Nee, dit is echt niet genoeg. Nee, ik heb helemaal niks. Ik heb oprecht niks. Maar wat is de code van je? Wow. Er is helemaal niks in. Wow. Wat doe jij hier? Stil blijven staan. Stil blijven staan. Wat doen jullie? Giel, ook stil blijven staan. Ja, ik sta stil. Wij willen nog meer geld hebben. Maar ik heb geen geld. Giel, jij bent de burgemeester van deze stad. Jij hebt sowieso geld. Ik heb wel wat bij me, ja? Nee, we willen alles hebben. We willen niet wat. We willen heel veel. Meekomen ze. Laat hem met rust. Oké, Mick. Mick, hey, laat hem met rust. Normaal doen. Ik heb een wapen. Mick, neem jij Santino de burgemeester mee. Ik hou Giel onder schot. Nee, laat hem met rust. Giel, daar blijven. Daar blijven. Nee, laat hem met rust. Ik ga mee. Waar moet je heen? Als je nog één keer slaat, dan schiet ik je. Ja, maar laat hem alsjeblieft met rust. Daar blijven. Wat is er nou zojuist gebeurd? Nee, Santino is meegenomen door Mick en Jesse. En letterlijk mijn hele winkel is kapot. Ik weet niet eens waar ze Santino mee naartoe hebben genomen. Oh, dit is zo erg. Ze hebben ook een diamond van me meegenomen. Maar dat maakt me niet eens uit. Ik wil gewoon nu weten waar Santino is.
Ik sta hier weer voor mijn huisje en dames en heren, ik vind het nog steeds hartstikke erg wat er is gebeurd met Santino. Ik heb ook heel erg slecht geslapen vannacht erdoor. Voor de mensen die het niet weten, mijn winkel daar zo verderop is dus overvallen. Ze wilden geld hebben, ik had niet veel geld. Ze hebben uiteindelijk Santino meegenomen. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan en ik ga nou kijken wat de schade is van mijn winkel. Er staan ook allemaal pionnen voor natuurlijk. Ja, het is gewoon helemaal kapot. Oh nee. Oh, en hier, kijk, al het glas is eruit. Hier is al het glas eruit. Ik heb hier ook mijn mooie chest natuurlijk. Daar heb ik de vorige keer bijna al mijn spullen uit meegegeven. Hier staan gelukkig nog wel wat meubels. Maar besef, de dag na de opening ging het gewoon al verkeerd. Dit is echt niet fijn. Oh, ze namen dus Santino mee. Waarschijnlijk omdat Santino ontzettend veel geld heeft. Dus ik ga even kijken. Hier is Santino in ieder geval niet. Misschien heeft Santino het geld al gegeven en is hij gewoon al thuis. Het zou zomaar kunnen. Weet je, even kijken. Misschien is hij thuis. Ik ga gewoon even zijn hele huis doorzoeken. Je weet maar nooit. Ik wil gewoon Santino vinden, oké? Hij heeft mij geholpen met mijn nieuwe huis, mijn winkel. Santino verdient het gewoon echt niet om ontvoerd te worden. Er zit ook niks in zijn brievenbus. Oh, even kijken. Is dan hier wat te vinden? Nee. Hier is helemaal niks. Hier beneden in zijn chest zit ook helemaal niks. Ze hebben ook gewoon zijn hele huis leeggeroofd, dames en heren. Hier zit ook gewoon helemaal niks in verder. Potverdorie. Waar is Santino? Oké, Santino is dus ook niet thuis. Misschien is hij hier zo ergens in de stad. Ik moet gewoon even alles gecontroleerd hebben voordat ik verder kan. In deze klokkentoren zit hij volgens mij ook niet. Waar kan die dan nog zitten, joh? Even kijken. We hebben hier ook nog de supermarkt. Daar zie ik ook helemaal niemand. Misschien in de dierenwinkel. Santino! Ik zie hem gewoon echt helemaal nergens. Oh, wacht, ik heb een goed idee. Misschien zit hij in het gemeentehuis. Dat is namelijk een soort van Santino's tweede huis. Ik moet en zal Santino vinden vandaag, jongens. Ik wil gewoon weten waar dat hij is. Oké, gemeentehuis. Nee, ook niet. Ook niet op zijn kantoor. Nee, waar is hij nou? Oh, echt waar. Als ik hem morgen niet gevonden heb, dan ga ik gewoon aangifte doen bij de politie. Dan ben ik er gewoon helemaal klaar mee. Waar kan die nou gewoon zijn? Is hij misschien hier in een postkantoor of zo? Hier is natuurlijk de achterkamer van het postkantoor. Sorry mevrouw dat ik hierheen loop trouwens. Laat me. Ik moet echt de burgemeester vinden. Waar is hij nou gebleven? Oké, ik denk dat het tijd is dat ik naar Schaapstad ga om daar Santino te gaan zoeken. Ik moet hem toch ergens tegenkomen? Oké, daarvoor moet ik even een boom hakken hier zo. Want ik wil natuurlijk een bootje. Heb ik al een bootje? Nee, helaas. Ik moet echt een bootje hebben. Dan kan ik namelijk snel door dat riool heen. En dan kan ik gewoon super snel bij Schaapstad komen. En ik heb echt het idee dat Santino ontvoerd is. Dat zeiden Jesse en Mick ook al toen ze de winkel overvielen. Oké, bijna is deze boom omgehakt. Nog één blokje. Kom op. Ik heb haast. Hoppakee. Oké. Even kijken. Is er hier ergens een crafting table? Weet je wat? Boeien. Ik maak er gewoon eentje. Zo. Hoppakee. Crafting table. Hoppa. Die zetten we hier zo neer. Dan maken we snel even een bootje. Weet je, ik maak er twee voor de zekerheid. En die crafting table laat ik gewoon staan. Want ik heb haast, oké? Oh, wacht. Ik loop ook helemaal de verkeerde kant in. Hier is natuurlijk de ingang van het riool. Oké, let's go. Ik zet hier mijn bootje neer. Dan ga ik erin. En oké, ik ga even varen naar Schaapstad. Oké, en we zijn er bijna daar. Wat? Wat is dit? Hallo? Wie ben jij nou weer? Ik ben Giel. Wat bent u? En waarom heeft u zoveel wapens hangen? Dat gaat je helemaal niks aan. Wat moet je allemaal? Nou, ik zou op zich wel een wapen kunnen gebruiken op dit moment, meneer. Nou, dat gaat je heel veel kosten, jongen. Ja, hoeveel dan? Ja, ik kan wel even een leuk pakketje voor je maken, maar dat gaat je wel 10 goud kosten. 10 goud? 10 goud, ja. Ik heb op dit moment heb ik al 4 goud, oké? Dat is echt niet genoeg, hoor. Nee, dat snap ik. Maar dan ga ik nu even die andere 6 goud halen en dan kom ik wel bij u terug, oké? Schiet maar op, jij. Niet vertellen dat ik hier zit. Nee. Ik doe helemaal niks. Okay, oh, maar dit is wel ziek, hoor. Deze wapens. Nou, bedankt. Fijn dat ik ben tegengekomen, meneer. Ga maar. Oké, nou, doei. Oké, dames en heren. Dat was heel erg random, maar wel super chill. Want ja, weet je, als ik daar naar Schaapstad ga, ik heb natuurlijk gezien hoeveel wapens Mick en Jesse hebben. Ik moet ook zoveel wapens hebben. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze man heb gevonden. Ook al is het wel een beetje een onderwereldfiguur. Maar goed, dat maakt niet uit, want hij verkoopt wapens. En dat hebben we nodig na de zoektocht van Santino. En even kijken. Ik moet ook ergens dat goud vinden. Waar ga ik dat goud nou weer vandaan toveren dan? Oh, oké. Weet je wat? Ik ga heel even de bank binnen. Ik ga even kijken of dat zij misschien nog wat goud voor mij hebben. Hallo? Kan ik hier goud krijgen? Oh,
ik heb helemaal niks om mee te ruilen. Dit ga je niet menen. Oké, weet je wat? Dan gaan we eventjes kijken. Hoe kan ik nog meer aan goud komen? Even kijken in mijn huisje of dat ik daar toevallig nog wat goud heb liggen. Als dat zo zou zijn, zou dat echt helemaal top zijn. Ik loop trouwens ook echt helemaal de verkeerde kant op. Giel, kom op. Je hebt haast, man. Loop eens even snel naar je huisje toe. Oké, waar is het huis? Even kijken. Ik zie hier... Oké. Ik ben op de goede weg. Ik woon nu pas net, hè, dames en heren. Vergeet dat niet. Oké, let's go. We zijn hier thuis. Even kijken. Heeft Santino nog goud? Nee, helemaal niks. Oh, even kijken. Is hier dan toevallig nog wat in mijn chest? Ik weet het niet eens, dames en heren. Even kijken. Hier zit niks in. Hier zit niks in. Nee, ik heb helemaal niks. Misschien hier zo. Hier heb ik niet eens een chest. Oh, ik heb echt nog veel te weinig tijd in dit huis doorgebracht om te weten wat ik allemaal heb. Even kijken. Hier staat een koe. Meneer de koe, ga eens even weg. Oh, hier zit ook niks in. Het huis van Santino heb ik toen net al gecheckt. Waar kunnen we dan heen? Oké, misschien ligt er dan wel wat in het gemeentehuis. Dat zou natuurlijk ook super goed kunnen. Weet je wat? Dan ga ik gewoon even kijken. Want in het gemeentehuis worden natuurlijk al de belastingen van al de mensen in Coeburg bijeengeschraapt. Dus daar kan best wel wat goud liggen. Hé, dat is eigenlijk best wel een slim idee. Oké, wacht. Ik ga heel eventjes hier zo doorheen. En dan is daar verderop het gemeentehuis. Ik hoop zo erg dat ze daar de spullen hebben. Want ik moet echt snel naar Schaapstad. Want Santino die is daar. Of nou ja, dat denk ik. Oh, al de ramen hier in het gemeentehuis zijn ook kapot geschoten door de overval. Even kijken. Is hier ergens een chest? Hallo, chest. Even kijken. Is hier misschien een chest? Nee, ook niet. Heb ik hier dan niet goed gekeken? Oké. Hier zit een chest. 11 goud. Oké, let's go. Die gaan we lekker meenemen. Hier staan ook nog wat dingen. Zit daar wat in? Nee. Oké, dan ga ik met deze 11 goud weer eventjes terug naar onze rioolvriend. Zo noem ik hem maar gewoon. Ik weet eigenlijk niet wat zijn naam is. Oké, dus we gaan even dit goud geven. En dan hoop ik dat ik ook meteen al de wapens van hem ga krijgen. Oké, dames en heren. Ik ben er bijna. Hopelijk is hij er nog. Hallo? Hallo? Hallo. Meneer, heeft u mijn bestelling al klaar? Heb jij je goud bij je? Ja, ik heb zeker mijn goud. Je krijgt er nog 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Ja, even na tellen. Even kijken. 1, 2, ja. Ja, dat is helemaal goed. Is het genoeg? Ja, dat is helemaal goed. Oké. Nou, mag ik dan nu mijn wapens hebben, alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Kijk eens, jongen, alsjeblieft. Doe er voorzichtig mee, maar... Wat is dit nou weer? Is dit, Daar zitten hier al je wapens in. Ik kan ze toch niet zomaar aan je geven? Nee, dat snap ik. Oké. Nou, dank u wel. Dan ga ik even naar huis, oké? Bedankt en misschien tot de volgende keer. Ja, doei. Ja, doei. Oké, dames en heren. Ik heb dus een hele gekke doos gekregen van die meneer. En ik ga eventjes bij mijn huis deze doos openen. Want ik ben super benieuwd wat erin zit. Weet je wat? Ik ga het gewoon eventjes hier zo doen. Want ik moet natuurlijk ook snel weer naar Schaapstad. Oké. Wat? Ik heb ziek veel wapens gekregen, dames en heren. Wat? Dit is echt niet normaal. Oké. Weet je wat? Ik neem het allemaal even mee. Weet je wat? Ik ga het niet allemaal meenemen. Ik neem alleen mijn pistool mee. En die silencer doe ik er dadelijk op. Zo, hoppa. Volgens mij zit nou alles hier zo in. Oké. Wacht, als ik volgens mij dit zo doe, dan kan ik er als het goed is wat opzetten. Hoppakee, en een scope. Oké, dit is helemaal top. Nu heb ik gewoon al een wapen, dames en heren. Oké, dan pak ik even een paar van deze bullets erbij. En dan hak ik eventjes deze shulkerbox weg. Hoppakee, die nemen we toch gewoon even lekker mee. En dan is het nu tijd om naar Schaapstad te gaan en om Santino te zoeken. Ik hoop zo erg, dames en heren. Maar dan ook echt zo erg dat we hem tegen gaan komen. Ik wil hem gewoon vinden, oké? Oké, ik heb hier ook nog mijn wapen. Natuurlijk, die neem ik ook gewoon lekker weer mee. En oké, dan ga ik nu even kijken. Waar is Santino? Hij moet echt nog leven. Oké, ik ben nou net uit de tunnel. Ik heb mijn pistool vast, want je weet maar nooit met Jesse en Mick. Even kijken, waar zijn die mensen? Even kijken of mijn pistool überhaupt werkt. Bam! Oké. Sorry paard, sorry. Maar ik moest het even testen. Hallo? Santino? Santino? Waar ben je? Santino? Ben je hier ergens? Oh, dit wordt zo lastig. Oké, waar kan die zijn, dames en heren? Even kijken. Misschien hier binnen bij de autodealer. Santino, waar ben je? Ik zie hier helemaal niemand. Oh nee. Oké, hier bij de hijskranen ziet het er ook niet echt uit of dat er iemand is. Hier misschien de winkel van Mick. Oh, dat zou echt een hele goede plek zijn om hem te verstoppen. Oké. Is er iemand? Ik moet een beetje sneaky gaan doen, want ik wil natuurlijk niet gezien worden. Ik zie daar trouwens ook de vluchtauto staan. Wat? Oké, hier de deurmat. Nee, er is ook niemand. Oké, handen omhoog. Oké, hier is helemaal niemand te vinden. Oké, laten we hier omhoog gaan en... Oké, hier is ook helemaal niemand. Gelukkig maar. Oh, wat kan die nou zijn? Oké, dames en heren. Ik ben nu bij het huisje van Mick en van Jesse. En, zit er iemand? Ik zie nog helemaal niemand lopen. Oké, dat is goed. Oh, ik zie Jesse daar lopen. Ik zie Jesse. Ik schiet op je.
En ik ga natuurlijk niet opgeven. Ik wil vandaag weer Santino gaan zoeken. Maar eerst, voordat we gaan, ik moet natuurlijk eventjes wel lekker eten gaan maken. Dat is ook minstens zo belangrijk. Want ik wil natuurlijk niet doodgaan. Ik wil gewoon goed te eten hebben. Ik wil gewoon lekker kunnen smikkelen onderweg. Pak dit even allemaal. Hoppakee. We gaan even lekker wat broodjes maken. En daarna wil ik eigenlijk gewoon meteen Santino gaan zoeken. Ik ga natuurlijk niet stilzitten. Het kan wel zo zijn dat de politie ermee bezig is. Maar ja, ik moet gewoon voldoende brood hebben. Hoppakee. Oh, ik had echt al superveel. Oké, super tof. Kijk dames en heren, de vorige keer heeft Santino dus dit boek voor mij achtergelaten. Giel, als je dit leest, zit ik op dit moment gevangen in Schaapstad. Ik heb helaas niet veel van deze stad kunnen zien. Het enige dat ik weet is dat het bij een groen huis is. Oké, nou ja, daar hebben we de vorige keer al superveel onderzoek naar gedaan. Maar we hebben daar helaas niks gevonden. We hebben wel in het huis van Mick een lift gevonden met de politie. Ik weet niet wat dat is, daar hebben ze ook nog niks over verteld tegen mij. Maar ja, ik ben ontzettend benieuwd. Oh, ik ben zo benieuwd waar Santino nou weer uithangt. Oh, mijn winkel die wordt ook gerepareerd binnenkort. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat er weer uit gaat zien. Want natuurlijk na de overval is mijn winkel helemaal kapot gegaan. En ja, ik heb eigenlijk na de overval alleen mezelf nog maar bezig gehouden met het zoeken van Santino. Dus ik ben er ook nog niet aan toegekomen om dit te repareren. Maar ja, dit is hoe dat het er nou een beetje uitziet. Overal kapotte glazen. Helemaal niet chill. Maar goed, weet je, als we Santino terugvinden ben ik blij. Die winkel maakt me op dit moment helemaal niks uit. Als het goed is wordt het dadelijk ook ieder moment opgehaald door de politie. Want ik ga natuurlijk niet in mijn eentje Santino zoeken. Ze hebben allemaal wapens. Dat is hartstikke gevaarlijk. De politie heeft nog niet door dat ik ook wapens heb. Ik heb ook even weer een nieuw wapentje gehaald. Namelijk een assault rifle, dames en heren. Dit ziet er toch ziek uit, of niet dan? Ik heb ook een target weten te bemachtigen. Die ga ik eventjes lekker neerzetten en dan ga ik gewoon even schieten. Maar ja, natuurlijk is de pistol alsnog mijn persoonlijk favoriet. Kijk dan hoe ontzettend chill dit ding schiet. Ik ben er hartstikke blij mee. Maar goed, ik moet misschien niet zoveel lawaai gaan maken. Ik heb mijn target al meegenomen, want de politie kan me natuurlijk ook ieder moment horen. En ik moet de politie te vriend houden, want dat is misschien wel mijn enige kans om Santino nog ooit terug te vinden. Oké, ondertussen dat ik aan het wachten ben, ga ik ook dit farmpje maar eventjes plaatsen. Weet je waarom ook niet? Heb ik weer lekker gratis eten. Oké, ik sta hier nu echt al super lang voor een politiebureau te wachten en er komt gewoon niemand naar buiten. Maar ik had een idee. Want, weet je, ik ga Santino natuurlijk niet alleen kunnen vinden. Weet je, het wordt gewoon lastig. Dus ik dacht, ik ga nog eventjes in het gemeentehuis kijken of dat er nog wat belastinggeld hier zo in de gemeentechest zit. En ik ga gewoon een hond kopen die Santino kan opsporen. En wat? Oké, ik weet dat het niet van mij is, maar het is allemaal om Santino te bevrijden. Dus ik neem het gewoon allemaal lekker mee. En ik heb hier een diamond. En volgens mij kost een hond dus 1 diamond. Dat is super chill. Als het zo is, ben ik echt binnen gewoon. Oké, heel eventjes kijken. Waar is de dierenwinkel? Dit is de postkantoor. Dit is mijn winkel. Dit is de supermarkt. Oh, dit is de dierenwinkel. Oké. Hebben ze hier misschien al ergens hondjes staan? We hebben hier eekhoorns, konijntjes, vissen zie ik hier. Oh, ik gooi mijn zwaard weg. Dat is niet heel handig. Die moet ik trouwens ook eventjes wegdoen. Want mensen in Coeburg dragen geen zwaarden bij zich. We hebben hier ook nog wat vogels en geiten. Nou, geiten gaan mij natuurlijk niet helpen om Santino te vinden, dus ik laat jullie even lekker met rust. Misschien bij jou dan. Kan ik bij jou dan een hond kopen? Ja, een wolf. Let's go. Dit is super chill. Oké, die ga ik meteen plaatsen. En als het goed is, heb ik in mijn chest in mijn huis nog even wat botjes liggen, want ik heb natuurlijk wat skeletons gekild. Dus dan ga ik de hond meteen even temmen. Oké, dames en heren. Als het goed is, ligt er hier binnen ergens wat botjes die je kan gebruiken. Hierin nee, hierin nee. Ja, let's go. Oké, ik ga mijn hondje plaatsen. Hallo. Ik ga je ook nog ooit een naam geven, maar eerst ga ik je even temmen. Hoppakee. Hey, dit is hartstikke chill, dames en heren. Wat? Als ik Santino nu niet ga vinden, dan weet ik het ook niet meer. Oké, dames en heren. De politie duurt echt ontzettend lang. Het is gewoon niet meer leuk, dus ik ga gewoon samen met mijn hond op pad. Kom je? Ja, helemaal top. Kom maar op. Wat wij gewoon gaan doen, we gaan gewoon het heft in eigen handen nemen. Ik neem hier mijn pistool mee. En ik ga gewoon samen met mijn hond Santino zoeken. En ik weet niet waar ze zijn, maar ik denk dat ik gewoon even nog een kijkje ga nemen in die lift. Want ik heb gewoon echt zwaar het vermoeden dat Santino daar ergens te vinden is. Maar waar, ik heb geen idee. Dus ik denk dat ik maar gewoon even lekker naar Schaapstad toe ga. En ik hoop heel erg om Santino daar te vinden in die lift. Want ja, de politieagent gisteren zei dat hij daar iets had gezien. Maar wat wilde hij me niet vertellen? Dus ik heb echt werkelijk waar geen idee wat er allemaal aan de hand is. Even kijken, we gaan hier gewoon eventjes zo zwemmen. Hopzakee. En dan zie ik nu in de verte Schaapstad al. Oké, wat een lelijke stad nog steeds, zeg. Niet te geloven. Oké, ik hoop heel erg dat ik hier niemand tegen ga komen, want dat zou echt super vervelend zijn. Oké, ik ga vanaf nu even mijn ogen open houden. Ik zie daar de auto van Jesse staan, hè? Wat doet die auto nou weer daar? Oké, ik ga hier gewoon over deze bouwplaats heen lopen, want ik wil niet gezien worden door Jesse en Mick. Dat is echt het laatste wat ik wil op dit moment. Oké, wacht even kijken. We hebben hier het huis van Jesse en in het huis van Mick zat een geheime lift. Oké, laten we dan daar maar eventjes gaan checken wat daar allemaal aan de hand is. Even kijken.
kijken. Dan kunnen we, als het goed is, hier naar beneden. En dan zat er hier ergens een... Ja, ja, oké. Okay, hier moet ik zijn. Oké, okay, dan hak ik dit dingetje eventjes weg. En hier zat dan een geheime ladder. Ja, dat klopt. En kan ik dan nu de lift in? Ja, dat kan. Oké. Okay. Oh, ik ga al naar beneden. Oké, okay, dames en heren. Ik ben beneden. En wat is dit nou weer? Er lijkt wel een gevangenis of zo. Hier allemaal tafeltjes om te eten en een basketbalveld. En wat is dat nou weer voor kooi daarboven? Dat lijkt wel een super beveiligde gevangenis. Allemaal camera's ook. Wat? Hier een keuken. Wat is hier allemaal te zien, joh? We kunnen hier ook nog helemaal omhoog. Ik snap hier echt helemaal niks van, dames en heren. Hier zijn zoveel gevangenissen ook. Santino, Santino. Volgens mij is hier echt helemaal niemand. Ik ga nog heel eventjes snel kijken op de volgende verdieping. Want ja, ik wil natuurlijk wel zeker weten of dat hier niemand zit. Want als Santino hier zit, dan moet ik hem gewoon meenemen. Santino! Oh, ik kan hem echt nergens vinden, dames en heren. Dit is echt niet chill. Oké, we zijn weer aangekomen in Mixen Huis. En, oh, waar kan Santino nou zijn? Hoe kan die nou? Ik ben al in 2 gevangenissen geweest en ik kan nergens zien waar die is. Hoezo zit die nergens? Oké, nou ja, we gaan even uit het huisje van Mick. Want hier heb ik ook niet zo heel veel te zoeken eigenlijk. Oh, oké. Nou, ik ga weer terug naar Coburg. Oh, ik loop eventjes langs het huis van Jesse. En, oh... Santino! Santino! Giel! Giel! Wat doe jij hier? What? Oh mijn god, je bent gekomen! Hoe kom jij uit de gevangenis ineens? Wat is er gebeurd? Je hele kleding is kapot. Er is zoveel gebeurd, Giel. Er was hier ook net politie die achter Jesse en Mick aankwamen en... Nee, joh. Oh mijn god, ik ben weten te ontsnappen. Hoe heb je dat gedaan dan? Welke gevangenis heb je gezeten? Ik ben bij 2 gevangenissen geweest om je te zoeken. Ja, het was een hangende gevangenis met lava eronder. Maar er was één gevangenis onder constructie waar een gang in zat. En daar ben ik door ontsnapt. Wat? Ja, ik ben toen net inderdaad onder het huis van Mick geweest. En ik zag inderdaad zo'n hangende gevangenis met lava. Heb je daar gewoon gezeten? En hoe lang dan? Dagenlang, Giel. Dagenlang. Oh, en ze waren zo slecht voor me. Maar zijn ze nog in de buurt dan nu, of niet? Ik denk dat ze weg zijn gered. Ik zag in ieder geval politie achter ze aangaan, maar ik weet niet hoe dat is afgelopen, Giel. Oké. Nou, laten we in ieder geval snel teruggaan naar Coburg. Ja, weer trek lekker terug naar huis. Oké, Santino, we zijn in Coburg, maar moet je geen verklaring afleggen of zo? Ja, ik denk dat het wel verstandig is. Ik bedoel, dit kunnen we niet zomaar laten gaan, Giel. Ik vind Jesse en Mick heel aardig, maar... Nee, dat zijn ze niet, Santino. Ze hebben echt iets vreselijks gedaan. Ja, dat geloof ik best. Zijn ze trouwens ook nog langs de mine geweest, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Welke mine? Ik weet niet eens van die mine af. Ik heb Jesse verteld over onze diamantenmine, onze diamond mine, waar we al onze fortuinen uithalen. En, nee. Is hij daar geweest dan? Ja, dat hoop ik niet. Hij vroeg om zoveel meer diamanten. Oh nee, je hebt ook gewoon superveel moeten betalen. Ja, ik heb echt al mijn geld moeten geven, Giel. Het was echt verschrikkelijk. Nee. Maar laat ik maar even inderdaad mijn verklaring afleggen. Hey Santino, hoe ging het? Hey Giel, ja, ik ben echt helemaal kapot, man. Maar het ging goed. Ik heb de verklaring afgelegd. Ja, misschien moet je maar gewoon naar huis gaan, Santino. Ja, ik weet het. Maar voordat ik eigenlijk naar huis wil gaan, Giel, moet ik toch echt even kijken hoe het bij die mine is. Want die mine is zo belangrijk. Dat hebben we ook nog. Ja, laten we snel gaan dan. Ja, ik ben ook zo moe. Ik heb ook zulke zware dagen achter de rug. Natuurlijk jij zwaardere dagen, maar... Oh. Ja, nou, het zijn hele stressvolle dagen geweest. Ja, Giel. Zeker. Waar zijn de mines? Loop maar met me mee. Die zitten namelijk vlakbij ons huis. Ja. Oké. Kom. Waar is de mine ergens, Santino? Ja, die zit hier achter ons huis, Giel. Die zit hier vlakbij de berg. Ik wou die mine zo graag dichtbij mij hebben. Ja, dat snap ik. Maar ik hoop zo dat het dan nog vol ligt. Als dat niet meer vol zit, hè, dan is al ons fortuin gewoon weg. Ja, behalve dan in de kluis. Daar hebben we nog wel wat, maar... Oh, het ziet er in ieder geval uit of dat er lang niemand meer is geweest met die spinnenwebben allemaal. Ja, maar dit is niet goed. Dit is echt niet goed nieuws. Wat is er aan de hand dan? Wat zie je nu al dan? Er hangt hier zo'n sfeer, Giel. Ik weet niet wat het is, maar er hangt hier zo'n sfeer. Nou, laten we gewoon naar beneden gaan, weet je. Beter nu kijken dan later. Maar hoeveel diamonds liggen er in deze mine verstopt dan? Ja... Je wilt het echt niet weten, Giel. Er zijn zoveel... Dit is letterlijk gewoon waar Coburg op gebouwd is. En zie je het al? Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar... De koolvoorraad ziet er nog relatief goed uit, maar... Ja, dat klopt. Oh nee, alle kisten zijn geplunderd. Hoeveel zat hier in dan? Alles is geplunderd, Giel. Ja, die hele kisten zaten vol met diamonds. Oh nee, dat ga je niet menen. Nee. Al het goud is ook weg. Oh nee. Oh. Wat moeten we nu doen, Giel? Ja, we moeten gewoon gaan zoeken waar dat is. De heilige koelappels zijn we kwijt en we zijn al onze diamonds kwijt. Oh nee. Waarom doen ze dit ook gewoon met ons? We zijn gewoon hardwerkende mensen. We doen niks verkeerd. Nou ja, Giel, laten we maar weer terug gaan naar boven. We hebben er nog wel over. Maar ik ga in ieder geval lekker weer terug naar mijn bedje toe. En dan zien we het wel weer. Ja, ik ook. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren. En klik eventjes op een van deze 2 video's hier zo in beeld. Want die wil je ook zeker.
zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1. Snel klikken.